Welkom, ik ben Thijs Verlangen. Ik ga vandaag een podcast opnemen met de directeur van Meesman. De reden dat ik dat ga doen is omdat ik mijn beleggingen heb, uh, zowel kindbeleggen, met pensioenbeleggingen, zakelijke beleggingen. En ik neig ernaar om naar één partij te gaan voor het gemak. Dat heb ik recent, een jaar geleden ook met de bank gedaan. Ik had allerlei banken. Uh, op een gegeven moment ben je gewoon het overzicht kwijt. Hè? Misschien herken je daar wel in. Ben ik helemaal overgegaan naar de ING-bank. Nou, echt een verademing. Ik neig ernaar dus ook om mijn beleggingen bij één partij onder te brengen. En ik twijfel, dus Meesman, waar ik vandaag mee zit, met Hendrik Meesman, de oprichter ervan, en met Bren Ud. En volgende week zit ik met Bren Ud. Het kan een vrij lange podcast worden. Hij komt op mijn YouTube-kanaal waar je nu ook kijkt, met hoofdstukken. Ik kijk dus ook vooral naar alle hoofdstukken. Je hoeft dus niet heel de podcast te gaan bekijken, mag uiteraard wel. Maar je kan ook klikken op de hoofdstukken om gewoon naar jouw gewenste hoofdstuk te gaan over beleggen, bijvoorbeeld over een bepaald fonds van Meesman, et cetera. Nou, bij deze, we gaan nu beginnen. Um, nou, welkom Hendrik. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, leuk dat je vanuit Den Haag hierheen bent gereisd. Ja. Uh, nou, ik, kwam, ik, ik stelde net, uh, ik, ik kom hier wel vaker, want mijn moeder woont in de achterhoek. Ik uh, heb daar 40 weet. jaar gewoond. Oh. Dus uh, kwam ik hier wel vaker, oh, maar leuk. het is lang geleden inmiddels. Ja, goed om te horen. Ja, uh, ja wie is Hendrik Meesman? Wie, en wat, wat doet Meesman? De intro, laat maar. Ja, goed. Oké, okay, um, ja, ik, ik ben Hendrik Meesman. Ik uh, heb altijd in de financiële sector gewerkt. Ik heb heel, een groot deel van mijn leven ook in Engeland gewoond. Dus ik ben een beetje Engels opgegroeid, maar goed, inmiddels al 30 jaar in Nederland. En uh, ik ben inderdaad uh, in 2005, dus 18 jaar geleden inmiddels, uh, Meesman Indexbeleg opgericht. Daarvoor werkte, heb ik het uh, ja, voor Robeco gewerkt, ook nog voor Mees Pearson en daarvoor nog bij, in Londen bij Goldman Sachs. Dus uh, verschillende dingen van de financiële wereld gezien. En uh, ja, toen ik, vooral in die periode bij Robeco, twee dingen uh, gebeurden in die tijd. In de eerste plaats dat de beleggingsfondsen steeds duurder werden, kosten gingen maar omhoog, omhoog en omhoog. Dat was er één. En twee, ik zag in Amerika de ontwikkeling met Vanguard vooral. Vanguard, het bedrijf dat in de jaren 70 indexbeleggen eigenlijk mee is begonnen om dat mogelijk te maken voor particulieren in Amerika. Nou, dat bedrijf begon, groeide dat bedrijf ook langzaam, maar inmiddels ging het wel heel hard. Mm -hmm. En ja, ik heb toen ook een boek geschreven, dat heette Zo bouwt u een vermogen op, over spaarbeleggen, levensverzekering als... Verschillende manieren om vermogen op te bouwen uh, en daar heb ik me toen verdiept een beetje in het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van beleggen. Er is heel veel, was er toen tegenwoordig veel minder, vooral in Amerika. En als je dat doorleest, ja ik werkte bij Robeco en ik ging mezelf afvragen, ja wat doen we eigenlijk bij Robeco? Want als je dat doorleest is er maar één conclusie mogelijk. De meeste actieve beheerders presteren gewoon heel slecht, de kosten, hoge kosten zijn funest op termijn. De partijen die een tijdje goed presteren, die zijn er wel degelijk. Op een gegeven moment zakte het toch ja. weer weg. Dus dat op lange termijn blijven doen is bijna onmogelijk. Nou, als je dat allemaal op een rijtje zet en 1 plus 1 is 2, is er maar één conclusie. Iedereen moet index beleggen. En dat bestond niet in Nederland. Dus toen, uh, ja, dat, dat, dat is heel kort de achtergrond geweest. Ik dacht dat is wat iedereen zou moeten doen. Ik wil het zelf ook. En dat kan niet. Dus toen heb ik inderdaad in 2005 uh, Meesman van Indexbeleggen opgericht. We uh, waren de eerste partij in Nederland om indexfondsen toegankelijk te maken. werkt, toen samen met Vanguard. daar Gaan we het straks misschien nog wel even over hebben. Mm -hmm. uh, om uh, ja, gewoon breed gespreide indexfondsen mogelijk. Om dat, ja, daarin te kunnen beleggen voor ja. particulieren. En dat zijn wij uh, vanaf 2005 gaan doen. Dus uh, mensen konden eenmaal storten of uh, maandelijk storten. En dat doen we dus nu 18 jaar. Een hele simpele filosofie. Gewoon passief beleggen. Buy and hold lange termijn. Ja, ja. Daar gaan we het straks nog wel over hebben. En uh, ja, dat, uh, dat is dus wat wij. Uh, um, uh, ja, 18 jaar geleden hebben we opgezet. In het begin hebben we altijd groei gehad, elke maand van ons bestaan. Uh, het is wel het begin langzamer en de laatste jaren veel sneller. Dus je ziet dat het tijd kost voor je naam vestigt, voor mensen die je vertrouwen. Denk, oh, dit is een serieuze partij, die, een blijvertje ook. Hè? Niet iemand die even snel wat geld wil verdienen. Dus ja, dat, die reputatie hebben we de afgelopen 18 jaar opgebouwd. En we groeien de laatste jaren echt enorm hard. We hebben echt 40 tot 60 procent klantgroei elk jaar, afgelopen jaar. Dus uh, ja, dat is het even in het kort. En je hebt uh, meestal opgericht uh, met, met je oom, hè? Ja, met mijn oom, ja. ja. Precies, ja. Toen ik begon, dat is misschien wel een leuk verhaal, even kort. Ja. Uh, ik, uh, ik werkte bij Robeco en ik was er een tijdje al mee bezig, ik had een boek geschreven, ik wou nee, nee, het bedrijf gaan oprichten en toen heb ik, um, ik had eigenlijk twee mensen die ik kende uit de financiële wereld, één bij Robeco, één ergens anders, en ik dacht van daar zou ik wel, wel mee moeten do willen doen, mm -hmm. maar je mag, je mag namelijk niet zelf, hè? Van, de, van de wetgeving, je mag niet in je eentje een bedrijf runnen. dan moeten minimaal twee personen zijn, vanwege het vier ogen principe dat je geen rare dingen kan doen, dus ik uh, vroeg die twee lui, uh, heb ze allebei gevraagd, nou één uh, durfde het niet? die vond het echt wel een leuk idee. Maar durfde het niet aan het avontuur. En de ander wou heel graag, maar die mocht niet van zijn vrouw, dat is mm. letterlijk zo. Mm. De vrouw zei: uh, Nee, dat gaat niet gebeuren. Um, en dus, dat in de gouden kooi. Precies, de gouden kooi. Ja, ja dat, zo was dat. Zeker in die tijd. Uh, hoog salaris, yeah. leasebak. Uh, 25% korting op je hypotheekrente. Het was allemaal, je werd uh, helemaal ingepakt. Ja. Dus, um, nou ja, dus de, toen, toen zag ik, ja, ik kan niet in mijn eentje beginnen, wat doe ik? En toen pak ik een keer met mijn oom, die toen partner was bij Boer en Kroon, de management consultant, daar hoofd van de financiële services. En uh, ik zei, ja, ik wil dit gaan doen. En hij zei, ja, nou, ik ga binnenkort stoppen bij Boer en Kroon. Hij was tijd partner geweest, dan stap je op een gegeven moment uit. En uh, als ik, uh, zet mij er maar bij, uh, ik vind het wel interessant, dan uh, help ik je wel. En uh, zo is het eigenlijk begonnen. Dus toen hij is bijgekomen uh, als iemand met veel ervaring van natuurlijk de zakenwereld en, uh, uh, en de. Uh, hoe je bedrijven, ja, bedrijvencultuur, ja. zeg maar. Uh, maar um, maar hij wist eigenlijk heel weinig van indexbeleggen. En uh, ja, zo zijn we met z'n twee begonnen. Ik met inhoudelijke kennis, hij met de zakelijke kennis. En samen zijn we zo uh, het bedrijf gaan oprichten. En uh, zijn we met z'n twee begonnen. En hij heeft zich al heel snel heel veel verdiept in dat indexbeleggen. En heeft zich uh, nog kwader gemaakt dan ik over wat er allemaal voor gebeurt in die financiële wereld. en hoe de klant eigenlijk. Ja, uh, oneerbiedig gezegd, uh, gepakt wordt. Ik ja. zal het ander woord niet gebruiken. <laughs> en, uh, dat gebruik ik wel straks. Oké. Okay. Uh, dus, uh, en toen heeft hij een boek geschreven waar je het uh, de schitterende evenhoud van indexbeleggen. Echte aanrader. Ja, ja dat, dat was het eerste Nederlandstalige boek over indexbeleggen. En nog steeds. Wij verkopen nog steeds elke dag. Geloof ik, ik heb hem thuis ook liggen. Als je hem kijkt bij mij, nou echt helemaal vol met aantekeningen. Ja, heel goed. voor degenen die nu kijken, als je, hè, je hebt interesse hier en kijk, koop, echt dat boek. Dat kan volgens mij gewoon via jullie website. Ja, het kan hè? via onze website. Ja, ook een uh, e-pub is uit te volgens mij. Hè? Ja, e klopt. E ja, e ja, dat is echt ja, Die klatsen. is nog goedkoper. Ja, die was toen de tijd toen ik hem kocht nog niet. Uh, nee, nee, klopt. Het is recent, denk ik. Op de ja, die hebben een jaar of twee geleden, denk ik. Anderhalf, twee jaar geleden. Nou, ik heb hem nog, nog eerder gekocht. Ja. En zelfs ik was een keer in een podcast en heb ik dat moest je iets meenemen. He, als attribuut wat bij jou past. Toen heb ik ja. dat boek meegenomen. Oh wat leuk. Ik zeg dit, dit ja. boek. Ik schoud. Ik hou van indexbeleggen. Want ja. jij. Hey, je wint het van alle actieve beleggers. Waar we het net al over, over hadden. Um, dus ik had dat boek ja. meegenomen. Echt een topboek. Dus voor mensen aanraden. Ja heel goed. Nou ja. Zoals ik zeg. We verkopen elke dag nog exemplaren. Hm. En het is al 2009. 2009. Dus 14 jaar oud. Maar al zoveel <laughs> drukken verder. Ja. Ja. Ik geloof de zevende druk of zo, Ik weet ja, niet hoeveel we zijn nu. <laughs> en um, als we kijken naar. Uh, uh, wat zijn jullie dan ook uh, samen nog steeds de eigenaar? Ja, in principe wel. Uh, ik ben 75% van de aandelen heb ik nu. Okay. Um, Jaak had 25%. Hij is inmiddels hij is wel 20 jaar ouder dan ik ben. Okay. Bijna. Dus hij is wel wat aan aandelen aan zijn kinderen aan het overdragen. Ah, ja. En uh, mijn mededirecteur, uh, die krijgt ook wat aandelen. Ah, Oké, okay. ja. ja. En um, als je kijkt zeg maar, naar uh, Meesman zelf, u hebt, uh, vind ik wel een heel mooi verhaal, ook uh, met betrekking tot de missie, maar ook het symbool, hè, de olifant. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Waarom jullie de, de olifant hanteren? Ja, daar ja, zitten twee, twee dingen eigenlijk. E, uh, het heeft toch een beetje te maken met onze achtergrond, zowel mijn compagnon, dus Saak Wintermans wie ik het heb opgericht, en ik, uh, hebben allebei iets met Afrika. Uh, ik heb er als kind gewoond. Ik heb in drie landen in Afrika gewoond. Ik ben er nog steeds. Ik ga heel graag daarheen. Ik vind het uh, zo mooi. Uh, en hij heeft, ook, hij heeft daar ook een uh, band met Afrika. En dus, ja, toen uh, we aan het nadenken waren over een logo, kwamen we al snel op een olifant. Want een olifant ja, symboliseert toch een beetje bepaalde, uh, ken, die bepaalde attributen, kenmerken. Die van zeggen, dat past goed bij een indexbelegger. Uh, een beetje, het is een rustig dier, uh, soeverein, uh, dat, dat gewoon zijn gang gaat. Hè, dat niet zeg, een beetje uh, lost van de, de wereld om hem heen. Hè. Dus, dus hij is... Uh, hij, hij, uh, het lange termijn, het gewoon doorgaan, niet laten afleiden door alle ellende die er om de heen in de boes gebeurt. Hè? Hij doet zijn ding en uh, ja, dat, dat pas, vonden we een mooi um, uh, ja, metafoor zeg maar, voor hoe we uh, eigenlijk met indexbeleggen ook moet gaan. Je moet het een keer goed regelen en vervolgens moet je eigenlijk gewoon niks doen. Lang, vooral focus zijn op die lange termijn en je niet niks aantrekken van de waan van de dag. Eigenlijk kan dat bij jullie ook, hè? want je kan alles automatiseren. Precies, ja. En um, als je dan kijkt, hè, want kijk, we, kunnen, we weten allebei, uh, index beleggen is op de lange termijn altijd beter dan actief beleggen. Dat bewijzen zoveel studies. Heb je toevallig het boek gelezen van uh, Tony Robbins, het laatste, Unshakeable? 2019? Nee, die heb ik niet uitgekomen. Ik heb wel één of twee boeken van hem gekend, ken, ken maar dit ken ik niet. Dat is misschien ook een keer grappig om te lezen. Uh, Unshakeable, de meest recente van hem, 2019 uitgekomen, dacht ik. En hij gaat ook weer over index beleggen. Ja. En hij zegt zelfs... Uh, uh, want jullie op de website zeggen 80% lukt het niet, of meer dan 80% lukt het niet hè, om gewoon de index te verslaan. Hij gaat nog veel verder erin blijkbaar. Hij zegt op een termijn van 15 jaar verslaat 96% de index niet. Op een termijn van 30 jaar verslaat 99% van de actieve vermogensbeheerders ja. of de actieve beleggers de index niet. Ja. Dus nog veel verder. Ja, klopt. Wij zeggen tacht, meer dan 80%. We houden ja. het een beetje al, algemeen. Ja. Het ligt er heel erg aan wat voor onderzoeken je naar kijkt. Dus er zijn verschillende soorten. Vroeger, wat ik al zei, toen wij begonnen. Uh, 18 jaar geleden was, werd er nog best veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar prestaties van actieve beleggen. Beheerde beleggingsfondsen ja. en andere vormen van actief beleggen. Dat is tegenwoordig veel minder en dat is heel eenvoudig. We hebben daar wel eens met wetenschappers over gesproken. Zowel hier in Nederland als in Amerika trouwens. En ze zeggen, ja, dit is gewoon geen onderwerp. Dat is niet meer interessant voor wetenschap. Dit is gewoon uitgemaakte zaak. Dit is, ja. Iedereen weet inmiddels actief beleggen. De overgrote meerderheid slaat de index niet. Weet je, daar, daar is geen eer meer aan te behalen voor een wetenschapper om dat te onderzoeken, want iedereen weet het. Dit is gewoon uh, closed case. Ja. Dus dat is wat zij zeggen. Dus daar, maar in plaats daarvan heb je dus nu andere instanties die onderzoeken doen. Morningstar ja. uh, is een onderzoeksinstelling. Je hebt S&P, de bekende SPIVA onderzoeken zoals dat dan heet. Uh, Dimensional, ja. Amerika, die, Dus in zijn Amerika. En als je daar ja, afhankelijk van welke je pakt, kom je tussen de... Ja, je, op lange termijn, je ziet bij ze allemaal hetzelfde patroon. Dat hoe langer je kijkt, hoe meer hoe slechter de cijfers worden voor actief beleggen. Hè? Ja. Dus inderdaad, als je kijkt naar vijf uh, jaar, dan, is het nog, uh, ja, dan zit je rond de 75-80% die de index niet verslaat. Maar ga je naar tien jaar, twintig jaar, dan wordt inderdaad die cijfers zo langer. Ja. En sommige onderzoeken ja, laten inderdaad zien op, als je echt lange termijn, 20, 30 jaar gaat kijken, is er bijna niemand meer die de nee, index klopt. verslaat. Dus ja, het spreekt voor zich. Uh -huh. Laatst laat was ik op een beurs, moest ik weer uh, presenteren. Had ik ook een debat met iemand en die zei, ja, mij lukt het wel om de index te verslaan. Was een redelijk jonge gast ik zeg maar hoe lang beleg je al dan ja al vijf jaar ik zeg ja. nou probeer het nog maar eens even een paar, een paar ja. jaar vol te houden en dan gaan we ja. ons even kijken op het einde van de ja. onderaan de strepen wie er gewonnen heeft zeg maar ik met een, bijvoorbeeld een aandelen wereldwijd totaal een fonds voor jullie waar we het over gaan hebben ja. een indexfonds of jij met jouw actieve belegd vermogen ja. en al die kosten en al die tijd die erin moet stoppen en waar je helemaal geen zin in hebt toen dus zeker niet ja. ik vind uh, heel eerlijk ik vind beleggen weinig aan. Ik heb geen uh, interesse ja. om de jaarrekening van Shell door te lezen. Nee. Ze zeg nou, ga ik, ik ook Shell niet. ook kopen of niet? <laughs> ik ga liever tijd spenderen met mijn dochter. Vind ik veel leuker. Ja. Ja. Uh, ja. Dus dat uh, wat, wat dat betreft kunnen we het wel beamen. Maar wat grappig is dan, hè? Dus die, die vraag krijg ik ook als voor klanten tijdens een uh, 1 op 1 sessie. Ja, hey, maar waarom bestaat de Robeco dan nog? Ja, die vraag stel ik me ook wel eens. <laughs> en niet alleen Robeco, hoor. en niet specifiek. Ik heb daar ooit gewerkt, dus uh, maar. Het geldt voor zoveel actieve vermogensbeheerders. Kijk, het is wel zo als je kijkt, vooral in Amerika, want die lopen toch vooruit op ons. Ja. Daar zie je best wel een consolidatie al plaatsvinden. Dus als je kijkt, in Amerika gaan er echt honderden miljarden per jaar van actief fondsen naar passieve fondsen. Dus van actief naar passief beheer. Dus daar is best wel een. een, een, een dat is al jaren zo. Dus de, daar verandert er wel het een en ander. En die actieve beheerders zien ook dat ze het moeilijk gaan krijgen. En krijgt het ook steeds moeilijker. Moet ook zeggen, de kosten van actief beleggers ja. en daardoor ook naar beneden gaan in Amerika, maar onder druk moeten ze wel. Maar je ziet daar ook dat ze samengaan, hè? grote vermogensbeheerders fuseren. Dus het worden er wel minder. En dat is de enige manier waarop ze nog enige kans hebben. Maar ja, wat mij betreft zouden er nog het veel meer nog moeten zijn die verdwijnen. Het is heel simpel. Wat mij betreft, 80-90% van de actieve vermogensbeheerders hebben geen enkele toegevoegde waarde. En als die markt goed zou functioneren, zouden ze niet bestaan. Ja. En het zou goed zijn voor iedereen, zowel voor de klant want die uh, krijgt geen te dure producten met slechte prestaties meer. Ja. Als voor die mensen zelf, want die kunnen wat nuttigs met hun leven gaan doen. In plaats van de hele dag fondsen beheren die nul toegevoegde waarde hebben. Lijkt dat of het lijkt op wat hoor. zelf horen. Ja, nou, dat horen ze niet graag, maar het is wel zo. Ja, zeker. En, en dat is, ja, Sterker nog, ik, zelfs Morningstar heeft daar wel eens in het verleden over geschreven. Zelfs het, AFM toch ook? Ja, AFM ook, ja zeker. Ja, ja. Maar die moeten iets voorzichtiger ja, zijn natuurlijk is... in wat ze zeggen. Maar als je tussen de regels doorleest ja. bij de AVM, lees je het ook. Maar Morningstar, die notabene hè, natuurlijk een instantie die toch wel leeft van die actieve beleggingsfondsen en de actieve beleggen, die heeft wel eens geschreven dat het goed zou zijn als 80-90% van die actief beheerde fondsen zouden verdwijnen. Ja, tuurlijk is dat zo. Ja. Dat is evident. Het gebeurt alleen niet, ja, ja, niet, genoeg, niet snel genoeg in ieder geval. Ja, maar kijk, wat, wat, uh, je verliest zeg maar redement. Want ja, ah. een actief beheerd fonds, die, nou, die kunnen dus niet beter presteren dan een indexfonds. Dus het redement is lager. Ja. ze doen het actief beheer. Dus uh, ze hebben hogere kosten. Want ja, hun moet ook natuurlijk. Hun maken meer kosten, want ze gaan actief handelen. Uh... Dus je hebt eigenlijk een verlies-verlies situatie. Dat leg ik ook heel vaak uit aan klanten. Dus kies gewoon voor een indexfonds, zeg maar. Uh, op de lange termijn versla je dan iedereen. En dat zeg ik ook altijd. Kijk, ze pakken eigenlijk je geld af, hè, doordat ze minder redement halen. Maar nog, als je nog een stapje verder gaat, ze pakken gewoon een aantal levensjaren af. Want waarom ga je beleggen de meeste mensen, zeker als ik kijk naar mijn doelgroep, hè, rond de 30, ja, we zien allemaal die oplopende pensioenleeftijd. We willen wat opzij leggen voor later, zodat we dezelfde keuze hebben. Van, weet je wat, we stoppen niet met 70, wat de overheid dan zegt, maar we kunnen misschien met 60 al stoppen. Nou, als ik dat via jullie zou doen, of hier Brené nu heeft gewoon een indexbelegger, ja, dan kan ik misschien op 60 stoppen. Zou ik hetzelfde al die tijd ja. doen bij Robeco en de helft van mijn rendement halen? Want dan gaat het echt om, dan heb ik ook veel minder vermogen, want je hebt een rendement op rendement effect ook nog eens. En dan kan ik niet met 60 stoppen, maar misschien met 68. Dus ik zeg dan, ja, ik trek hem heel ver door, ze pakken acht jaar van je leven af. Ja. Dus wat jij net ook al zei, Hendrik, ja, het is, iedereen wordt er beter van. Echt iedereen ja. wordt er ja. beter van. Ja. Behalve de Robeco-directeur zelf dan. Ja. Maar daar heb ik een beetje lak aan. Ja. Uh, want ja, en ja, ik, ik, ik ken ja. ook heel veel van die actieve vermogensbeheerders, of heel veel, ik ken er een aantal, ook die zitten in de gouden kooi, die vinden het allemaal wel prima, maar ja. Tuurlijk, het is makkelijk geld verdienen, het is, helaas. Het is heel makkelijk geld verdienen, dus echt, mijn missie is ook, en dat is nou, dezelfde missie als jullie hebben, ga alsjeblieft index beleggen, kijk niet naar die actieve fonds. Ik heb een keer een klant gehad, die zei, Joh, mijn vader belegt ook bij Robeke, ik zei, Joh, moet je voor de gein zijn vragen hoeveel geld en wat zijn rendementen zijn? <laughs> die had een rendement ja, over de afgelopen 15 jaar van 4,17%. Na kosten dan, ja, ja. Per jaar. dat is niet normaal. Ja. Nee, of was voorkosten zelfs, ik weet niet meer. Dat is even geleden al. Ja. ik zeg ja, het is echt te treurig voor woorden. Ja. Die man die had misschien wel dubbel aan vermogen kunnen hebben als hij dat gewoon in een indexfonds had kunnen. Ja. eigenlijk ja. Hè, zou Robeke wij spreken. Gewoon een Robeco dat ik mijn geld bij Robeco inleg en dat ze dan bij jullie een indexfonds kopen, dan zouden dus ze nog goed doen ook. Dat wordt dan het best presterende fonds, toch? Ja, 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 ja eigenlijk wel. Ja. Ja, uh, als zouden ze nog een klein beetje kosten erop gooien, dat maakt niet eens uit. Dan nog zullen, dan nog zullen ze dan winnen ja. als ze dan een onderliggend, zo ja. volgens jullie... De, ja, nou, dit is een, een mooie illustratie van wat we in die onderzoeken laten zien, dat dat overal heel breed in de markten, in alle landen gebeurt. Nou, dit is dan een concreet voorbeeld ja. van, ja, het, het, is, het is overal zo, ja. Het verbaast mij, ik ben ook versteld, ik sta versteld van het feit ja. dat mensen nog actief beleggen. De, markt, de, de, de feiten zijn zo overduidelijk. Het, een beetje gezond verstand, meer heb je echt niet nodig. Om tot de conclusie te komen, kan beter passief beleggen. Ja. En toch doen een heleboel. En scheelt je ook doen. nog eens tijd. Ja, dat ook. Ja, ik kan me af en toe echt kwaad maken. Ja. ja, nou ja, dat hebben we allebei. Ja, <laughs> ja dat is niet normaal. Maar oké. Okay. Ja, ja. Genoeg daarover voor nu. Hè. Ja. mensen die nu luisteren, die weten ook okay, indexbeleggen. Nou, daar gaan we het over hebben. Meesman is de indexbelegger van Nederland. 2005 als eerste naar Nederland ook gebracht. Hè. Ja. Nu zijn er wel wat concurrenten bijgekomen. Uh, uh, maar als we nu gewoon even kijken eerst naar Meesman, hoe ziet uh, jullie klantenbestand eruit? Um, nou ja, uh, van alles en nog wat. Ze zijn heel breed, heel divers. Dus um, van jongeren... Uh, we hebben letterlijk mensen die een rekening openen als een baby drie, een week oud is. Dat gebeurt bij ons. He, die zijn dan al klanten. Kind beleggen. Dus, dus. Ja, kind ja, beleggen. Die gewoon meteen, ongeveer het eerste wat ze doen is rekening openen. En dan uh, ja, geld gaan storten voor dat kind. Hè. Ouders of de grootouders storten dan in het begin natuurlijk. Uh, dus dat, maar dat is wel extreem, hè. Dan heel snel. Maar de meeste, ja, we hebben een relatief jonge doelgroep. gemiddelde leeftijd tegen grond 40. Oh. Uh, dus we hebben jongeren, veel jongeren, zoals ja. Ja, jij, jij ook. Uh, en jouw doelgroep, die gewoon maandelijks inleggen vooral. Hè? En daarnaast hebben ze ook wel eens wat eenmalige storting. Maar in principe vooral moeten hebben van maandelijks inleg leggen aan inkomen. Houden ze een paar honderd euro per maand over. Ja. Leg ze in. Nou ja, het bekende verhaal, dat dollar cost averaging. Hè? Dat, dat, dat gaan ze mee beginnen. En als je dat jong begint en dat doet tot je zestigste, nou, dan kan je zeker vroeg met pensioen. Hè? Ja. Als je maar vroeg begint. Zeker. Dus dat, die groep hebben. En, maar daarnaast hebben we ook gewoon ja, ook, uh, oudere beleggers dus ondernemers die met hun bv dga's zzpers die beleggen en ja mensen gewoon ja zou ik zeg mensen die 100 euro per maand inleggen tot mensen die een paar miljoen inleggen ja, ja, ja. en alles ertussen het is heel divers en, en, uh, we hebben ook relatief veel vrouwen als, als het ja en onze Dat zijn ja. de beste beleggers zeggen ze. ja precies ja want... die doen zo min mogelijk <laughs> ja ja die mannen zijn zij toch geneigd iets meer uh... ja precies yeah. Iets meer te handelen. En ja, hoe minder je handelt, hoe beter. Zeker. Ja. Ook daar zijn genoeg onderliggende stukken voor, zeg maar, die dat bewijzen. Precies. En uh, hoeveel belegd vermogen hebben jullie nu? We dus dus zitten nu op 1,1 miljard. 1,1 miljard? Ja. Oké, okay, ik had iets gevonden, dan dus zaten jullie op 950 miljoen. Maar dat ja, is mensen natuurlijk hard. weer gestegen. Hè? Ja, denk je ja, ja, de, ja. de beurs dit jaar, ja. 2023, doet het ook natuurlijk niet verkeerd. En je zei het al, klantengroei. Hè? Want ja. zeker de laatste jaren merk je enorme klantgroei toch? Ja, enorm. Ja. Op dat? Wat ik net zei, de, de afgelopen drie jaar hebben we 40 60 procent klantengroei gehad per jaar. Hè? Dus, dus elk jaar zal het tussen de 40 en 60 procent. Hoe komt dat denk dus, keer? Ja, ik, ik weet niet. Ik denk, um, zoals ik zeg, we, zijn altijd, we hebben altijd groei gehad. We zijn begonnen in 2005, toen kregen we 2008, 2009 die enorme crisis. Zelfs in die periode kwam er meer binnen dan eruit ging. Uh, wat, wat ons heel erg verbaasde toen. En toen waren we natuurlijk nog veel kleiner. Dus het, dat was voor ons nog uh, ja, uh, heel uh, interessant, maar ook verbazing om te, verbazingwekkend om te zien. En uh, ja, en ze zien het altijd steeds harder gaan. En de afgelopen vier, vijf jaar echt veel, heel veel harder. Ik denk dat het komt doordat er ook uh, mensen bij zijn gekomen. Voor onze nieuwe directeur, Siva Bloemberg. Die heeft enorm bij bijdrage geleden aan. Waardoor we steeds meer dingen zijn gaan doen en meer aanwezig zijn. Meer dingen ook. Uh, ja, uh, Als je wat groter wordt, kan je toch wat meer voor je klanten doen. Dus dat heeft ook geholpen. En ik, maar ik denk ook gewoon. Ik denk uiteindelijk, het fundament daarvan is gewoon dat je 18 jaar lang al exact hetzelfde roept. Wat je moet doen is gewoon zo breed mogelijk spreiden. Kosten laag houden en er niet meer naar omkijken. Ja. Dat is wat wij, ja, dat is dag één, daar zijn we mee begonnen in juli 2005. Zeiden we dat en nu, 18, meer dan 18 jaar later, zeggen we nog precies hetzelfde. En als je dat maar consequent blijft doen, uh, dan, ja, dan met de tijd komt dat gewoon uh, steeds meer mensen uh, horen die boodschap en gaan ja. het doen. En wij krijgen echt meer dan, ja, het is ongeveer twee derde van onze klanten komen binnen via Via. Dus wij geven geen miljoenen uit aan marketing zoals sommige anderen, ik zal geen namen noemen. Maar uh, wij doen, dat doen wij niet. Wij um, werken alles, bijna alles, zo ik zeg, twee derde via-via. En dat zijn de beste aanbevelingen die je kunt krijgen. Ik weet het. Dus dat is, uh, en wij hebben, ja, dat weten we ook uit onderzoek. Hè. Onze klanten zijn klanten, maar ze zijn ook echt uh, fans. Hè. Fan. Echt, uh, dat is, en veel mensen zeggen het is echt zo bij ons. We zien dat. Ja. Ook. Ik, ik zit op veel ook, financiële forums, en daar hebben ze ook vaak over. Uh, Meesman. Ja, nou leuk. wordt de naam Meesman heel vaak genoemd. Ja. Uh, uh, kijk, klopt. Hè, jullie qua marketing, ja, je ziet jullie niet heel vaak voorbij komen. Toevallig gisteren ja. op de radio. Ja, toevallig zijn we nu <laughs> weer heel eventjes. Maar voor de eerste jaren dat we weer wat op ja. de radio. Vanwege het nieuwe rentefonds. Dat ja. we straks even straks hebben. Maar uh, inderdaad, dat, uh, maar meestal doen we uh, heel weinig. Ja, nou, kijk, ik, ik ga het gewoon bedoelen. Kijk, een brand UD bijvoorbeeld. Ja. Ja, je ziet uh, bij hun dat bij sommige producten, of bij de meeste producten, denken wel de kosten wat hoger zijn. Dat zal ook ongetwijfeld terug worden geïnvesteerd in de marketing. Ja, gewoon veel meer marketing natuurlijk. Ja. Online... Uh, uh, online zichtbaar, uh, meer zichtbaar op de tv ook bijvoorbeeld. Ja. ja, dat moet ergens van betaald worden lijkt me natuurlijk. Nou, jullie zitten daar wat minder op. Ja. Prima natuurlijk, want vier, op een gegeven moment komen ze toch wel. Als jullie beter zijn, op een gegeven moment komt het via vier, ja, vier wel. Uh, maar dat is een hele bewuste, misschien het wel interessant vertellen. Toen wij begonnen in 2005 al was dat een hele bewuste keuze. Ik, we hebben door de jaren heen uh, best wel wat partijen zijn bij ons langs geweest om in ons te investeren. Ja. Uh, en uh, de hangen ze, uh, die houden grote potten sommige geld voor. Ja. Uh, en we hebben het nooit gedaan, we hebben heel bewust gekozen altijd van een zelfstandig bedrijf te houden. Ik, uh, ik ben best kritisch over hoeveel dingen werken in de financiële wereld, maar ook breder in, in het, het, het kapitalistische stelsel. Er ja. uh, zijn dingen die niet goed gaan en we hebben heel bewust gekozen voor een zelfstandig bedrijf, waarvan ik de, de, op dit moment dan nog de meerderheidsaandeelhouder ben. Die echt zich inzet voor het belang van de klant. En niet daar is om de aandeelhouder rijk te maken. En ja. dat is echt uitzonderlijk. Dat zie je bijna niet. Ik ben zelf de grootste aandeelhouder en ik hoef echt niet veel rijker te worden. Ik, ben al, ik heb al middag genoeg ja. om heel prettig te leven. Ja. En, ik ben, ik zit in, en dat is iets wat we heel erg belangrijk vinden bij ons. Dat is eh, Mensen die ook bij ons komen werken, bijvoorbeeld twee dingen moeten ze onderschrijven. Eén, onze beleggingsfilosofie. Ja. En twee, onze waarden. En een van die waarden is gewoon: wij zijn we doen het altijd in de eerste plaats, voor de klant. Niet de aandeelhouder. Die komt op de tweede plaats. Mooi. En daarom, dat ja. vond ik een hele mooie, hebben jullie zelfs uh, begin dit jaar de kosten verlaagd, toch? Ja. Was het begin... Nee, het was begin vorig jaar. Begin vorig jaar ja, zelfs begin vorig jaar, ja, ja. Ja, toen hebben we, ja, we hebben, nou ja, goed, jij belegt nog niet zo lang bij ons, maar we hebben, we staan 18 jaar, we hebben al. Uh, in die 18 jaar, ik denk vier of vijf keer de kosten verlaagd. Vier of vijf keer? Ja. ja dat is één van ik jullie denk, dingen, vier toch? keer, denk ik. Als je, ja. hoe, hoe, uh, hoe beter het meest mag gaan, hoe meer jullie gaan Precies. verdienen. Dat, dat is ook onderdeel weer van die cultuur en die waarde. Dat hebben we altijd gezegd, dat blijven we ook doen. Naarmate we verder groeien, zullen we de kosten... We willen die winst, die, die groei die wij maken... Gewoon delen met onze klanten. Dat is goed voor ons als we groter ja. worden, maar het moet ook voor de klant goed zijn. En de beste manier waarop je de klant nog ver, ver, verder kan helpen, is kosten verder verlagen. Dus dat is wat wij hebben gezegd. Als wij groeien, gaat dat deels om. We hebben natuurlijk wat nodig in het bedrijf. Je moet ook aan allerlei wettelijke ja. eisen voldoen. Je moet investeren in IT, bla bla bla. Maar we moeten ook de kosten verder verlagen voor onze klanten. En dat, zulke, dat hebben we al drie, vier keer gedaan. Ah. En dat zullen we blijven doen naarmate we verder groeien. Meestal gaan de kosten omhoog. Je verlaat ja. en zo. Dat soort dingen. Ja, ja, ja klopt. Uh. Ja, dat is dus ook wel een uh, soms een lastige balans. Ja, Maar ze heeft mooi. Maar, ja, ja. Maar dus je moet ook groeien om dat te kunnen doen. Anders gaat het gewoon niet uit. Dus, uh, maar gelukkig, wij groeien enorm hard. Dus, uh, ja. goed teken. Ja. En als je dan, uh, dan ben ik wel op naar. Je zei net al, ik heb 75% van de aandelen. Um, kijk, in de verre toekomst, uh, ook jij gaat een keer stoppen, denk ik, met pensioen. Ooit, uh... maar dat gaat nog lang duren. <laughs> en hoe heb je al zo vandaag de goede... nee. Ja, nee, ja, ik drie heb... zonen, toch? Hè? Heb ik, heb... ik uh, gehoord in een andere podcast? Uh... Klopt, ja, ja, ik heb drie zonen, inderdaad. Ja. Um, en, uh, maar goed, die, die studeren nog. Hè? Geen het, uh, wel een nou ja, die misschien? vinden het allemaal wel leuk, zeker. Uh, maar goed, ik vind dat ze nog te jong zijn om ja, echt ja. activiteiten te trekken. Maar het is meer, uh, ja, ik ben zelf uh, 57. Ja. En uh, ja, voor jou lijkt dat oud, dat weet ik zeker. En toen ik jong was, dacht ik ook 57 is oud. Maar dat voel ik helemaal nu niet zo. Okay. En ik ben, ja, ik, ik, ja, je hebt misschien gelezen een paar weken geleden Charlie Munger overleden. De, zeker? de partner van Warren Buffett. Ja. De bekende 99. En die werkte nog elke dag. Zeker. Ik weet niet of ik dat ga doen. Maar ik ben zeker niet van plan te stoppen met werken. Ik ben ook helemaal niet bezig. Ik ben ook okay. niet nadenken of pensioen of stoppen. Uh, ik ga ja, ik vind het gewoon veel te leuk wat ik doe. Ik vind elke dag nog leuk alle plannen hebben we nog, dus... Uh, goed om te horen. Ik ben worden. het gewoon niet meer bezig. Oké, okay, ja. goed om te horen. En uh, Hendrik, als je kijkt naar, jou, uh, naar jullie fondsen, daar gaan we het zo over hebben. Beleg jij zelf in de fondsen? Ja, al mijn geld zit... Ik heb één spaarrekening nog, gewoon bij mijn bank. En verder zit al mijn geld in onze meestal fondsen. Alles. Ook voor de kinderen? Ook voor de kinderen. Die hebben ook een rekening, ja. Geen niemand. mijn vrouw, <laughs> mijn, mijn ouders. Uh, gewoon verplicht. De buren, vrienden. <laughs> ik, echt, onze buur, inmiddels bijna iedereen belegt bij ons. Ja. Dus ja, nee, ik... Uh, ik ja. Nee, het is niet verplicht, helemaal niet. Sterker nog, ik spreek mensen er persoonlijk nooit op aan. Ik wil niet, uh, don't mix business and pleasure. Maar in de, de loop der jaren is het gewoon gebeurd. Okay. Maar wij beleggen, ja, ik, ik, bij ons wel. Ik, heb, uh, wij, ik beleg in ieder geval gewoon alles bij mees, man. En uh, doe je ook, uh, heb je ook allerlei rekeningen? Want je hebt, hè, Er gaan nogmaals, zo met, ja. we hebben Hoor Ik dan ja. voor alle drie de zonen, denk ik. Hè? Ja. Elke zoon heeft een eigen kindrekening. Ja, maar die zijn allemaal meerderjarig inmiddels. Natuurlijk, ja, je ja. hebt een eigen rekening inmiddels. Ja. Maar daarvoor uh, had je ik had ook kinderrekeningen op zich. Tuurlijk, pensioen beleggen voor jezelf? Nee, dat doe ik niet. Uh, omdat sorry, dat hebben we sinds twee jaar nu en nog ja. niet zo lang. En daarvoor hadden we dat niet. Dus ik heb gewoon een box 3 rekening en daar doe ik alles op. Eigenlijk zou ik ook een pensioenrekening moeten hebben. Je hebt gelijk. Eigenlijk wel. Ja, ik kon nee, op je DGA loon. Klopt. klopt. Huh? Ja, klopt. <laughs> uh, Oké, okay, duidelijk. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Nee, prima. <laughs> Uh, nou, wat mij betreft, was zitten een beetje over de intro, zeg maar. Als mensen nog meer over jou willen horen. Want ik heb echt een hele leuke geschiedenis, heb ik al gehoord. Ga ook de podcast Leaders in Finance beluisteren. Ik hoorde dingen over Rusland voorbij komen en zo. Hè. Dat je daar de echt hele vette, hele vette dingen. En waar ik het nu over wil hebben, is echt de, de praktische dingen. Ja. Ik wil nu naar het uh, volgende stukje gaan, de fondsen. Ja. Uh, Meesman zegt eenvoud. Hè, dat is een woord wat ja. ik heel vaak terug zie komen op jullie website. Uh, alles is bij jullie eenvoudig. En uh, zover ik weet, als ik het fout heb, zeg dat gerust. Is bij jullie zo? Je hebt eigenlijk uh, vier producten nu. Dat is een beleggingsrekening, dat kan zowel privé als zakelijk, een kindbeleggingsrekening, een pensioenbeleggingsrekening en een rentefonds. Correct? Ja, ik, zo, ja, zo kan je het zien. Zo zien wij het niet helemaal. Je noemt de eerste drie die je noemt zijn rekeningen, het derde is een fonds. Dus wij ja. zeggen, we hebben drie soorten rekeningen. Uh, so, ja. En we hebben vier soorten, vijf soorten fondsen. Dus we hebben dus dus we dus zo, rekeningen en fondsen. Dat is een foutje ja. voor mij, inderdaad. inderdaad. Je hebt dus drie. Mijn rekeningen, ja. beleggingsrekeningen, ik kan zowel zakelijk als privé ja. kind beleggen ja. uh, en, en, en pensioen beleggen, correct? Precies, en dan, je kiest dus een van die drie. Ja. Dan kies je. Stel, ja. heel praktisch maak ik het altijd. Ik wil voor mijn dochter beleggen. Ja. Dat doe ik ook bij jullie. Kies ik kind beleggen. Ja. Vervolgens kan ik dan kiezen welk fonds Precies. ik wil beleggen. Ja. Of, een, of een deel kan naar dat fonds en een deel kan naar dat, dat fonds. En dan hebben jullie de fondsen, aandelen wereldwijd totaal, daar gaan we zo mee beginnen, gaan we op in. Dan hebben jullie zo'n maar dan wat duurzamere variant. Ja. Uh, een obligatiefonds. Ja, nu twee, dat worden binnenkort één, maar Correct. gaan het zo ja. ja, en een rentefonds. Klopt. Dat zijn er vier, toch? En nou, eigenlijk kan ik dus een product kiezen, een rekening kiezen en dan kies ik één van de vier Precies. fondsen. Precies. Correct hè? Ja, Moeilijker je, is het niet. Nee, zo simpel is het. Je moet eerst een rekeningsoort kiezen en binnen elke rekening kan je in principe in alle producten beleggen. Dat zijn er vier. En dan dus kies je één of meer een combinatie ook verhouding, van vier. hè. Ja. ja. Dan zeg je zegt, joh, ik wil ja. 80% aandelen, 20% in uh, in obligaties. Klopt. Ja. Oké, okay, duidelijk. Nou, waar we het zo meteen gaan over gaan hebben, is eerst alle fondsen nalopen. Wat zijn ja. de, de inhoudelijk daarvan? Dat uh, doen we heel gestructureerd. En daarna gaan we het hebben over de rekeningen. Uh, ook weer per rekening, wat zijn de plus, en minnen en hoe werkt het inhoudelijk? Okay. En dan wil ik eerst beginnen eigenlijk met uh, ja, het meest bekende fonds van jullie. Hè? Aandelen wereldwijd totaal. Ja. Misschien kan je daar iets over toelichten gelijk? Ja, zeker. Um, nou, ik zei net uh, dat we in 2005 zijn begonnen. Toen we begonnen hadden we nog geen aandelen wereldwijd totaal, maar hadden we gewoon een aandelenfonds alleen voor ontwikkelde landen en een euro-obligatiefonds. En daarna hebben we al snel een uh, opkomende landenfonds ook toegevoegd en een fonds voor kleine bedrijven. Dat hebben we gedaan omdat zowel opkomende landen als kleine bedrijven op lange termijn een beter rendement behalen dan de ontwikkelde landen. Dus dat voegt wat toe en het leidt tot bredere spreiding natuurlijk. En uh, ja, wij hadden die drie fondsen en op een gegeven moment, ja, steeds vaker kregen we ook de vraag van klanten. Ja, leuk die drie fondsen, maar dan moet ik zelf een mix maken en dan moet ik dat bijhouden. Ik moet dat eigenlijk herbalanceren één keer per jaar. Dan moet ik daar kijken, kun je dat niet gewoon alle drie in één fonds stoppen? Ja, natuurlijk kan dat. Dus dat hebben we gedaan in 2019, geloof ik. Dus sindsdien hebben we nu gewoon ja, eigenlijk één fonds, aandelen wereldwijd totaal, waarin ja, je belegt in aandelen van grote, middelgrote en kleine bedrijven uit ontwikkelde landen en opkomende landen. Er zitten meer dan 6000 aandelen in. Daar dek je echt een overgrote deel van, ja, van ja, zal het zal zijn ongeveer 98% van de wereldwijde aandelenmarkt ongeveer mee. En dat is gewoon ja, het ideale eh, fonds voor passief beleggen. Want dat is misschien wel goed om even nog te vermelden. Hè? Uh, indexbeleggen en passief beleggen worden vaak gebruikt als ongeveer hetzelfde. Wij zijn van mening dat dat niet zo is. Uh, indexbeleggen is wat het woord zegt: je volgt een bepaalde index. Maar er zijn, zeg ik, er zijn miljoenen indexen in de wereld. Als jij de AX-index volgt met 25 aandelen uit Nederland, dan zit jij in zo'n klein stukje van de wereldwijde aandelenmarkt. 1% nog minder. En dat is niet passief beleggen. Passief beleggen is dat je. Uh, ja, de veronderstelling, we kunnen niet voorspellen wat er gaat gebeuren op de beurs, we weten niet welke aandelen beter gaan presteren dan anderen. Dat blijkt keer op keer weer. En dus beleg je in alles. Dus passief beleggen doe je door wereldwijd te beleggen. En wereldwijd betekent ook niet alleen ontwikkelde landen. Dus de MSCI World Index, die heet wel World, maar is het helemaal niet. Dat is alleen grote en middelgrote bedrijven uit ontwikkelde landen. Ja. Dan mis je nogmaals de kleine bedrijven, je mist de opkomende landen. Alles in één, dan pas als je dat doet, dan, heb je een echt, dan ben je echt passief aan het beleggen. En dat is wat met aandelen wereldwijd totaal. Nou, dat is wat ons betreft gewoon het ideale indexfonds voor iedereen die passief wil beleggen. Dit is het beter dan dit wordt het niet. En um, onderliggend zijn dat he, de drie Noord en Trustfonds. Daar heb ja. ik het ook heel vaak over. Ja. Uh, mijn volgers of die vaak naar mij kijken of mij horen, die weten dat ik daar best wel een groot voorstander van ben. Ja. Uh, kan je daar iets meer over uitleggen, welke fondsen dat zijn? En, uh... Ja, um, uh, misschien een stapje terug om even nog een uh, historie te geven. Ik, we, toen wij begonnen in 2005, belegden we bij Vanguard. Wij zijn dus in 2013 overstapt naar Northern Trust. Om twee redenen. Eén was dat omdat de dividendbelasting willen terugvorderen. Ik weet niet of we daar nog over gaan hebben. Ja. Zo, komen we zo nog even op? Ja, goed, dat is wel belangrijk. Dat komt toen niet meer fijn. Kom wel bij Northern Trust. Dus wij zijn toen overgestapt naar die fonds van Northern Trust. Uh, en uh, later ook voor duurzaamheid. Maar daar gaan we straks nog over hebben. Dus dat waren eigenlijk de twee redenen. Dus wij beleggen nu in die drie fondsen van Northern Trust. Dat waren uh, destijds institutionele fondsen die in Ierland uh, zitten van Northern Trust. Uh, dat heeft zoveel toen losgemaakt toen wij dat deden. Ik weet nog dat wij nog door Northern Trust gebeld werden. En, zei, en die belden op een gegeven moment. Uh, worden jullie niet helemaal gek gebeld door alle banken en vermogensbeheerders? Ze zei ik: Nou, nee, we hebben een paar telefoontjes gehad, maar niet. Maar nou, zeiden wij wel. Want die hebben allemaal gezien wat jullie gedaan hebben, Meesman. Door dat Meesman fondsen te beleggen in Northern Trust. De dividendbelasting terugvorderen. En dat, dat bestaat er gewoon nog niet. Die willen dat ook hebben. En die zeiden: En zo, die fondsen. Daarna heeft Northern Trust dus die Nederlandse fondsen opgericht. Die dat ook kunnen, daar heb je het over, die fondsen. Die zijn dus opgericht doordat wij in eerste instantie de stap eerst. hebben genomen. Ja, en toen is vooral ABN Amro is toen naar Northern Trust gegaan. En ik zeg: Dat wil ik ook hebben, maak dat voor me. Zo is het een beetje gegaan. Ah, dat wist ik niet. Ja, ja, en daarom zijn die fondsen. Dus je hebt het ook. Ook dat indirect aan ons te danken oh. dat dat er is. Dus de, dat is een, ja, die fondsen zijn er nu. En wij beleggen voor het grootste deel nog in de Ierse fondsen. Dat zijn de institutionele fondsen, niet de Nederlandse fondsen. Ja. Northern Trust. Maar ja, dit zijn hele breed gespreide fondsen die heel breed gespreide indexen van MSCI volgen. Een apart fonds, dus voor de ontwikkelde landen, eentje voor opkomende landen, eentje voor de kleine bedrijven. Ja, de kosten zijn laag. Ze kunnen dividendbelasting terugvorderen, wat heel belangrijk is. Zal ik daar wel vast wat over vertellen? Ja, zeker. Nou ja, goed, dat is heel belangrijk. Uh, uh, die fondsen, zoals ik zeg, beleggen heel breed. Hè. We beleggen in 6000 aandelen wereldwijd. Nou, een groot deel van die aandelen, niet allemaal, maar een groot deel keert dividend uit. In bijna alle landen van de wereld uh, is er dividendbelasting. Dus dat betekent dat een stukje van dat dividend wat je krijgt wordt ingehouden. Dat varieert tussen beetje de 15% en 35%. In Amerika, een groot deel van de markt natuurlijk is het standaardtarief 30%. Dus je bent een derde bijna van je dividend kwijt. En uh, ja, wij kunnen dat dividendbelasting dus terugvorderen. Uh, dat, nou, dat is een lang verhaal. Ingewikkeld verhaal, daar heb je heel administratief apparaat voor nodig. Maar dat doen wij dus sinds 2013, dus al 10 jaar, uh, dat we dat terugvorderen. En dat levert voor een uh, MSCI World Index. Dus voor de ontwikkelde landen bijvoorbeeld uh, ongeveer als je alles terugvordert, levert je dat ongeveer een half procent. 0,5% extra rendement op. Ten opzichte van een indexfonds wat niet zou, niks zou kunnen terugvorderen. Nou ja, een half procent dat is je kosten, heb je daar meer dan mee terugverdiend. Dus dat, voor een indexfonds maakt het echt heel veel uit of je dividendbelasting kan terugvorderen. Want ja. het levert je gewoon relatief veel op. En uh, hoe gaat het in de praktijk dan de dividendbelasting terugvorderen? Want je hebt ook wel dat systeem met je, met je belastingaangifte, hè? Uh, dat je dan uh, kan als, aftrekken. Als particulier bedoel je? Ja, ja, ja maar ja, kijk, wij zijn natuurlijk als fonds, doen we dat. Ja. Dus wij doen dat als, 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 als financiële instelling, niet als particulier. En wij, ja, je hebt eigenlijk twee manieren waarop je dat doet in de praktijk. Um, er zijn, je hebt twee soorten vormen van belasting terugvragen. In Amerika bijvoorbeeld hebben ze wat heet uh, uh, ja, Relief at Source. Dus in Amerika is het zo dat je. Uh, wij zeggen wij zijn een beleggingsfonds in Nederland, wij beleggen in aandelen in Amerika. En wij hebben Amerika en Nederland hebben een belastingverdrag. En daar staat in dat dat standaard tarief wat jullie in rekening brengen van 30%, dat mag niet bij ons, of dat hoor je niet bij ons te doen. Bij ons hoor je maar 15% in rekening te brengen. En dan zeggen ze prima, dat klopt, dat doen we. Dus je krijgt bij voorbaat al, wordt er niet 30% afgetrokken, maar maar 15%. En, die, en de laatste 15 kun je dan hier weer verrekenen met de Belastingdienst, maar daar kom ik zo op. Dus dat is één manier. Dat je de, de, dus bij de bron al kan zorgen dat er minder ingehouden wordt. Dat is één manier. En er zijn er andere landen, bijvoorbeeld Zwitserland, die werken heel anders. Die zeggen: nee, dat doen we niet. Je betaalt gewoon het volle tarief, de volle map, dat is 35% in Zwitserland. Maar je mag het achteraf terugvorderen dan. Dus inderdaad, Zwitserland en Nederland hebben ook een belastingtarief. Daar staat ook in New maar 15% te betalen, niet 35%. Maar ja, ze houden wel 35 in in eerste instantie. Dus ja. we krijgen minder dividend. Maar dan zeggen we, dit staat in het verdrag. Die 20% krijgen we nog terug. En dan moet je allemaal papier invullen, moet je allemaal ja. dingen opsturen. En dan krijg je dat op een gegeven moment terug. En dan, ja, dan, dan krijg je dat alsnog terug. Maar dat is dan achteraf. Dus in ieder geval wordt het bij vooraf al verlaagd en in het andere geval krijg je het achteraf terug. Okay. Maar op zich maakt het niet zoveel uit. In beide gevallen krijg je het terug ja. en worden eigenlijk al die dividendbelasting wereldwijd wordt verlaagd tot 15 procent. Dat is het standaard tarief in Nederland. En die 15 kunnen we dan weer verrekenen met de dividendbelasting die het meestal fonds zelf uitkeert als ingewikkeld proces. Ja. Daar is ook een term voor, afdrachtsvermindering heet dat. Maar in ieder geval, het komt erom neer dat we die laatste 15 procent ook nog met de Nederlandse Belastingdienst kunnen verrekenen met belasting die wij krijgen, die wij horen te betalen sorry, als fonds. Ja. En daardoor betaal je uiteindelijk als klant nul dividendbelasting. Je dus bijna, helemaal geen dividendlekkage. Bijna, het is niet 0%, je is een klein beetje blijft erover, en er zijn een paar landen waar het nog niet zo soepel loopt. Mm -hmm. Maar je, bent, je krijgt, ik weet niet, 98% terug of zo. Ah, oké. Okay. Want ik weet bijvoorbeeld, als je bij de Giro, uh, heb ik ook voorheen uh, belegd, en dan kocht ik dan het Vanguard All World Fonds, ja. VVRL, best wel een bekende, denk ik voor heel veel kijkers ook. Ja, daar heb je wel te maken met een dividendlekkage. Ja, klopt. Ja, ja, ja. want die kunnen niet overal die WN-belasting terugvorderen. En dat is het grote voordeel wat wij hebben als ja. een Nederlands fonds zijn. Wij zijn een Nederlands bedrijf, meestal gevestigd in Nederland. En doordat wij een Nederlands bedrijf zijn, mogen wij gebruik maken van de Nederlandse belastingverdragen. Ja. En Nederland heeft, dat hoor ik van alle fiscalisten, ongeveer de beste belastingverdragen van elk land in de wereld. Dus ja. dat zijn heel gunstig. Daardoor kunnen we heel veel terugvorderen. Ja, want kijk, de giro, hè, klinkt altijd heel goedkoop. Eén keer per maand kopen je keren selectie bla bla bla. Lopen de kosten bij VWRL als 0,22 maar als je vervolgens dan ook nog zo'n dividendlekkage hebt... als je dat omgerekent, komen ze uit op 0,549% per jaar aan kosten. Okay. Dan zijn jullie al lager. Ja, ja. maar wat ik ook zeg, hè, we gaan het ook wel over we hebben kosten... Hè. en ja. het is ook heel belangrijk om op kosten te letten. Zeker. Maar als je gaat kijken naar uiteindelijk wat je rendement is bij passief beleggen... is kosten niet de belangrijkste factor. Er zijn andere dingen, we gaan we het misschien straks nog over hebben... die belangrijker zijn. Dus kosten zijn belangrijk... maar sta je er niet blind op, want inderdaad dingen als dividendbelasting is ook heel belangrijk... Maar ook een soort index die je volgt. En zo zijn er nog een paar. We hebben zo'n lijstje van belangrijke criteria waar je naar moet kijken. Dus kosten zijn belangrijk, maar het is echt niet het enige. Maar benoem ze maar gelijk. Oké, okay, nou ja, heel simpel. Uh, wij hebben een soort, uh, als ik even de top vijf noem. Ja. Hè? Als, je, als, je, als je een indexfonds wil gaan kiezen, wat zijn nou de vijf belangrijkste criteria om naar te kijken? Wat ons betreft is dat als eerste de allerbelangrijkste is gewoon welke index wordt gevolgd. Dat is gewoon ver weg het belangrijkste. Dat komt voor alles. Dus is het een breed gespreide index? Dat is heel belangrijk, of niet? Uh, dus een, als je nou de MSCI World volgt, dan moet je realiseren dat is niet de world, dat is alleen ontwikkellanden, grote, grote bedrijven, of middelgrote bedrijven uit ontwikkelde landen. Is dat is die, die onder is die, die weer gelijk qua onderliggend bedrijf van Northern Trust World? Ja. Want he, aandelen wereldwijd totaal bestaat eigenlijk uit drie fondsen: ja. Northern Trust World, ja. Northern Trust Small Caps, Northern Trust Emerging Markets. Klopt, toch? En die volgen alle drie een index van van MSCI index ja. van. De ontwikkelde landen, een van de opkomende landen, eentje van kleine bedrijven. Maar je, kan, je hebt ook indexen waar dat allemaal in zit. Ja. Ik weet niet of je het, de kent, de MCI Acqui IMI heet dat. Ja, die kent. Dat is de All Country World Index. Ja. IMI betekent dat zitten ook kleine bedrijven bij. Dat is de echte wereldwijde index. Ja. Nou, dat is eigenlijk de index die wij volgen. Hm. Dat, dan beleg je echt wereldwijd. Dus dat is heel belangrijk. Welk, hoe zit die indexen in elkaar? Wat ook heel belangrijk is, is of die marktgewogen is of niet. Marktgewogen, dan beleg je passief. Zo gauw ze anders wegen, want dat is tegen, hè, je hebt ook gelijkgewogen indexen zoals dit, dat we alle aandelen. Is. Zelfde weging krijgen. Nou, dan kom je, loop je te, één tegen allerlei praktische problemen aan. en hele hoge transactiekosten. Maar ook zie je dat die, die meestal veel slechter presteren. Um, uh, maar goed, dus dat is, dat is ook belangrijk. Maar het belangrijkste van dat, van dat. zo gauw je niet marktgewogen hebt. ben je actief aan beleggen weer. Ja. Want je bent kennelijk iets anders aan het doen van, dan de markt. Want je, wil, je denkt dat dat beter gaat, of whatever. Maar het is een actieve keuze om af te wijken van de markt. Dus als je passief wil beleggen, moet het echt wereldwijd zijn. En het moet marktgewogen zijn. Dan theoretisch, ja, theoretisch gezien zeg ik wel eens: je moet elk beursgenoteerd bedrijf volgen, 100% van de markt. En dan ook nog eens naar gewogen middel. Dus een Apple, daar zit je meer in precies, precies. dan in een uh, Logitech. Nou, ja, dat is precies, ja. Kort. En eigenlijk zou je de ideale passieve portefeuille is: letterlijk elk beursgenoteerd bedrijf ja. ter wereld. En praktisch gezien is dat niet te doen, dus, maar je komt er wel heel dichtbij. Maar inderdaad, dat is wat je doet. En die moet je dan aanhouden in verhouding tot hun beurswaarde. Dat is wat je doet. Ja. Nou, dan ben je passief aan beleggen. Dus dat is één, eerste criterium. Ja. Die index, dan ben je goed bezig. Tweede is, en dat is iets waar zelden naar gekeken wordt, is hoe wordt die index gevolgd? Je hebt verschillende manieren waarop je index kunt volgen. Wat wij doen, is wij kopen gewoon alle aandelen in de index. Dat, heet, dat is simpel, dat heet dan in het jargon full replication. Dus ja. volledige replicatie. Je koopt gewoon allemaal. Dat is de meest zuivere manier om te doen. Maar je kan het ook op andere manier doen. Je kunt ook zeggen, en dat doen sommige partijen, ik koop maar een, een, een deel van die aandelen in index. En dan stel ik het zo samen dat ik denk van hé, hey, daar ga ik wel min of meer hè, goed die index mee volgen. Maar dat gaat wel eens mis. Hm. En de derde optie is, ja, dat heet dan synthetisch via derivaat. En dan koop je eigenlijk niet een, helemaal geen aandelen, nul. Je koopt een, ja, een derivaat, een, een ruilovereenkomst. Heet dat dan. zijn afspraken tussen financiële instellingen waarbij ze, een andere partij jou belooft. Jij krijgt het rendement van de index. Nou, daar moet je allerlei dingen voor regelen. Uh, maar daar, is, uh, ja, daar zitten best wel wat risico's aan. In ieder geval zoverre dat de AFM heeft dat heeft afgeraden voor particulieren. Ja. om in dat soort fondsen te beleggen. Dus dat is het tweede criterium. Eén, hoe, hoe, welke index wordt gevolgd? En twee, hoe wordt die gevolgd? Welke strategie van indexvolgen wordt gebruikt? Derde is dan ja, of kosten of dividendbelasting. Tegenwoordig zou ik zeggen, is dividendbelasting terugvorderen belangrijker dan kosten. Omdat de kostenverschillen steeds kleiner worden en het gaat meer op elkaar lijken. Dus dividendbelasting kunnen terugvorderen, wat ik net al zei. Ja, als je dat volledig kan, levert dat een half procent per jaar rendement, extra rendement op. Als je niks kan, ja, ben je dus een half procent per jaar loop je al achter. Ja. Dan heb je kosten, dat is eigenlijk vierde plaats zo'n beetje, die zijn belangrijk. Maar kijk, het kostenverschil is belangrijk. Als het verschil dus heel laag en heel hoog wordt hè? Dus als je passief met actief gaat beleggen, ja, dan is kosten belangrijk, dan zou ik kosten op plek 3 ja. zetten, want dat verschil is gewoon heel groot. Als je onderling indexfondsen gaat beleggen, zie je dat die verschillen veel kleiner worden. Die zijn allemaal vrij goedkoop, de ene is iets goedkoper dan de ander, maar die verschillen worden kleiner. dan 0,1, 0,2% verschil. Ja, dan is 0,5% dividendbelasting veel belangrijker aan het worden. Ja. Dus dat is een beetje aan Dus kosten zijn zeker belangrijk, maar afhankelijk van wat je aan het vergelijken bent in de rangorde. En de vijfde criterium, wat wij altijd zouden zeggen, is uitlenen van effecten. Dus uh, wat veel beleggingsfondsen doen, zowel actief als passief, is de aandelen die ze bezitten uitlenen. Daar wordt wat extra inkomsten mee gegenereerd. Nou, daar zitten ook bepaalde risico's aan. Dat is ook in het verleden wel eens misgegaan. Daar zit tegenwoordig meer waarborg. Hoor. Er zijn meer wetgevingen gekomen op dat gebied. Maar in principe, wij beleggen gewoon niet in indexfondsen die effecten uitlenen. Wij doen dat ook niet. Hoe werkt dat praktisch dan? Dus ik, uh... Nou ja, een, een beleggingsfonds, nou ja, die, zit, be, bezit aan, die heeft miljarden aan aandelen in bezit. Ja, en die aandelen worden soms uitgeleend. Er zijn bijvoorbeeld hedgefondsen of pensioenfondsen die zeggen, ik heb tijdelijk wat aandelen nodig, kan ik die bij jou lenen? Dan zeggen ze prima, ik leen jou die aandelen, geef mij daar een vergoeding voor, dus je verdient er iets mee. Uh, en dan worden ze uitgeleend. En die, dat ander bedrijf gaat er dan iets mee doen. Bijvoorbeeld hedgefondsen gebruiken ze bijvoorbeeld om te kunnen stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Om iets te oh ja. doen. Maar ook om bepaalde strategieën uit te voeren. Dat ze tijdelijk short gaan en zo. Daar hebben ze dan tijdelijk aandelen nodig. Allemaal ingewikkeld. Ja. Dat houden wij ons ja. niet mee bezig. Maar er zijn allerlei redenen waarom financiële instellingen aandelen willen lenen tijdelijk. En, ja, en beheerders van beleggingsfondsen hebben die aandelen. Dus die kunnen daar wat extra's mee verdienen. En dat gebeurt ook. Uh, en dan die verdiensten worden dan vaak voor een deel natuurlijk nog in eigen zak gestopt en niet aan de klant doorgeeft, terwijl het de effecten van de klant zijn waarmee die uitgeleend worden, die het risico lopen. Dus wij zijn daar gewoon tegenstander van. Ik, ik, ik vind het gewoon geen goed. Ja, in principe kies niet voor een indexfonds waar effecten uitgeleend worden. Nee. Dat zijn de vijf criteria, ja, de vijf belangrijkste. Belangrijkste. Ja. Oké, okay, duidelijk. En als ik kan kijken, even nog bij die Noord-trustfonds blijven in de praktijk. Stel, ik heb duizend euro. Ik open een rekening bij uw beleggingsrekening, privé. Ik stort duizend euro naar jullie en ik zeg, joh, dat moet in aandelen wereldwijd totaal. Hoe gaat het dan uh, verder, praktisch gezien? Hoe gaat het dan naar Trust ja. en die zetten het dan weer in die onderliggende bedrijven zoals Apple, Amazon, cetera? Ja, dus in feite, jij hebt een rekening bij ons. Jij zegt duizend euro, je maakt duizend euro over. Wij handelen één keer in de week en dan zeggen we, oké, okay, dit is de koers geweest. Jij krijgt zoveel, duizend euro, laten we even heel simpel zeggen, de koers was uh, tien euro. Dan heb jij dus 100 participaties krijg je dan voor die 10 euro. Dan heb je 100 participaties van Meesman, indexfonds, aandelen wereldwijd totaal. Prima, bij dat fonds komt dus die 1000 euro van jou binnen. Daarvoor moet, kopen wij dan participaties aan in het onderliggende Northern Trust Fonds. Nou, in dit geval zijn het er drie. Dus verhoudingsgewijs zeggen wij, oké, okay, dan gaat er dus, ik noem maar even wat, uh, 750 naar fonds A, ja. 150 naar fonds B en 100 naar fonds C. Ja. En dat komt dan bij dat fonds van Northern Trust binnen... En die koopt dan die onderliggende aandelen aan, die, daar, die duizenden aandelen die daar aan ten grondslag liggen. Nou, zullen ze dat niet alleen voor die 750 doen, daar kun je geen duizenden aandelen voor aankopen. Maar er komen natuurlijk per dag daar honderden miljoenen binnen. En dat gaat erin en eruit. Dus, dus dat wordt allemaal op één hoop gegooid. En voor dat bedrag gaan ze dan al die onderliggende aandelen kopen. En hebben jullie echt een direct lijntje met Noordertrust? Ja, gaat dat ook? Kijk. Nee, nee wij werken niet. Oh ja, sorry. Ik weet niet of je wilt zeggen nee. via bank of broker. Precies, nee. Ja, ik wil zeggen via nee, een bank. Wij plaatsen al onze orders gewoon direct bij Northern Trust. De, de, alle, alle, alle tussenpersonen. Ik kan het privé niet. Nee. Nee, ik moet het als ik het doe. Hè, en ik doe het privé beleggen. doe ik nu wel uh, zelf via de bank. Maar ik neig dus om dat gewoon via, via jullie te gaan doen. Uh, dus ik koop die drie Noorder Trust Nou inmiddels, jij zei net. Het komt bij ABN. Dat nou, kan ook bij de Rabo en bij de IEG. Uh, inmiddels. Ja. Ik weet niet of je we dat, dat weet, Thomas. Ja, nee, dat weet ik uh, ja, Bij andere banken kan het zover. Ik weet niet. Uh, maar ja, er zitten ook nadelen aan, zeg maar. Want als je zeg maar zelf die Noordertrustfonds gaat kopen, kosten zijn weliswaar wat lager. Ja. Uh, maar je moet wel gaan herbalanceren. Want hoe vaak, dat is tegelijk de volgende vraag. Kijk, je koopt Trust World, Emerging Markets en Small Cap. In die verhouding, ja, laatste jaar zit het een beetje rond de 80-10-10 ongeveer, zeg maar. ongeveer. 80% aan ja. Trust World, want ja, daar zitten Apples, Amazons. ASML grote jongens in, zeg maar. Dat is ook logisch, hè. Maar gewoon gemiddelde. Die andere twee zijn 10%. Ja. En ik doe dat dan één keer per jaar. heb je zo'n website voor marktcaps.site. Ik weet niet of je die website toevallig kent. Nee. nee, dat is een Nederlander heeft een scriptje gemaakt. Dat wordt elke dag geüpdate. Wat zijn precies de verhoudingen? Oké, okay. daar houden ik klik ook op... bij, hoor. Maar op een andere manier. Oh. <laughs> en ik heb klik klikken op knop. En dan zie je zo die drie dingen en welke verhoudingen <tus> ik moet doen. Okay. Je kan het zo vaak bijhouden als je het natuurlijk wil. Okay. Uh, zelf doe ik dat één keer per jaar. Uh, maar ik merk nu al in de praktijk uh, dat ook dat ik het soms wel eens vergeet. Klanten zie ik wel eens iets vergeten. En ja, dan is zo'n aandelen wereldwijd totaal. Ben je misschien te lang ietsjes meer kwijt. valt op zich ook nogal mee, ben ik echt achtergekomen. Uh, maar we willen totaal ontzorgen. Of we u nergens meer naar te ja, kijken. Dat, dat is precies het doel van dat fonds, wat ik in het begin al ja. zei. Hè. We, 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 het is er omdat onze klanten erom vroegen. Maak het ons makkelijk, zeiden ze. Door alles in één fonds te stoppen. En wij zorgen dan voor dat die verhouding goed blijft tussen drie fondsen. Dat is, wij doen dat als beheerder van het fonds. klant hoef je niks te doen. Je stopt gewoon. Je koopt gewoon de participatie van het fonds. Ja. En alles wordt voor je gedaan. Ook dat hele dividend terugvorderen, je hoeft niks te doen. Ja, alles doen wij als fondsbeheerders, jij hoeft helemaal niks te doen. En je kan letterlijk, zoals onze filosofie ook, hè, zoals we ook zeggen, dat je moet gewoon er niet meer naar omkijken. Ja. Gewoon laten staan. En, uh... en hoe, vaak, hoe vaak doen jullie dat herbalanceren? Nou, zelden. Want het, als, het zijn natuurlijk marktgewogen fondsen. Hè? Ja. Dus uh, ze bewegen mee met de marktontwikkeling. Dus als, ik noem maar wat, ontwikkelde landen harder groeit dan opkomende landen, ik noem maar even wat, wat het laatste jaar het geval is geweest, dan zie je dat dat belang van ontwikkelde landen uh, toeneemt hè, ten opzichte van opkomende landen. Maar ja, dat wil je ook, want in, of tenminste, dat is ook wat er in de markt gebeurt. Die, doordat die harder groeit, groeit je fonds mee. Dus doordat marktgewogen, het is een beetje lastig uitleggen, doordat marktgewogen indexen zijn, groeien ze vanzelf mee relatief met die verhouding in de, uh, uh, zoals die hoort te zijn volgens die, die, die marktgewogen indexen. Dus je hoeft in principe eigenlijk zelden iets te doen. Um, en ik denk letterlijk dat wij in die twee jaar dat, dat nee, het fonds staat sinds 2019, ik hoop niet dat we al een keer hoeveel hebben, hebben hoeveel herbalanceren. Ah, okay. Dus het, kosten, het brengt geen kosten met zich mee. En het komt ook nog bij dat we natuurlijk geld in en uitstroom hebben elke week. Ja. Dus uh, daarmee kun je ook een beetje herbalanceren natuurlijk als ja. dat nodig moet zijn. Maar ik geloof niet dat we dat al een keer hebben hoeven doen. Het uh, okay. nee, blijft automatisch goed. Oké, okay, ja, zoals ik het nu doe bij de, bij de IEG, dan zeg maar. Ja, dat doe ik 80%. Hè. Stel ik leg 500, 80% van die 500, 400 leg ik dan in Noord-Trushwild. Ja. En die andere 2,50. Maar soms kijk ik wel eens en zie ik dat die mark cap toch een beetje aan is gepast. En dat die niet ja. van 80, 10, 10, nou, bijvoorbeeld. Uh, laatst stond hij op 82, 10 of zo, even ja. uit mijn hoofd. Dan zou ik eigenlijk die maandelijkse inleg moeten ja. gaan aanpassen. Moet ik al die orders weer eruit halen, opnieuw erin leggen. Ja. Maar dat komt ook denk ik doordat jij, ja, jou, jouw inleg, zo, kijk, wat wij inleggen elke maand is precies volgens de wegingen. Elke week, pardon. Dus ja. wij houden dat allemaal bij. Wij leggen in precies volgens de actuele weging van dat ja. moment. Ja. Dus wij zorgen ervoor dat de portefeuille overeenkomt met wat de marktweging is en dat alle instroom in het fonds ja. ook volgens die marktweging gaat. En als je beide volgens de Neutrale marktweging doet ja, dan hoeft blijf je het altijd het, dus goed. Ja, ja goed. ik heb natuurlijk het probleem dat 8 Jezus. 10 10 altijd is. <laughs> Wij je een jaar lang. Ja, ja. en dan kijk ik oh wacht nee. die verhouding is ja, anders geworden. Is anders, ja. En dan moet ik die verhouding ja. aangepassen en herbalanceren. Ja, kijk het, 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 je hebt het allemaal in een uurtje al geregeld, ja, maar het ja. valt wel mee. Uh, maar ja, je moet er wel even aan denken. Ja. ja. Uh, dus oké, okay, onder jullie zeg maar jullie handelen één keer per week en waarom staat, en dat is vrijdag, toch? Ja. Elke waarom dat één keer per week? Nou gewoon eigenlijk om onze filosofie van dat, dat niet met je geld bezig zijn, niet willen handelen, om dat te onderstrepen. Dus wij, hè, zoals ik zeg, uh, onze filosofie is heel simpel. Beleg in een wereldwijd gespreid indexfonds. Echt wereldwijd gespreid, marktgewogen. En vervolgens laat het gewoon staan. Je stopt je geld erin als je het hebt. Je neemt het weer op als je het ooit weer later nodig hebt. In de tussentijd niks doen. Gewoon letterlijk niks doen. Zoals Warren Buffett ook had uh, vastgelegd yep. hè, in zijn testament. Er mag twintig jaar niemand naar kijken, <laughs> bewijsvredig. Ja. Nou, dat is letterlijk wat wij ook zeggen. Kijk er niet naar om. Nou, en als je dus de, de lange termijn, daar gaat het om, die lange termijn visie. En daar toen wij begonnen, kon je zelfs maar één keer in de maand in en uitstappen. Ah. Maar dat was iets te lang wachten voor veel mensen. Dus ja. dat hebben we toen verwijzigd. Maar dat is, dat is het gedachte erachter. Als je het elke dag verhandelbaar maakt, ja, het kan wel. Hè. Sommigen vinden dat ook wel prettig. Maar het, het maakt het nog allemaal weer wat makkelijker om heel snel te reageren als er een keer iets in nieuws is. En dat zeggen we ook, je moet de waar van de dag negeren. Ja. Dus er zijn altijd is er goed nieuws en slecht nieuws. weet je allemaal negeren. Ja. Dus, maar als je, hoe, hoe makkelijker je verhandel, het, het maakt om te handelen in dingen, hoe meer mensen gaan handelen. Dat blijkt ook uit onderzoeken. Ja. Daarom ben ik ook een groot tegenstander van ETF's. Ja. Hè, dat zijn beursgroteerde indexfondsen waar je de hele dag kan handelen. Nou, ik vind dat een beleggingsfonds per definitie iets is wat niet eens op de beurs thuis hoort. Het is een breed gespreid iets bedoeld voor lange termijn beleggen en niet om in te kunnen speculeren en zeker niet om om 9 uur in te kunnen stappen en om 2 minuten over 9 uur ja. weer uit te kunnen stappen. Ja. Het slaat nergens op. Dus John Bogle, de oprichter van Vanguard, de, de, onze grote held, die was er ook in het begin zeker heel erg op tegen. Dat hele idee van een beurs indexfondsen. En, ja, en daar had hij gelijk in. Wat mij betreft zou er niet moeten zijn. Oké, okay. en um, als we dan kijken, en ik blijf nog even bij NoorderTrust, want kijk hoeveel vertrouwen ik ook in Meesman heb. En gaat geld uh, naar NoorderTrust toe. Ja. Hoe veilig is NoorderTrust? Zeg maar? Staan zij onder toezicht ook? Ja, tuurlijk, ja, zeker. Voor Northern Trust is uh, een van de grootste indexbeleggers ter wereld. Hè. Je hebt natuurlijk de grote drie zijn BlackRock, Vanguard en State Street. Nou, Northern Trust is denk de vierde. In ieder geval een van de grotere. En uh, ja, een enorm grote vermogensbeheerder bestaan al 150 jaar. Um, en uh, zij hebben, ja, zij moeten natuurlijk ook aan alle. Het is een bank ook, hè. het is een groot financieel dienst met allerlei activiteiten. Maar de asset managers, de vermogensbeheerpoot, zeg maar. Ja, die hebben al die fondsen die zij beheren, staan onder toezicht en moeten aan exact dezelfde regels voldoen. Als wij bijvoorbeeld, als Meesman, dus de financiële regels voor nee, de wet en regelgeving voor financiële instellingen voor beleggingsfondsen, laat ik concreet zijn, is voor 90%, 95% Europese regelgeving. Dus in de hele Europese Unie is dat hetzelfde. Nou, die fondsen van old Trust zitten of in Ierland of in Nederland. Het geldt allemaal dezelfde regels, er zijn wat kleine verschilletjes. Maar, en dus ja, dat is, die voldoen aan dezelfde regels, zijn net zo veilig als alle andere fondsen. En de allerbelangrijkste regel, misschien dat je daar ook op doelt, is die van vermogenscheidingen. Mm -hmm. Dus dat, is, dat geldt voor Meesman zeker, maar ook voor Northern Trust en alle partijen waarmee we mee werken. Alle beleggingsfondsen die uh, een vergunning hebben, als je een vergunning hebt, moet je het vermogen van de beleggingsfondsen juridisch afscheiden van jouw bedrijf als beheerder. Ja. Dus even, laat ik even Meesman als voorbeeld nemen. Wij hebben dat ook. Wij zijn, Meesman is een BV, gewoon een Nederlandse BV, maar onze fondsen, het de, 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 alle bezittingen van onze fondsen, dus die aandelen die wij bezitten, of die participaties in de Northern Trust Fondsen en in die andere fondsen waar we in beleggen, maar ook de bankrekening. Onze fondsen hebben de bankrekening bij ABN Amro, waar al het geld overheen gaat. Dat staat allemaal op naam van een stichting. Stichting, Meesman beleggingsfondsen. Dus een stichting is een aparte juridische entiteit. Dat is wat anders dan onze BV. Ja. Dus als onze BV ooit uh, failliet zou gaan, of wordt dan ook, dan is er. Beleggers zijn letterlijk geen cent kwijt. Ja. Nou, zo moet je het regelen. Dat is ook gewoon een wettelijke eis, anders krijg je geen vergunning. En dat geldt ook voor Northern Trust. En dat geldt ook voor Vanguard. Dat geldt voor iedereen. Ja, ja. Als je een vergunning hebt. En stel, stel meestal zou failliet gaan. Dan staat het geld bij de stichting. Dan zou ja. iemand anders het over moeten nemen of zo. Ja, hoe het dan, dan zijn er twee dingen. Laat ik even zeggen, we hebben niet één euro schuld. Dus we gaan niet failliet. We hebben het financieel ook heel gezond. We groeien als kool, ik zei het net al. Dus dat één. Maar goed, je weet het nooit hè, wat de toekomst brengt. Dus het zou in theorie kunnen. Dus stel dat wij failliet gaan. Ja, dan staat het geld in die stichting. Die stichting heeft een bestuur. Dat is niet Meesman die de bestuurder is. We hebben dat uitbesteed aan een externe partij... die ook een aantal administratieve taken voor ons doet. Dat is een bedrijf in Amsterdam. Die bestuurt die stichting. En dan ons prospectus van ons fondsen... dat is het juridisch document waar ja. alle voorwaarden in staan. Daar staat dan letterlijk in als dat gebeurt... dan zijn er twee opties. Alle, dan wordt er een vergadering van beleggers... participanten bij ingeroepen en die mogen dan beslissen. Dan kunnen ze twee dingen doen. Ze zeggen we gaan door met de fondsen... maar Meesman is er niet meer. We, to, we zoeken een andere beheerder om die te gaan beheren. Nou. Die staan in de rij, kan ik je zeggen. Ja. Uh, dus dat, dat zouden ze zo kunnen vinden als ze dat willen. Dat is één optie. De andere optie die ze hebben is zeggen, nou weet je wat, we, meestal is niet meer, we stoppen ermee, we sluiten alle fondsen en iedereen krijgt zijn geld terug. Dat kan ook. Ja. Dus dat is eigenlijk de keuze die je dan hebt. Eigenlijk is het nog uh, veiliger dan een uh, tonnetje te posten, gaan stel ze bij de bank. Ja, ik vind van wel. Ja, want uh, dat, kijk, bij een beleggingsfonds zitten er altijd beleggingen achter. Er zijn assets, hoe heet dat? Activa. Er zijn dingen met waarde ja. die dat geld onderbouwen. Bij een sorry, bij een spaarrekening heb je dat niet. Want uh, ja, uh, dat werkt gewoon heel anders. Uh, als jij geld op een spaarrekening zet, het klinkt raar, maar juridisch is het op dat moment van de bank. Het staat op de balans van de bank. Ja. En als de bank omvalt, valt het gewoon in de boedel van de bank. Ze beloven het jou terug te betalen. Hè, als je het komt ophalen, maar we weten allemaal, als iedereen, tegelijk, iedereen dat tegelijk doet, is het geld er helemaal niet, dat kunnen nee, ze niet. Dus, daar, dus dat is dus. Dus omdat. Ja, in die zin is beleg, uh, sorry, sparen, uh, sparen eigenlijk inherent best risicovol. Ja. Want je moet hopen dat die bank niet... Vindt. En dat is ook de reden dat er een garantiestelsel is. Ja. Waarom is dat er? Omdat er een risico is. Anders ja. heb je geen garantiestelsel nodig. Dus daarom is dat garantiestelsel. Dan weet je dat in ieder geval een ton per persoon dan uh, ja. uh, krijg je terug. Uh, als dat goed gaat. Maar goed, laten we daar maar vanuit gaan. En dat is ook misschien goed om te vertellen. Bij beleggingsfondsen is er geen garantieregeling, Want die heb je niet nodig. Zoals ik net zei, het, het veiligstellen van je geld gebeurt via... Dat wat heet dat? Die vermogensscheiding door dat juridisch ja. af te zonderen, waardoor je gewoon niks kwijt kunt raken. Nee. Dus heb je ook geen garantieregeling nodig. En dus die heb je niet, niet in Europa, niet in Amerika. De garantieregeling heb je wel voor spaargeld, maar niet voor beleggingen. Je hebt ook wel, uh, ik kan me herinneren, 20.000 euro beleggingscompensatie. -regeling. Ja, maar dat is, dat, is voor, dat is niet voor beleggingsfondsen, dat is voor beleggingsrekeningen. Voor, uh, dat is als je een rekening hebt bij een bank of broker waar je individuele aandelen op aanhoudt. Ja. En dan onder bepaalde uh, voorwaarden heb je daar inderdaad uh, ja. tot 20.000 euro daar gelekt. Ja, volgens mij is dat als je een maar... rekening hebt bij de Giro. En je hebt dan uh, het geld op de Giro rekening staan, maar nog niet daadwerkelijk geïnvesteerd. Dan is dat geld volgens mij wat op de spaarrekening staat bij de Giro, dat is toch die tot die 20.000 euro. Dat, weet ik, dat durf je eigenlijk niet zeggen. Ik weet niet precies hoe het werkt bij de Giro. Oh, Oké, okay. nou, ja. Maak ook even niet uit voor nu. Uh, ik wil toch nog even terug naar dat Noord-Nord-Trust. Uh, dat blijft ja. nu nog voorbij. Kijk, je zei het net al, 6000 bedrijven onderliggend, uh, 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 zitten daarin. Dus je investeert in 6000 bedrijven. Jij zijn net 98% van de market cap. Ja, zoiets ongeveer. Ik, ik, ik weet het niet precies. Is het, maar het zal ongeveer het, het zo ongeveer? Vroeger waren jullie Vanguard fondsen. Jullie ja. switchen naar Northern trust Is die market cap hetzelfde gebleven? Nou, toen we bij Vanguard, toen we de eerste switch maakten naar, naar Northern Trust. Ja, die market cap, die totale waarde zal ongeveer van fondsen hetzelfde zijn. Wij zijn overgestapt toen van een. Uh, een MCI World fonds bij Vanguard naar een MCI World fonds bij Northern Trust. Ja. Dus dat is precies dezelfde onderliggende index, namelijk de MCI World Index, ja. en ook dezelfde market cap. De reden dat we die overstap in 2013 hebben gemaakt was om die dividendbelasting Dividend, te kunnen. Ja. Dat is de enige reden. Het onderliggende index bleef toen uh, precies hetzelfde, dat veranderde niet. Oké, okay. dus dat dat is, uh, ja, dat is het. Ja, maar er is zo'n vergelijkingsstoel. Je weet wel, indexfondsvergelijk.nl. Die gebruik ik ook wel eens, en dan kan je heel mooi kijken naar indexfondsen die vergeleken worden. Nou, Meestal komt terug de Giro met bepaalde dingen. Bernoude komt ook terug. En dan zie je bij Bernoude dat uh, dat zij op 98 zitten. zitten. Bij jullie is die verlaagd van 92 naar 90 En Het kan ook zijn dat er natuurlijk, ja, dat er in een script iets fout zit. Ik zag ook dat ik was even in de, in de programmering gedoken dat die niet heel, heel recent was geüpdate, dat stukje. Dus ik zeg ook niet blind dat mensen dat helemaal moeten vertrouwen. Het is een soort indicatie, zeg ik dan tegen mensen. Maar ja, ja want dat ik weet. Vermogens, uh, die. Welke site? was Ja, ja, oh, ja, die, ja. Ja, ik weet niet. Ik heb daar wel eens naar gekeken. En ik weet nog dat ik toen, een uh, jaar geleden. Uh, toen iemand, een klant van ons wees ons daar inderdaad op. En toen keken we daar op en zeiden: hey, er klopt hier iets niet in die okay. cijfers. Maar ik, we hebben toen. Eh, we hebben daar niet echt in gedoken waar er nou op zit. Maar ik hoor, ik hoor het eigenlijk nooit hoor. Die, dus ik weet niet. Maar dan zou ik, als dat zo is, dan zou ik daar zeker in ja. moeten kijken. Want, maar. Ik, dat is dus, dus volgens de definitie van MS, die MSCI zelf aanhoudt. Ja. Als je dus die markt opdeelt in ontwikkelde landen en opkomende landen plus grote, middelgrote en kleine ondernemingen, dan is ongeveer het enige stukje wat wij niet hebben is de emerging markets small caps. Dus ja. dat is het stukje wat wij niet in ons fonds hebben zitten. En dat is iets meer dan 1% van de totale beurs. Dus dat is ongeveer 1A. Nou, uh, 1 à 1,5 procent. Ik weet niet precies wat de actuele nee, okay. het nu is, maar dat is een klein stukje. Maar dat is niet meer dan, in ieder geval niet meer dan 1,5 procent. Voor de duidelijkheid, hè, en, dat is niet Noordertrus Emerging Markets, dat is Noordertrus Smokers, maar van een emerging market, daar de kleine bedrijven van. Het ja, smokers, precies. Zeg maar. Dus, dus ja. Van, van het stukje emerging markets, waar wij wel in beleggen, ja, ja. we beleggen in de grote en middelgrote bedrijven ja. van de emerging markets, maar niet in de kleine ja. bedrijven. Daar hebben we geen fonds voor dat de dividendbelasting kan terugvorderen. Dat is de reden dat we dat niet doen. En daar mis je dus 1 à 1,5 procent toch weer van de markt voor. Ja. En dat is eigenlijk de enige segment van de markt wat wij missen. Nou wordt het misschien, het kan zijn dat zij zeggen, hé, hey, het zijn licht groene fondsen, dus een beetje duurzaam, waardoor wat bedrijven worden uitgesloten, dat ze op basis daarvan concluderen, hé, hey, de marktkapitalisatie is lager. ESG, dat ja. zou kunnen, maar dat is wel zo, dat kan, want je sluit bepaalde bedrijven uit, maar dan dek je nog steeds 100% van dat marktsegment. Ja, ja je hebt wel wat bedrijven minder, omdat je ESG toepast, maar je dekt nog steeds wel hele, dat hele marktsegment. Ja. Um, en als je dan uh, even, heel, heel even switches maken naar Brennudé, daar hebben jullie ook wel eens contact mee hè. Uh, als je bij hun een zeer offensief port uh, portefeuille pakt, dan zit daar uh, NoorderTrust Emerging Market ook in, NoorderTrust Small Cap. Alleen die, dat grote fonds is nog steeds een Vanguard fonds bij hun. Weet je dat? Ja, ja, ja. Maar... Um, Onderliggend, dat zijn dus exact dezelfde bedrijf onderliggend onderlig ongeveer. Ik denk het wel. Nou ja, Vanguard is op een gegeven moment overgestapt. Ik moet, ik weet niet precies welk fonds Vanguard is. Ik weet dat Vanguard overstapt is naar indexen van MSCI naar indexen van FTSE. FTSE, mm -hmm. die zijn wel heel vergelijkbaar, maar niet precies okay. hetzelfde. Dus uh, dat zou kunnen zijn dat daar een klein verschilletje in zit, maar het zal waarschijnlijk niet veel zijn. Een groot verschil was vroeger de dividendbelasting kunnen terugvorderen, maar dat kan Vanguard voor een aantal fondsen waarschijnlijk nu deze ook. ook ja, deze ja. ook denk ik. Ja. Um, wat wel een groot verschil is tussen New Journals is dat zij vaak standaard de, uh, het fonds opnemen wat de, de valutarisico wordt afgedekt bij aandelen. Correct. Dat doen wij niet en dat zullen we ook nooit doen. Dat vinden wij een, geen goed beleid. Maar dat is maar eigenlijk gelijk mijn volgende vraag. Je inderdaad, oh, okay. als je zeer offensief kiest bij hun, dan gaat er um, als je die modelportefeuille pak 45% uit mijn hoofd naar nou, een hedge variant. Hè? Ja, okay. en Eentje uh, in de restant tot 80% of je naar die hedge variant pakt pak een beet unhedged en hedged. Als je dat graag wil toelichten en waarom jullie dat niet doen, dan ben ik heel erg benieuwd ja, naar. Nou, zeker de combinatie vind ik al helemaal niet logisch. Maar goed, dat even te zijn. Dat kan ik niet zijn. Um, ja, wij doen het niet omdat wij heel simpel... Twee redenen. Er is een soort principiële reden. Um, als je belegt in aandelen, heb je sowieso te maken met uh, een belegging die best volatiel is, hè, veel schommelt. Dat is dus risico met zich meebrengt. En dat is ook bewust, doe je dat. Je zoekt dat risico op, want risico is wat zich op lange termijn een groot hoog rendement oplevert. Als jij het risico wil verlagen, minder risico kan altijd, maar dan heb je ook minder rendement. Ja. Je belegt in aandelen om rendement te maken, dus moet je bewust risico nemen. Nou, Als je kijkt naar de, de schommelingen die aandelenmarkten doormaken, uh, nou, die zijn al best groot soms. Hè. Uh, je ziet het uh, gaat hard omhoog, maar ook hard naar beneden. En uh, valutarisico hoort daar gewoon bij. Dus als je valutarisico afdekken, heeft alleen zin als je het risico wil verlagen van iets. Nou, bij aandelen wil je dat helemaal niet. Je wil juist een hoog risico, want je wil of, uh, binnenperken. Hè. Maar om, om rendement te kunnen maken. Dus het heeft helemaal geen zin om bij aandelen het valutarisico af te dekken. Want uh, die, 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 die schommelingen van wisselkoersen zijn kleiner dan die van de aandelenmarkten zelf. Hm. Dus je kunt wel afdekken, maar daardoor wordt de aandelenbelegging niet veel minder volatiel door. Ja. Dus het heeft geen zin. Bij obligaties is dat een heel ander verhaal. Want obligaties maken kleine schommelingen mee. En daar kunnen wisselkoersschommelingen juist wel veel groter zijn dan wat obligaties schommelingen zelf meemaken. Dus daar maakt het het wel... Veel risicovoller als je het niet afdekt. Bij aandelen is dat in ieder geval. Dus het heeft gewoon geen nut. Het tweede argument is gewoon praktisch. Het kost geld. Dat wil ik net het valutarisico afdekken kost geld. Als je iets een beurs, en dat doen wij bij ons obligatiefonds wel, we leggen wereldwijd in obligaties, dekken het valutarisico wel. Want dat is bedoeld als een veilig fonds. En dan neem je op de koop toe, oké, okay, dat kost me rendement. Ja, Maar dat is wat ik wil. Bij aandelen wil je dat helemaal niet. Je wil juist rendement. Er is geen reden om dat af te dekken. Ja, het kost je rendement. Dus het gaat, het gaat minder rendement opleveren. Ja. En dat zie je ook, de, de afgedekte variant levert minder op dan de variant waar je niet afdekt. Ja, dat zei ik toevallig ook uh, laatst via mail tegen Bredo D. Dan krijg ik kreeg een mail terug van ja, als je historisch terugkijkt dan valt het nog wel mee en die mix is juist goed, maar ik ga dat, ik ga dat volgende week vragen. Ja, natuurlijk. Vraag maar, ja. En dan kunnen mensen hè, zelf beoordelen ja, wat, ze, ja. wat ze geloven, et cetera. Uh, uh, nee, ook duidelijk. Uh, oh, misschien wel goed om even te zeggen, dan, zeg maar. om nog even af te ronden. Ja, er zijn best wel onderzoeken gedaan, hè. zelfs Vanguard zelf heeft onderzoek gedaan, die zegt de heel, komt heel duidelijk tot de conclusie bij beleggen en aandelen loont het niet om valutarisico af te dekken. Oké, okay. goed om mee af te sluiten voor ja. dit stukje. <laughs> um, en um, nog even terug naar Noordertrust. Trust. Ik blijf er nog even bij. Het zijn ESG fondsen. Dus Environment Social Government. Daar staat het ESG voor. Oftewel, als mensen gaan beleggen via jullie in jullie aandelen wereldwijd totaalfonds. Wat dus bij Noordertrust Trust uitkomt. Die hebben een ESG-filter erop toegepast. Wat, wat, ja. wat doet dat filter? Nou ja, we hebben, we hebben, toen wij over zijn gestapt naar Northern Trust, hebben we één dat dividendbelasting. Dus uh, de reden om te doen om die dividendbelasting te kunnen terugkrijgen. En uh, Northern Trust is gewoon een bedrijf wat al heel lang uh, ja, best wel ver is met duurzaam beleggen. Hè? Zoals dat een ESG staat inderdaad voor uh, Environment, Social Governance. Hè? Mens, Milieu en Goed Ondernemingsbestuur. Dat zijn eigenlijk de drie poten van dat duurzaam of maatschappelijk verantwoord beleggen. Wordt duurzaam mogen. Eigenlijk niet meer gebruiken. <laughs> um, en um, wij hebben ook gezegd, inderdaad, wij gaan naar, uh, uh, als wij, uh, wij um, uh, die overstap naar Northern Trust, hebben we ook gezegd, wij willen ook graag naar een lichtgroene variant. Dus er wordt een beperkt aantal uitsluitingen gedaan uh, ten opzichte van de, de neutrale index. En dat zijn de twee belangrijke. Ja, je hebt op hoofdcategorie heb bedrijven die, zoals het heet, um, controversieel gedrag vertonen. Dat betekent dat zij. Um, ja, uh, betrokken zijn bij ernstige overtredingen van een aantal principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen die door de Verenigde Naties hmm. zijn vastgelegd. Dat heet de UN Global Compact, zo heet dat uh, ding. Zijn afspraken over uh, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, uh, milieuschade, dat soort dingen, corruptie, fraude. Nou, daar moet je niet uh, geen grote rare dingen in doen. Als je dat wel is, word je uitgesloten. Dat is de ene categorie. Ja. En de tweede categorie is dat bepaalde bedrijven bepaalde uh, uh, wat heet controversiële activiteiten uitvoeren. De belangrijkste bij ons zijn um, uh, uh, het winnen van uh, energie uit uh, kolen, uh, olie en gas uit wat heet onconventionele bronnen, dus uh, schalie, uh, teerzanden, poolgebieden, natuurlijk. Uh, controversiële wapens, clusterbommen, landmijnen, chemische, biologische wapens. En de vierde categorie is uh, tabak. Dus ja. productie en distributie van tabak. Dus eigenlijk die vier categorieën. Dus je hebt controversieel gedrag, controversiële activiteiten. Dat wordt uitgesloten. Dat is in totaal ongeveer 5% van het aandelen die in de portefeuille zitten. 5 à 10%. Uh, bij emerging markets is het iets meer omdat de governance uh, criteria daar wat zwaarder wegen. Maar in principe ongeveer ja, 6-7% is het gemiddeld ongeveer. Van de aandelen wordt uitgesloten. Dus dat is heel licht ja. maatschappelijk verantwoord sausje eroverheen. Uh, omdat wij de echt extreme gevallen uh, willen uitsluiten. Maar dat heel bewust kiezen we dus voor zo minimaal mogelijk uitsluiten, want het doel van dit fonds is juist zo breed mogelijk spreiden. Ja. We willen zo dicht mogelijk bij passief beleggen blijven, maar we vinden sommige dingen echt ja. wel niet kunnen. Daarnaast hebben we nog een ander fonds, daar gaan we het zo over hebben, ja. dat gaat een stap verder. Dat, dat is een, maar dat, daar kies je dan bewust voor, voor dat maatschappelijk verantwoord beleggen. Hier is het uh, gewoon een... Ja. Heel klein beetje. Zeg maar. Eigenlijk wil je gewoon die maximale spreiding houden, natuurlijk, omdat ja. je op de lange termijn dan het hoogste rendement ook hebt. Precies. Toch, ja. maar ja. wel met een klein filter zelf ja. die echt geen hele gekke dingen zit te doen. Sterker nog, ik, we hebben dat. dat is, niet alleen hebben we natuurlijk gekeken naar hoe, hoe dat werkt, wat wordt uitgesloten. Maar we hebben ook nadrukkelijk hele analyses gedaan van het rendement en risico. Okay. van die MSC, die, die wereld, die index die gevolgd wordt met en zonder. Die beperkte uitsluiting. En dat ligt gewoon letterlijk op elkaar, die lijn. Het okay. is rendement, is hetzelfde risico, hetzelfde. Het dus wordt vaak gezegd: hè, als je gaat duurzaam beleggen, ja, dan ga je, krijg je heel andere rendementen en zo. Ja, dat ligt er helemaal aan hoe je het doet. Ja. Als je heel ver daarin gaat en je gaat van 6000 terug naar 200 bedrijven, ja, dan ga je een heel ander portefeuille krijgen en een heel ander rendement. Ja. Maar ja, wij gaan van 6000 terug bij dit fonds. Dit ja, nee, van 6000, daar wordt wat uitgesloten, 5%. Als je maar 5% uitsluit, dan maar heeft dat gewoon in de praktijk gezien nul impact. En weet je toevallig misschien wat, uh, of een bedrijf uit je hoofd wat uitgesloten is? Want was dit ook, uh, was deze ESG vindt, uh, ESG filter er in het verleden ook met die Vanguard-fondsen? Nee, nee. Specifiek zijn ze bijgekomen. Dus ze zijn bedrijven uitgegaan denk ik, ten opzichte van die ja. Vanguard-fondsen. Ja, ja. uh, Kijk, voor, uh, een voorbeeld noemen van een uh, bedrijf. Hij zegt, ja, daar zitten we niet meer. In. Tabak hoorde ik. Ja, Philips tabak. Moris, ja, Philip Ja, dat is er dat eentje. Okay. Daarvan ik inderdaad ja. weet. Precies, ja. Oké. Okay. Um, ik weet dat er een. Uh, nee, nou, nee, dat zit wel. Ja, Nee, ik, ik heb er uh, lang niet, niet meer naar gekeken. Maar Philip Morris is zeker. Oké. Okay. Um, nou, en dan ga ik denk ik richting de laatste vraag wat betreft die Noorder Trust Fonds. Kijk, mm -hmm. je koopt dus die drie potjes, hè, die drie Noorder Trust Fondsen via jullie. Uh, kijk Noorder Trust ook naar de inhoud van die potjes, zeg maar, naar die bedrijven? Want ik kan me aannemen dat dat soms wel eens gaat verschillen. Bedrijven gaan misschien failliet, die gaan eruit er ja. komen nieuwe bedrijven bij. Dus gaat Northern Trust ook hun eigen potjes herbalanceren, eens in de zoveel tijd? Nou ja, maar dat doen ze aan de hand van de index. Kijk, het is, die fondsen van Northern Trust volgen een index. Dus laten we even heel simpel zeggen: het Northern Trust uh, World Custom ESG Fonds waar wij in beleggen, volgt de MSCI World Custom ESG Index. Ja. Dus wat dat Northern Trust Fonds, de doelstelling van dat Northern Trust Fonds. Is zo goed mogelijk die index nabootsen. Ja. Als het kan, 100% hetzelfde. Ja. Dus die koopt gewoon letterlijk dezelfde aandelen als in de index zitten. En uh, ja, uh, in dezelfde verhouding, hè, waar we net ook over hadden, als dat ze in de index zitten. Dus ik noem maar wat, stel dat Axo Nobel in die index zit voor 0,346%. Dan zullen ze van dat geld wat zij wel 0,34% daarvan aandelen Axo Nobel koopt. En zo doen ze dat voor al die indexen. Die bootsen de sprong precies na. Ja. Dat is het enige wat Northern Trust doet. Die index wijzigt om de zoveel tijd, één keer per kwartaal. En dan zijn er wat aandelen die bijkomen, wat aandelen die eruit gaan. Dan moet Northern Trust dus ook die portefeuille aanpassen. Maar het doel daarvan, die aanpassing, is altijd om weer gewoon spiegelbeeld van die index te creëren. Dus exact hetzelfde portefeuille eigenlijk. Waarom kan het dan dat één keer? Waarom zou. Uh, laat ik het anders zeggen. Eén keer per kwartaal kunnen we er dus dingen wijzigen. Wat ja. kan het dan zijn voor wijziging? Nou ja, de bedrijven worden meer waard en minder waard. Dus Mobile bijvoorbeeld als voor die gaat naar Ja, ja bijvoorbeeld ja, of, of bedrijven gaan failliet. Hè, ja. Dat kan gebeuren. Bedrijven kunnen fuseren, dat gebeurt gewoon elk kwartaal. Ja. Ja. Bedrijven gaan samen, één bedrijf bestaat niet meer. Ja, dan gebeurt dat ook in je portefeuille. Hè, want die bedrijven worden samen. Maar het is ook gewoon dat bedrijven de er inkomen en eruit gaan. Dus, Bedrijven kunnen gewoon niet, ook als ze niet failliet gaan, kunnen ze wel veel minder waard worden. Het gaat slecht met een bedrijf. Ja. Die beurs gaat helemaal. En die zakt op een gegeven moment onder de minimumgrens of voor opname in de index. Dat kan. Gaan ze eruit? Ja. Dan gaan ze bijvoorbeeld van de large of naar de midcap of van nee. de midcap naar de smallcap. En van smallcap, ja, daar kun je nog onder komen. Als het echt veel misgaat, ja, dan, dan zit je er niet meer in. Maar het kan ook andersom zijn. Bedrijven die ja, goed precies, precies. Van, uh... Sterker nog, dat, dat zit er vanzelf in. Dat is het mooie van zo'n marktgewogen index. Bedrijven die goed gaan die worden meer waard en krijgen vanzelf een zwaardere weging in de index. En bedrijven die slecht gaan, ja. worden minder waard en die krijgen vanzelf een minder zware. Genere, precies. Dus er zit een soort automatisch mechanisme ja. in, waarbij de bedrijven die het goed doen, uh, ja, een, ja, wat, wat zwaardere wegingen ja. hebben, dan de bedrijven die het minder goed doen. Oké, okay. en uh, dit is altijd een hele leuke vraag die ik, krijg, uh, die ik ook wel eens gesteld krijg. Ja, Thijs, stel ik ga beleggen hè, in die Noorder Trust Fonds, of via Meesman of BND, maakt even niet uit, kan, geld, kan ik mijn geld kwijtraken? Ja. Dat hoor je waarschijnlijk zelf ook al. Zeker, dus stel, ik zeker. ga 1000 ja. euro inleggen in ja. mijn aandelen wereldwijd totaalfonds bij jullie. Kan dat geld naar nul gaan? Ik zeg altijd: ja. dat kan niet. Nee, precies. Dat ja. kan. Nee. Nou, in, theorie, in theorie is één klein. Maar in principe, in principe kan het niet. Want je belegt in duizenden bedrijven. En de enige manier waarop het zou kunnen, is als al die duizenden bedrijven in één klap meteen al. In één kwartaal of iets zouden gaan. Ja, precies. Toch? Ja, precies. <laughs> dat, al, altijd. dat is de enige manier. Ja, het enige wat ik me daarbij voor kan stellen, is dat er een kernoorlog uitbreekt wereldwijd en we gaan er allemaal aan. Ja, dan ja. zijn die bedrijven exact. ook weg. Ja. Dat is de enige situatie. Maar dan kan ik je verzekeren, je geld op de spaarrekening is ook in rook opgegaan. Banken zijn ook allemaal dan. Er zijn andere dus, zorgen. Ja, precies. Dan, dan maak je echt niet meer druk nee, om je geld. Nee, nee. Nee. Dus dat is, dat is inderdaad, dat is de enige theoretische. Maar goed, dat is natuurlijk, daar hou je geen rekening mee. Dat is niet realistisch. Nee, anders kan het niet. Je, kijk, er kunnen bedrijven failliet gaan, dat gebeurt ook. Maar ja, als je in duizenden bedrijven, bedrijven belegt... Dan gaat er één failliet of zelfs een paar, ja. ga je niet eens merken. Dat je niet. Dus dat, dat ga je niet eens merken. Dus dat kan gebeuren. Maar je, al, die, ja, die, al die bedrijven die hebben een bepaalde waarde. Ja. En, en dat, dus dat behoud je altijd. Dus het kan nooit nul gaan. Nee. Maar het gaat wel op en neer. Tuurlijk. Kan je daar iets over vertellen? Dus over Zeker. het redement, De op en neergaande ja. beweging? Nou ja, heel simpel. Uh, we hebben cijfers die ja, je terug. Hebt, je hebt, hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe minder betrouwbaar de cijfers worden. Maar je kan zeggen van we hebben. Wij hebben inmiddels behoorlijk betrouwbare cijfers van wereldwijde aandelen vanaf 1926. Dat is bijna een eeuw nu. Ja. 100 jaar. Nou, als je kijkt naar het rendement in die 100 jaar van wereldwijd gespreide aandelenportfeuille uh, niet afgedekt resoluterrisico. Is het rendement iets meer dan 8% per jaar gemiddeld. Voor of nakosten? Voorkosten. Voor kosten. Ja, dit is gewoon inclusief dividend, ja. maar voorkosten. Het, het is echt, het ligt rond de 8,4% per jaar, als je okay. het precies wil weten. Maar goed, weet je, als je vanaf 1970 gaat rekenen, is het weer iets hoger. Als je wat verder terug gaat weet, dus. Wij zeggen altijd afgerond ongeveer 8% per jaar. Zeg dan, okay. Ga daar maar ongeveer vanuit ja. bruto voor alles ja. voor kosten. Nou, daar gaat nog een beetje van kosten vanaf en dan hou je daar dus iets minder daarvan dan dat over. Dat is je rendement gemiddeld op lange termijn. Maar wat je zegt, het gaat hard op en neer soms. Ja. Dus als je gaat kijken naar wat zijn dan de schommelingen op kortere termijn, ja. Um, als je kijkt op éénjaarsbasis, het beste rendement wat ooit in een periode van twaalf maanden gehaald is, is ongeveer 80% in twaalf maanden tijd. Mm -hmm. Dus bijna verdubbeld. Ongelooflijk goed. Mm -hmm. Als je dat, uh, ja, dan was je natuurlijk heel blij. Wanneer was dat? Weet je wat toevallig? Nee, weet ik niet uit mijn hoofd. Okay. Uh, het was volgens mij in de jaren uh, 50, okay. als ik me goed herinner. Maar echt lang geleden. Uh, dus uh, 80% is het allerbeste. En maar dus ook het aller is min, 44%. Goed, dus je in resten. één kalenderjaar twaalf jaar. Ja, Zelf, ja dat, was, dat was waarschijnlijk in die ja. tijd. Ja. Uh, dus dat, uh, dat is uh, ja, min 44 procent. Ja. Dat kan ook in een jaar. En eigenlijk als je dus ziet, uh, het kan daar overal tussen zitten. Ja, het kan tussen plus 80 en min 44. En alles ertussen ja. is mogelijk. En niemand, maar ook niemand kan jou vertellen waar je over een jaar staat. Dat weten we gewoon niet. Nee. Dus wat je moet dat is wat je moet realiseren met aandelen. Het kan hard op en neer gaan. En uh, ja, uh, soms is het goed, soms is het slecht. Maar op lange termijn kom je redelijk in de buurt van die 8 procent. En ik, wat wij altijd tegen mensen zeggen, de manier waarop je met risico om moet gaan is... Als je belegt in aandelen wereldwijd, zou ik zeggen, op lange termijn haal je heel mooi rendement. Maar hou rekening met die, dat er soms langere periodes van dalende koersen zijn. Een, bull, een bear market, zoals ja. dat heet in het jargon. En daar bedoel ik mee situaties zoals 2008, 2009, de kredietcrisis. Ik weet niet of jij toen belegde. Toen is de beurs van zomer 2007, was het hoogtepunt, tot maart 2009 bijna twee jaar lang gedaald. En de daling, cumulatief bij elkaar opgeteld, was 50% ongeveer. Precies datzelfde hebben we gehad tussen 2000 en 2003. De dotcom-bubbel, zoals dat toen heette. Toen is de beurs ook van hoogte tot dieptepunt ongeveer 50% gedaald. In de jaren 70 hebben we dat ook gehad. En als je verder terug ziet. Dus je moet rekening houden dat er soms periodes zijn die wel twee, drie jaar kunnen duren. Ja. Waarin je aandelen dalen, dalen. En dan wel kunnen halveren in die periode. Niet in, niet in die, dat is meer dan een jaar. En dan ben je gewoon 50% kwijt. Daar moet je rekening mee houden. En daar moet je goed afvragen. Kan ik daartegen? Uh, hoe ga ik daarmee om? Ja. En dan, dan is de les, blijf gewoon steady inleggen elke maand, dan ga je gemiddelde aankoop -som natuurlijk omlaag. Voor jou niks te vertellen. En als het dan, <laughs> hè, als dan uh, omhoog gaat, dan uh, gaat het alleen maar harder omhoog. Ja. En uh, soms kijken ik wel eens op DM'tjes op Instagram, van hey, Thijs heb je het gezien, de beurs is hard en naar beneden geklapt. Ik zeg, ik heb geen idee hoor. ik lees amper nieuws. Ja, het FD lees ik af en toe, daar zie ik wel wat voorbij komen. Ik zeg altijd tegen mensen, joh, ga gewoon geen nieuws lezen joh, gewoon steady beleggen, klaar. Op de lange termijn. Ja. En je wint altijd. Precies. Dus de dus koersdalingen, wat ik ook al zeg, zeg als, je, als je maandelijks inlegt, zijn het beste wat je kan overkomen is dat die beurs ergens in de beginjaren Zeker. helemaal mekaar klapt. Dat dan ben je, je spekkoop. Zeker. Ja. ja. En als je nog uh, uh, kijkt even naar de kosten van dit fonds, later komen we ook nog even kosten aan zich terug. Volgens mij zijn de kosten per jullie, als je kiest voor uh, welk product dan ook, en je kiest deze fonds, 0,4% per jaar. Klopt. Correct, hè? Ja. ja. En dat is een all-in tarief. Ja. Daar zit dus de fee van het onderliggende fonds van Northern Trust, zit daarin. Ja, ja. want je, je hoort ook al eens even. Misschien kan je dat iets toelichten. Dan ben ik zelf iets minder bekend in die swing- en spreadkosten of zo. Ja, dat zijn kosten. Dat is wat anders. Dit zijn de jaarlijkse kosten binnen ja. het fonds. Dus die gewoon jaarlijks. Die zie je niet. Hè? Dat zit gewoon in de koers van het fonds verwerkt. Dat gaat wel van je rendement. Op, maar je ziet niks. Je krijgt daar geen factuur voor. Ja. Mee. Dus, maar dan moet je natuurlijk wel uh, weten wat dat is. Maar. En daarnaast heb je transactiekosten. Dus op het moment dat je uh, iets koopt en verkoopt. Alleen over het bedrag natuurlijk. Als jij 100 euro per maand inlegt. Alleen over die 100 euro. Betaal je dan ook transactiekosten? Nou, bij ons betaal je transactiekosten van 0,25%. Maar je behandelt, het, 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 de koers van het fonds is altijd wat heet tegen de werkelijke waarde, de intrinsieke waarde. Dus daar zit geen op- of afslag in de koers verwerkt. Die is gewoon neutraal, nul kosten in de koers van het werk. Maar wij maken het transparant door apart daarvan te zeggen, oké, okay, er zijn transactiekosten. Je, moet altijd, je betaalt altijd bij transacties iets van kosten. Dat is 0,25% bij ons. Ja. Wat veel partijen doen, die zeggen: we brengen geen transactiekosten in rekening. Ja. Wij stoppen gewoon een op- en afslag in de koers van het fonds. Ja. Dat kan. Is minder transparant, vind ik. Want je weet niet wat het is. Dat zit in de koers verwerkt. Dan... Daarom doen wij dat niet. Maar dat kan je ook doen. En dat kan dus. Dat heet dan een swing of een spread, zoals je noemt. Dat is eigenlijk een soort. Ja, een op- of afslag die in de koers zit. Nee, wordt het ook als interne transactiekosten genoemd. Of is het weer iets anders? Nee, dat is weer wat anders. Wat is dat dan? Dat is als je. Um... Uh, het fonds wat ik, waar we het net over hadden, die beleggingsfondsen, die, uh, ja, die beleggen in die duizenden aandelen, die indexfondsen. Daar, die die 0,4% waar we het net over hadden, dat is een beheervergoeding. Dat is gewoon de kosten die wij ja, ja. verdienen om het fonds te beheren. Maar los daarvan heeft een fonds ook, wat we net zeiden, niet veel, maar zeker een indexfonds niet veel. Als die index wijzigt, moet je transacties doen. Bovendien, er komt geld in en uit. Die, dat, dat geld wat erin komt, moet belegd worden. Dus dat fonds moet continu aandelen kopen. Dat brengt ook kosten met zich mee voor het fonds. Dat zijn de transactiekosten die het fonds zelf maakt. Northern Trust in ja, Northern geval. Trust in dit geval. Ja, er komt een miljoen in vandaag. Daar moeten ze voor een miljoen euro ja. aandelen kopen. Nou, dat brengt wat kosten met zich mee. En dat is wat bedoeld wordt met die interne transactiekosten. Dat zijn dus de transactiekosten die het fonds zelf maakt voor het kopen en verkopen van die aandelen. Om te zorgen dat die portfeuille uh, die, die index netjes blijft volgen. En? en die zijn, die kunnen ja, dat, dat, dat is eigenlijk een, nou, dat is een heel interessant onderwerp. Daar is ook heel veel onder, uh, onderzoek naar gedaan. Die verschillen juist enorm tussen indexfondsen, passief en actieve fondsen. Actieve fondsen kunnen die enorm oplopen, die kunnen nog veel hoger zijn dan de ongoing charges figure of dezelfde hoogte. Dus bij passief fondsen zijn die meestal heel laag. Het verschilt een beetje per index, maar gemiddeld ligt het eigenlijk ja, tussen de ja, 0,2, zeg maar 200, 0,02% en 0,1% zo'n beetje okay. per jaar op jaarbasis aan transactiekosten, afhankelijk van welke index het is en hoeveel in- en outflow ja. er is en van geld en zo. Heb ik die bij jullie wel of niet? Ja, die heb je altijd. Die heb je altijd? Ja, die zitten dus niet in die 0,4% ook. Nee. Want dat is alleen, de, dat, die kosten kun je berekenen. Die moet je ook, dat is allemaal wettelijk voorgeschreven, okay. hoe je dit soort dingen berekent. Ah, oké. Okay. Dat is niet zo van, we stoppen kosten weg. Je moet, wettelijk moet je dingen op een bepaalde manier berekenen. En die 0,4% waar ik het over heb bijvoorbeeld, en dat geldt voor alle indexfondsen, die, dat heet een uh, ja, lopende kostenfactor, heet dat in het Nederlands, of ongoing charges figure in het Engels. Dat, dat zijn de kosten van het beheer en alle kosten, ja hoe moet ik het zeggen ja van beheer van het fonds zeggen maar. ja, ja, ja. en los daarvan heb je nog de transactiekosten dus die komen er eigenlijk nog bij ja. uh, maar die, die zitten niet in dat cijfer ja dus kijk of, of ik nou zeg maar noordertrust koop via Brenu D dan heb ik diezelfde interne transactiekosten als als ik ze via jullie dat, koop dus dat, dat is gewoon uit. voor dat is altijd hetzelfde dat ja. dat hangt heel erg af van ja dat van de index die je volgt wat ja. voor een soort index is okay. het is het een index die veel transacties met zich meebrengt of niet? Ik ja. had het eerder al even over die gelijkgewogen indexen. Ja. Als je dat hebt, heb je veel hogere transactiekosten. Dus dat is, dus het hangt dan van het type index waar je belegt. Maar als je dezelfde index hebt, zullen die kosten ongeveer hetzelfde zijn. Het hangt ook een beetje af van hoeveel in- en outflow er is in een fonds. Hè? Ja, okay. hoe meer erin en uitgaat, hoe meer transactiekosten je ja. okay. En uh, bij jullie is het zo hè, dat je uh, als je in deze aandelenwereld totaal gaat, dat je dat vanaf 100 euro per maand kan doen. Hè? Ja. Is daar een reden voor dat het vanaf dat is en niet lager? Nou ja, dat is eigenlijk vooral om. Kijk, we moeten ergens een minimum stellen, om, om de eenvoudige reden waar we het begin al over hadden. Ons doel is kosten laag houden. Ja. En in de toekomst, naarmate we groeien, steeds verder verlagen. Dat kan alleen als je ergens een minimum stelt. Want elke rekening kost geld voor ons. En wij moeten dus ja ergens een minimum stellen om te zeggen van nou, ja, dat moeten we toch minimaal hebben. Anders kunnen ja. we wordt het voor ons echt moeilijk om die kosten voor alle andere kleggers straks verder te verlagen. Ja. En ja, dan moet je dus iets kiezen. wij zijn op 100 euro uitgekomen. Ja. ja, het had misschien, misschien dat het ooit een keer nog wat lager wordt. Hè, maar in principe is dat nu gewoon een redelijk bedrag waar we zeggen dat stelt ons in staat om in de toekomst, uh, weten wij behoorlijk zeker, dat we in de toekomst ja. de kosten verder kunnen verlagen. En uh, of eenmalig 10.000 euro volgens ja. mij en dan is er geen maandelijks, uh, dan mag het wel een, uh, het mag de orde per maand lager worden toch? Of niet? Nee. Is nee. dat altijd de 100 euro? Ja, dat is altijd 100 euro. ook nou, als je 10.000 euro in één keer zou doen. Dat je dan, dat... daarna mag je als je 10.000 ja. euro in één keer stort, mag je daarna losse stortingen doen voor welk bedrag je wil. Dat wel. Dan geen minimale. 100. Nee, 100, sorry, 100 euro is het dan ah, okay. nog steeds. Ja. Okay. Dat is wel 100. Maar als je dus stel dat je, je stort 10.000, je wil daarnaast ook maandelijks beleggen. Ja. Dus via een incasso, ha? dan blijft het nog steeds 100. Ah, Oké, okay. ja. duidelijk. Ja. Oké, okay, duidelijk. Uh, zijn er nog dingen over dit fonds, dat je zegt van ja, daar had ik het ook nog een ook nog Nou, we hebben aardig over hè. Ik geloof uh, ik... Anders gaan we door naar het volgende punt. Ja, fonds, laten we dat maar doen. Duurzaam fonds. Ja. Ja. Oké, okay, dan wil ik nu naar jullie tweede fonds gaan. Dit is volgens mij het meest nieuwe fonds dat er is: aandelen verantwoorde toekomst. Klopt. Wat zijn de verschillen tussen het vorige? Nou, heel simpel. Er is eigenlijk maar één groot verschil, en dat is dat um, in het beleggingsbeleid <coughs> nou, deze, dit aandelen verantwoorde toekomst volgt een andere index. Dat is dus uh, uh, niet MSCI World Custom ESG, maar MSCI World. Uh, nou, nog een andere index, met een, wat, er staan nog wat meer achter, is dus allemaal <laughs> een lange Engelse afkorting. Maar het punt is dat dat bedrijf meer uitsluit, een ander duurzaam beleid voert. Dus wat ik al zei bij aandelen wereldwijd totaal, is het zo dat we beperkt, heel, eh, wat ik net over had, die beperkt aantal uitsluiting, omdat we de echt uh, uh, dubieuze gevallen willen uitsluiten, maar niet meer dan dat. We willen nog ja. steeds zo breed mogelijk spijden. Hier hebben we gezegd, want we kregen gewoon heel veel, we krijgen nog steeds heel veel vragen. Die mensen zeggen, ja leuk, hè, dat aandeel wereldwijd, hartstikke mooi. Maar er is gewoon een deel van onze uh, beleggers, onze klanten. En vooral de jongeren. Die willen iets wat meer duurzaam is. Dus een sterker duurzaam karakter heeft dan dat wereldwijd totaal. Ze we zeggen: Prima, we hebben gezegd: Oké, okay, dan maken we daar wel een apart fonds voor. Want we willen voor de mensen die echt voor passief beleggen gaan. dat ideaal van zo breed mogelijk spreiden. willen we aandelen wereldwijd totaal hebben. Daar willen we echt niet veel gaan uitsluiten. Doen we ook niet. Maar de ander gaan we dan een stap verder in. Dus die gaat gewoon een stap verder. En om een idee te geven: uh, dat doel, dat fonds. Uh, uh, we hebben het opgericht met het idee van. Um, uh, we worden een soort themafonds met een aantal duurzame thema's. En uh, de eerste wat we hebben gekozen is klimaat. En we hebben gezegd: nou, oké, okay, we gaan ervoor zorgen dat de portefeuille van dit fonds veel minder uh, CO2 en andere broeikasgassen uitstoot dan de hele index. Dus als je niks zou uitsluiten. Nou, en daarvoor, dit fonds sluit dus meer bedrijven uit. Degene die ik eerder heb genoemd, worden ook uitgesloten. Maar die gaat nog een stap verder. Die sluit alle bedrijven uit met fossiele brandstofreserves. En het allerbelangrijkste, ze kijken naar de hele index, alles wat overblijft naar die eerder genoemde uitsluitingen. En zeggen, oké, okay, de 10% grootste uitstoters die nog overblijven, gaan er ook allemaal uit. Ongeacht welke sector je in werkt of whatever. Dat wordt allemaal gemeten, Hoe hoeveel je uitstoot, dat tot, eh, hoe nauwkeurig dat is, weet ik niet helemaal. Maar bij sommige blijven kan je dat behoorlijk nauwkeurig doen. En ze zeggen gewoon de 10% grootste gaan eruit. En, door de 10%, en vooral door die stap te nemen, door die 10% grootste uitstoters van broeikasgassen uit te sluiten, is uiteindelijk, hou je een portefeuille over die dus kleiner is, ja. uiteraard, uh, maar daardoor wel 70% minder uitstoot van broeikasgassen vergeleken met de hele wereldwijde index, waar alles nog in zit. Dus als, door 10% uitsluiten ga je 70% reductie realiseren. Dat is echt heel veel. Ze dus er blijft geen en emerging dan, market meer over? Nou, jij wel, zeker nog. Ja, maar daar gaan er een heleboel op. Ja, dat is het volgens mij de grootste uitstoot. Dus zover ik nou, nee, niet alleen hoor. Nee? nee, het is ook in ontwikkelde landen okay. hoor. Ja, zeker. Ja, dus het, het is beide. Dus, uh, dus dat, is, dat is het idee daarvan. En het idee was, we, gaan, we hebben ook gezegd tegen onze klanten toen we dit fonds hebben geïntroduceerd begin vor, vorig jaar, we gaan dat fonds doorontwikkelen naar een echt duurzaam fonds. Duurzaam mag niet meer noemen, moet maatschappelijk verantwoord zeggen. Okay. Dat is allemaal een nieuwe regelgeving. Um, en dat gaan we doen met de klanten. Dus het is wel bijzonder met dit fonds. Wat, ja, andere fondsen is onze filosofie. En dat is dit ook wel. Maar we hebben gezegd, jongens, we gaan de klanten hier een heel sterk inspraak geven in wat ze willen met dit fonds. Dus ze zeggen, Goed. nou, we willen dit en dit en dit gaan doen als thema's. Gaan we zeggen, oké, okay, gaan wij kijken of we dat kunnen realiseren. We zijn nu begonnen, wat ik net zei, met het thema ja. klimaat. Maar we kunnen andere maatschappelijke thema's daar ook in gaan verwerken. En dat laten we gewoon eigenlijk door de, de beleggers gaan we dat grotendeels laten bepalen. En uh, hoeveel bedrijven zitten er nu daarin? Ongeveer, uh, mm, ongeveer 2.500 à 3.000. Ongeveer de helft van de fonds De, ja, ja. de voor, Maar dat komt ook doordat hier geen kleine bedrijven zitten. Ah, okay, dus dat is een de... belangrijke. Ja, okay. ja, ja, dus dat is een belangrijke dat reden. Er zijn er al heel veel. Ja, heel veel. Ja. Dat is het meest van dat, ja, ja, dat is dat grootste bulk ja. is daarvan. Uh, het is ongeveer 2.500 volgens mij. Ja. En ik denk dat van die. Dus dan ga je van 6, meer dan 6.000 naar 2.500. Ja. Dus je bent er. Uh, wat is het? 3500. Uh, ja, ja, uh, ja 3,500. En ik denk dat er ongeveer 3.000 daarvan. Kleine bedrijf is en 500 uh, okay. de rest. En dan qua mark cap ga je dan richting de 80 of zo? Pff, dat weet ik niet. Nee, okay. nee. 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 Ja, het zal wel zoiets zijn. Ja, want die, die, die ene verlies natuurlijk, dat ja. is er 10 procent. Uh, ja, ook niet Ja, zo, het zal toch weer zijn. Ja. Oké, okay, dus uh, oké. Okay. Maar het doel hiervan is dus ook echt een stukje duurzaamheid of de verantwoorde de toekomst heet het dan. Uh, ja. Oké, okay, duidelijk. En ook geen dividendlekkage, neem ik aan. Nee, nee dus hetzelfde verder geldt, hetzelfde. Hè. De dividendlekkage wordt, de dividendbelasting wordt teruggevorderd. Uh. Ja, allemaal, ja, en een belangrijk verschil is denk ik wel dat de kosten net iets hoger zijn. Ja. 0,5% ja. in plaats van 0,4%. En die transactiekosten wel gewoon 0,25%, toch? Ja. Dus dat is exact hetzelfde, alleen de kosten net ja. iets hoger. Ja, klopt. En dat is voor sommige mensen dan een reden zeggen: hoe dan moet ik dat wel doen? Ik zeg altijd: van ja. Uh, Kijk, meestal staat in de eerste plaats voor passief beleggen. Dat doe je weer wij totaal. Dus als je twijfelt, kies gewoon voor dat fonds. Het heeft ook lagere kosten. Ja. Je kiest voor aandelen verantwoorde toekomst... omdat je dat, dat, dat die maatschappelijke thema's belangrijk vindt... en maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijker vindt... dan wat we doen met aandelen duurzame toekomst. En ja, dan ja, als, je dat, als dat de reden is dat je kiest... dan is 0,1% extra kosten per jaar ook niet zoveel uit. Ik zou die keuze nooit laten afhangen van dat 0,1% kostenverschil. Het is wel een klein verschilletje, maar niet zoveel. Nee. Je moet het doen, wil je passief beleggen, kies echt passief, daar zo mogelijk bij zijn, kies dan voor aandelen, duurzaam, uh, aandelen wereldwijd totaal. Ja. Ik zeg het bijna verkeerd. En wil je zeggen, nee, ik wil toch iets met een sterker duurzaam karakter en ik, ge en ik ben bereid daar wat in te leveren op het spreidingsgebied, Kies dan voor aandelen verantwoorde de toekomst. En uh, oké, okay, kosten zijn dus een klein beetje hoger. Ja. Uh, wat denk je uh, over het rendement? Als je het vergelijkt met aandelen. Ja, ook daar aandelen. hebben we gekeken, daar hebben we een analyse toe gedaan van die indexen. Dat Ook dat is nog steeds, want het is nog steeds 2500 bedrijven. Hè? Dat is nog steeds hele brede spreiding. Zeker. Dus het is wel ietsje anders. Hè? Er zijn kleine verschilletjes, maar ja, wat we zien tot nu toe, en we hebben cijfers die teruggaan tot, moet je even goed nadenken, Gewoon in 2007 voor deze index, die duurzame variant. Dus we hebben ongeveer 15 jaar nu aan data. En dat is nog steeds kort hoor. Maar dan zie je dat één jaar iets meer is, ander jaar iets minder, maar niet grote verschillen over het algemeen. En op lange termijn het heel dicht bij elkaar ligt. Toch wel. Ja, ja, ja. ja nog steeds. Dus het, maakt, het is nog steeds een breed gespreide index. Ja. Hè? 2.500. En wat ik zei, als je, als je echt heel duurzaam wil, dan ga je terug naar. Nou, ik ken duurzame fondsen waar 30 bedrijven in zitten. Hè? Ja, ja, dat, ja. dat is het. Ja. En dan krijg je iets heel anders. Oké, okay. duidelijk. Zijn er nog andere dingen die je over dit fonds wil zeggen? wat voor de rest zijn er nee, heel veel vergelijkingen nee. Ja, precies. Ja, precies. Heel erg vergelijkbaar met de rest. En okay. met de andere, ja. het, het belangrijkste wat zeggen is dat verschil. Ja. Passief, ga je voor passief, kies voor duurzame eh, aandelen wereldwijd totaal. Wil je toch meer. Duurzaam het is zo belangrijk. Die dus zegt, nou, daar, daar lever ik wat spreiding voor in. Ja. Dan kies je voor verantwoorde toekomst. Duidelijk. Volgende fonds, de obligatiefondsen En dan is het ook. Ja. Wel iets anders dan een aandeelfonds. Kan je daar een uh, intro over geven hoe dat uh, ja. een beetje werkt? En ook veranderingen die eraan komen ja. volgens mij. Oké, okay, laat ik even beginnen met uh, heel belangrijk voor onze filosofie. We beleggen in aandelen voor de groei en we beleggen in obligaties voor de veiligheid. Zo simpel is het. Er nou, zijn, zijn best partijen die in obligaties ook beleggen voor het rendement. Dat zeggen wij niet. Wij zeggen, obligaties daar beleg je in om het risico van het beleggen in de aandelen te beperken. Als je het risico van 100% aandelen beleggen niet kunt of wilt nemen... Kunnen vanwege je omstandigheden. Of je horizon kort is. Of wilt. Want ja, je vindt die schommeling, die 50% dalingen, gewoon te veel. Dat wil je niet. Nou, dan neem je ook een stukje obligaties op. En hoeveel je opneemt, ja, dat hangt dan af van hoeveel risico je wel bereid bent te nemen. Dus dat, maar goed, dat is, is een ander verhaal. Dat staat ook op onze website. Dat zou ik zou nu niet op ingaan. Maar het belangrijke is: de rol van obligaties bij Meesman is om het risico te beperken. Dus beleggen we alleen in relatief veilige obligaties. Dat zijn obligaties van zeer kredietwaardige. Overheden en bedrijven. Dus echt investment grades, zoals het jargon heet. Dat zijn dus met een hoge krediet. Eh, credit ratings worden gegeven aan bedrijven. Dat, door onafhankelijke instanties die dan beoordelen hoe kredietwaardig is dit bedrijf. We zitten alleen in de hoogste regionen daarvan. Twee is eh, niet al te lange looptijd. Kort tot middellang, maar niet lang. Want dat is eh, een stuk risicovoller. En drie, waar we het net over hadden, valutarisico wordt hier nadrukkelijk wel afgedekt. Want je wil hier, dit moet veilig zijn. Dus bij obligaties dekken we het valutarisico wel af. Uh, dat zijn eigenlijk de drie criteria. En het moet dus veilig zijn. Dus onze obligatiefonds zijn veilig. We hebben, wat ik al zei, toen we begonnen in 2005 hadden we een euro-obligatiefonds. De reden dat we dat fonds toen hebben geïntroduceerd is heel eenvoudig. Er was niks anders. <laughs> de, de wereldwijde obligatiefondsen, ja, die waren er gewoon niet. Die konden we gewoon niet krijgen. Dus dat hebben we, toen zijn we mee begonnen. Nou, dat heeft het op zich prima gedaan, dat fonds. Uh, toen hebben we in 2012 een tweede obligatiefonds geïntroduceerd. Dat is een wereldwijd obligatiefonds. Uh, dat heeft wel een kortere looptijd. Het, eigenlijk het belangrijkste verschil tussen die twee fondsen is dat het euro-obligatiefonds de gemiddelde gewogen looptijd van al die obligaties ongeveer zeven jaar op dit moment. Terwijl dat wereldwijde fonds zit het tussen de, schommelt tussen de één en de vijf jaar. En zit nu heel kort, rond de één jaar zelfs minder, geloof ik. Dus heel kort. Dus die looptijden, um, uh, dat is belangrijk. Uh, dat, is, dat is eigenlijk het verschil tussen die fondsen. Uh, en, en dus eigenlijk, ik moet het eigenlijk anders zeggen, dat obligaties wereldwijd, fondsen hebben we geïntroduceerd als een wat veiliger variant van het euro-obligatiefonds. En waarom hebben we dat gedaan? Om twee redenen. Eén, we hadden in 2012 die hele eurocrisis. Ik weet niet of je dat nog weet, maar ja, dan we hadden de vraag of die euro zou voortbestaan. Nou, dat is allemaal goed gekomen, maar je weet dat nooit. En de tweede is, die rente is zo extreem laag geworden. Die rente is naar nou, nul gegaan, negatief zelfs voor sommige landen. En dat maakt beleggen in obligaties een stuk risicovoller ineens. Want ja, er komt nul rendement meer uit. Je hebt alleen nog maar risico. Want als de rente stijgt, dan dalen de koers van de obligaties. Maar niet alle obligaties dalen dan evenveel. Langlopende obligaties dalen veel sterker als de rente stijgt dan kortlopende. Dus hebben we gezegd, we wouden een kortlopende obligatiefonds erbij hebben wat veiliger is. Ja. Nou, dat hebben we toen gedaan. Nou, dat heeft het op zich ook goed gedaan. Is ook duidelijk veiliger geweest dan het euro-obligatiefonds. Maar, en dan komen we op het nieuwe, uh, we hebben... Net, deze maand een nieuw fonds geïnteresseerd, het rentefonds. Ja. En daar gaan we het zo even over hebben. Ja. Hè? Maar dat rentefonds is nog veel veiliger. Dat is meer een soort spaarproduct. Ja. Dus uh, spaarachtig product, Je mag geen spaarproduct noemen, maar het is hè, het vergelijkbaar meer met de spaarrekening. Nou, doordat we dus nu iets hebben wat nog veel veiliger is dan het wereldwijde fonds, we zeggen, ja, die hebben die twee obligatiefondsen niet meer nodig. Dat is overbodig. We maken er gewoon één van, we voegen die twee fondsen samen. En dat gaat gebeuren nu. Nu, hè? nu nog niet, maar dat hebben we nu aangekondigd ja. een paar weken geleden. Dat gaat begin februari volgend jaar gebeuren. We gaan die twee obligatiefondsen samenvoegen. naar één fonds dat wereldwijd belegt. Een wereldwijd beleggend aandelen, uh, obligatiefonds. Ja. En dat wordt dan voortaan het enige obligatiefonds dat we hebben. als aanvulling op de aandelen voor wie het niet okay. het risico wil lopen van alles in aandelen. Nou, jullie doen dat wel heel netjes, moet ik zeggen hoor. Jullie hè, een webinar, hou je dan. Ik heb ja. laatst ook een webinar gevolgd van de rentefonds. Maandagavond was het 4 december, volgens mij. Klopt, het is vanavond weer. Vanavond weer. Dan mag je vanavond weer. Ja. Uh, en uh, met die nieuwsbrief, volgens mij, hè, gaan jullie ja. met, op de site, dus jullie doen het heel netjes, ja. moet ik zeggen. Uh, maar jullie onderliggend worden het dus ook een ander fonds, klopt dat? Ja, ja dus uh, inderdaad, de twee fondsen. Eén van de euro-obligatiefondsen dat we nu hebben belegd in een fonds van Vanguard. Het uh, wereldwijd fonds belegt in een fonds van Dimensional, dat is een andere Amerikaanse vermogensbeheerder. En die gaan er allebei uit en we gaan dat vervangen met een wereldwijd obligatiefonds van Amundi. Dat is een grote. Okay. Franse vermogensbeheerder en indexbelegger. Um, omdat die daar gewoon een heel goed product voor hadden. Okay, het lage kosten ook. En als je kijkt dan naar de kosten van het fonds, is dus het ook weer gelijk aan 0,4% en 0,5%. Alle obligatiefondsen zijn okay. 0,5%. Okay, ja, die zijn gewoon een stuk minder groot. Dus als die ja. groter worden, worden, gaan die kosten ook allemaal. En transactiekosten gewoon 0,25%? Ja, ook. Oké, okay, duidelijk. Ja. En uh, qua rendement, waar moet je dan een beetje aan denken historisch rendement? Nou, ja. uh, ongeveer. Poef, de, 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 um, dit is lastig, want um, de historische rendementen zijn geweldig. De laatste paar jaar niet. Maar als je verder teruggaat, als je kijkt naar obligatiebeleggen sinds uh, eigenlijk de afgelopen 40 jaar, sinds begin jaren 80 van de vorige eeuw, heeft geweldig goede rendementen opgeleverd van, ik denk gemiddeld ongeveer 6% per jaar. Bijna zoveel als aandelen. Okay. Echt uh, met veel minder risico. Dus eigenlijk zou je, als je terug zou kijken, zou je zeggen, ik ben wel gek dat ik in aandelen beleg. Ja. Ik ga wel een obligatie beleggen. Veel minder risico en bijna evenveel rendement. Maar, en dat is heel belangrijk, dat is een uitzonderingssituatie geweest. Want we, in de afgelopen 40 jaar zijn we gegaan van de hoogste rente ooit in, twee, in begin jaren 80. Van, de rente was toen 12%, meer zelfs, kan je nauwelijks voorstellen. Naar negatieve rente hè, de afgelopen jaren, tot procent dan. Dus de grootste enorme rentedaling geweest, 40 jaar lang, structureel dalende rente. Dat is heel uh, voordelig voor obligaties. Daardoor stijgen ook de koersen. Van obligaties. We hebben geweldige rendementen op obligaties mm. gehad. En dat is totaal niet maatgevend voor de toekomst. Dat is, dus je, voor de toekomst moet je van heel andere rendementen uitgaan. Probleem is natuurlijk, ja, wat dat wordt, dat weet niemand. Nee. Dus als je het um, beste wat je kan zeggen op dit moment is, als we kijken naar, nou even uitgaan van nieuwe fonds, want daar gaan we binnenkort in beleggen. Dat uh, Amundi Fonds, dat ja. Global Bond, so are, wordt overigens voor ons opgericht, uh, speciaal een fonds cool. hiervoor. Um, dat uh, dat fonds uh, heeft nu op de, een effectief rendement, zoals dat heet, van 4,2 procent. Wat best wel heel, heel wat is. En dat komt doordat de rente de afgelopen, jaren zo gestegen, of, nee, afgelopen anderhalf jaar weer zo gestegen is. Een effectief rendement, dat wat dat wil zeggen, is als je kijkt naar alle obligaties die nu in dat fonds zitten, die ze nu aanhouden, en je rekent uit wat levert dat me op totdat ze aflopen aan rente en aan aflossing, dat ga je allemaal middelen, zeg maar? Ja. Dan kom ik uit op 4,2% per jaar. Als ik al die obligaties zou aanhouden tot ze aflopen, okay. en dat is dus best aardig rendement inmiddels weer. En dat is tien jaar uh, levert het allemaal niks op. Nu is het weer door de gestegen rente best redelijk. Dus beleggen in obligaties is voor het eerst in jaren weer best aantrekkelijk geworden. Oké. Okay. En als je dan. Oh sorry, maar jij ja, kan nog even aan, aanvullen. Het rendement is dus echt wel een stuk beter dan het was. Ja. Maar nogmaals: Allerbelangrijkste is te realiseren. We beleggen in obligaties om het risico te beperken. Niet ja. voor het rendement. Daarom Fijn. doe je het. Want uiteindelijk levert aandelen natuurlijk nog veel meer op. Ja, ja. Dus als je rendement wil, beleg in aandelen. Ja, daar was dat de vraag naartoe. Kijk, als jullie gaan naar. Je hebt 1,1 miljard belegd vermogen. Uh, hoeveel zit er in obligaties daarvan en hoeveel oh, uh, zit er ongeveer? Uh, of toch uh, qua denk, 150 denk. miljoen maar of zoiets. Ja, Dus, dus misschien ja. maar 10% of ja. Zo, ja, die ja, kant iets meer. Uh, Komt kom dat dan ook denk je doordat jullie een jonge doelgroep hebben? Ja. Want jongeren hebben een langere horizon en als de horizon langer is dan 20 jaar uit mijn hoofd. Uh, dan ga je voornamelijk in aandelen Precies, zitten. Ja. Uh, en hoe kijk jij daarna dan? En Dat vind ik uh, misschien wel een leuke vraag. Kijk met bijvoorbeeld pensioenbeleggen. Er ja, dus op een moment, op een moment ga je het verkopen en omzetten in een uitkeringsproduct. Komt misschien later ook nog op. Ja. Uh, zou jij dan persoonlijk zeggen, joh, als je jong bent, ga volledig in aandelen en naarmate je ouder wordt, ga je dan een deel omzetten in obligaties? Weet jij of ja. dat er, ja, zou je dat? Ja, dat is precies wat je zegt. Ja, ik iedereen jouw leeftijd 30, ik zou zeggen iedereen uh, tot 45 alles in aandelen. Ja. Zeker als je maandelijks inlegt. Ja. Hè, dus gewoon alles in aandelen, gewoon ga ervoor. Dat levert uiteindelijk natuurlijk verre het meeste op. Dus doe dat. En inderdaad, als je boven de 50 komt, ga je eens nadenken van, oké, okay, moet ik nu mijn risico gaan afbouwen en hoe doe ja. ik dat? En dan ga je naar, oké, okay, dan moet je inderdaad, het is wel verstandig om je risico te gaan afbouwen. En, maar wat dan ook, dat is ook niet eenduidig hoe je dat doet. Dat ligt eraan wat je uiteindelijk met het geld wil. Hè? Dus sommige gevallen afhankelijk van, of, of wil je het op het moment dat je met pensioen gaat omzetten in iets wat gegarandeerd is, een gegarandeerde uitkering, volledige veiligheid, ja, ja dan moet je het risico van je... 50ste, 55ste tot je pensioen, best wel gaan afbouwen ja. hè, naar, naar laag. Maar als je zegt: nee, ik ga ook na mijn pensioenleeftijd gewoon doorbeleggen, want ik heb daarna ook nog 20 jaar, 25 jaar gemiddeld te leven, ik ga door met beleggen. Ja, dan moet je risico niet helemaal afbouwen, maar een klein beetje. Maar ja. dan ga je misschien, nee, je moet, maar je gaat dus wel afbouwen. Maar afhankelijk van wat je later wil na je pensionering, ja. doe je het een beetje of veel. En daar ben ik wel benieuwd naar, hè? want mijn ging is als volgt, hè? maar ik weet niet of er studies zijn die, die dit onder, onder, ja, onderbouwen, dan weet jij ligt we wel. Kijk, stel op 70 is je pensioenleeftijd. En je wil het dan omzetten in een live rent -uitkeren, in ja. iets uitkeren. Dus dan moet je echt alles gaan verkopen op dat moment. Ja. Dus al je beleggingen verkoop je. Nou, dan kan je zeggen, weet je wat, op 60 of 55, ik ga een deel van mijn aandelen wereldwijd totaal omzetten, een obligatie, elk jaar een beetje meer. Dus als ik dan 70 ben geworden, dan heb ik alles in obligatie zitten. Dat kan, hè? dat is afbouw ja, van ja. risico. Maar wat ik me afvraag, stel je doet dat 15 jaar van tevoren, begin je daarmee? Risicoafbouw. Je verliest natuurlijk ook wel, want eigenlijk verkoop je goed renderende aandelen en koop je slecht, uh, tussen haakjes, minder goed renderende obligaties. Toe. En wanneer heb je dat compound effect, dat rent op rente effect juist die laatste jaren? En dat is natuurlijk veel groter als dus je aandelen hebt die 8% doen dan obligaties 4. Maar nu wat ik me afvraag, stel je zo alles in aandelen aanhouden tot je 70ste. Misschien heb je nou drie keer zoveel vermogen als die andere optie. En stel de beurs knalt dus met 50% in elkaar. Is het, nog steeds, is het nog steeds meer? Dan is het, het omzet in ja. obligaties. Begrijp je de gedachtegang? Uh, ik snap je gedachtegang. Alleen jij, jij haalt er nu één scenario uit wat ja. goed zou uitpakken. Inderdaad, drie keer zoveel. En als die dan knalt, dan heb ik nog steeds meer dan. Ja. Maar het kan ook anders zijn. Het kan ook zijn ja. dat het niet drie keer zoveel is. Maar, maar uh, 40% meer en dan knalt die. En dan heb je wel minder. Dus ik snap je gedachtegang. Je hebt helemaal gelijk natuurlijk. Het is in... Als je puur naar rendement kijkt, kan je beter gewoon alles in aandelen laten yeah. zitten forever, yeah. uh, bij wijze van spreken. Alleen, ja, uh, uh, je moet er rekening mee houden dat inderdaad in die, uh, als vlak voor dat, of in die laatste jaren die beurs inderdaad in elkaar dondert en je bent de helft kwijt. Ja, dan gaat dat echt wel heel veel uitmaken voor wat je later krijgt. Yeah. Dus ja, dat is een beetje de prijs die je betaalt yeah. om die zekerheid in te kopen. De prijs die je ervoor betaalt is dat je inderdaad dan wat minder groei hebt in die jaren. Ja. Maar dat is de prijs, ja, dat is de prijs voor zekerheid inbouwen. Ja, en ja, de een doet dat meer dan de ander. Hè. Dat ligt er maar net aan hoe je in elkaar zit. Maar daar ja, is ook geen goede fout hier natuurlijk. Hè. Nee, nee, is er zeker niet. Het scheelt heel erg per persoon, hè, maar dat geldt sowieso bij beleggen. Ja. Ja, de een is vindt, uh, 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 is heel comfortabel met risico ja. nemen en de ander niet. Ja, bijvoorbeeld met pensioenbeleggen. Kijk, er komt een moment dat je alles om moet zetten. Het mag ook in delen, maar er komt een moment dat je alles om moet zetten. Kijk, ja, oh, met... nou, je hoeft niet per se alles. Het kan ook een stukje zijn. Een stukjes, ja. Je kan ook ja. gewoon doorgaan met pensioenbeleggen. Ja, pensioen ja. Maar ja, op een gegeven moment moet je het wettelijk gezien. Ja, ja ja, oh, ja, ja, ja. Dan moet je het echt uit laten keren. Dus er komt een, een moment zetten. dat je alles ja. om moet zetten. Maar kijk, hoe ik het dan, hoe ik zelf erover denk, van, nou, stel ik wil met pensioen met 60. Want je mag het ook van tevoren uit laten keren. Uh, en op dat moment, en ik, heb, ik hou alles in aandeel, op dat moment nou, ja, is de beurs toch niet uh, heel gunstig, zeg maar is het precies gedaald. Ja, dan wacht ik maar een paar jaar. Ja, precies. Jaar. Nee, dan maakt het niks uit. Dan nee. maakt het niet heel nee. veel uit. Maar dat is wat ik bedoel. Als je, als je dus zegt, op het moment dat ik met pensioen ga, of ik ga het omzetten in een uitkeringsproduct, en ik blijf beleggen, ja. Ja, dan maakt het allemaal nee. niks uit. Nee, dan, moet je, dan heb je dus eigenlijk ook een veel langere beleggingshorizon. Ja. En moet je inderdaad langer in aandelen blijven ja, beleggen. Ja. Ja. Oké, okay, duidelijk. Uh, dat was de obligatiefonds. Nog iets uh, daarover? Voordat we naar het relatiefonds gaan en nee. het rentefonds? Nee, laten we maar doorgaan. Ja. Mooi. Dan gaan we nu naar het... Uh, nou, het meest nieuwe product, want er is ja. volgens mij, is dat 8 december gelanceerd, toch? Ja, 8 december was de eerste handelsdag, ja. Ja. ja, Dat is ja. net uh, vorige uh, vrijdag. Was dat vrijdag? Ja. Top. En uh, nou, ja. ik zou zeggen, intro over het fonds, ik ja. ben benieuwd. Ja, dit is dus een fonds, uh, een beetje, we, hebben, we staan al 18 jaar, aandelen en obligatiefondsen hebben we al 18 jaar. En dat is ook, blijft ook de kern van ons business, want we zijn een beleggingssysteem en we zijn er om te beleggen. Alleen, wat hebben we gezien de afgelopen anderhalf, twee jaar, is dat de rente enorm gestegen is in de markt. En dat de banken dat maar heel beperkt aan ons hebben doorgegeven. Nou ja, je hebt zelf een rekening bij ing, maar of je nou bij ing, abn amro of rabo zit, de grootbanken, de spaarrente ligt op 1,5 en bij rabo 1,7, ietsje meer. Maar de marktrente is bijna 4%. Ja. Dus zij geven die rente maar heel beperkt door en, en wij krijgen, ja, we dachten van, dat is uh, ook daar ergeren we ons aan. Ja, ja. <laughs> vinden we oneerlijk? Ja, precies. Dat vinden we. Uh, uh, de, de klant moet ook gewoon profiteren van iedereen, van wat daar gebeurt. Ja, en uh, dus hebben we gekeken, kunnen we ook daar wat doen? En daar hebben we dit fonds voor geïnteresseerd. Het is eigenlijk een alternatief voor een spaarrekening. Het is niet zozeer een beleggingsproduct. Het is het wel formeel, hè. zo geldt het ook. Het is, het is een fonds, een beleggingsfonds dat doorbelegt in wat heet geldmarktfondsen. Dat zijn de allerveiligste soort beleggingsfondsen die er zijn. Die zijn heel veilig, waarvan de koers eigenlijk niet kan dalen, tenzij... Uh, de rente negatief is. Als de rente positief is, wat die normaal gesproken historisch natuurlijk altijd is geweest, behalve die jaren die we ge recent gehad hebben. Maar als de rente positief is, zal de koers in principe altijd stijgen geleidelijk. Uh, en maar die, ja, die rente die je daarop nu kan krijgen op zo'n fonds is ongeveer 3,9% mm -hmm. uh, voor kosten. Mm -hmm. uh, en dat is ja, zoveel hoger dan die spaarrekening. We zeggen, dat moeten we introduceren. Want dan kunnen hebben mensen ook, naast het feit dat ze beleggen bij ons, kunnen ze ook een spaargeld bij ons onderbrengen. Ja. Dus uh, dat hebben we gedaan. Dus hebben we dat fonds opgericht. En dat is een, ja, wat ik zeg, een heel veilig fonds. Vergelijkbaar qua risico met sparen. Niet helemaal, maar uh, datzelfde idee. Maar wel op dit moment met een veel hogere rentevergoeding. Of rente, uh, rendement, moet ik eigenlijk zeggen. Dan de spaarrente. En ik moet er wel even bij zeggen: dat is wel een verschil. Dit fonds belegt dus in, uh, ja, in deposito's en in heel kortlopende obligaties. Maar goed, ik zal er niet in detail op ingaan. Punt is dat al die deposito's en die kortlopende obligaties keren rente uit. Dus het fonds ontvangt gewoon renteinkomsten. inkomsten Zoals ik zeg, gemiddeld is dat ongeveer 3,9 procent. Wat ze dus aan inkomsten krijgen. Maar belangrijk is, het fonds keert het niet uit. Hè? Dus het blijft in ja. het fonds, het wordt herbelegd. Dus de waarde van je vermogen groeit gewoon, van jouw ja. participatie groeit dus niet uit. Dat is wel een verschil met een spaarrekening, waar je natuurlijk rente één keer ja. per jaar of om de, zoveel, om de zoveel tijd gewoon bijgeschreven wordt. Op zich staat die dan ook gewoon op je rekening. Hè? Ja. Dus, uh, dat, maar goed, dat is wat het is. Het is gewoon een heel. Goed alternatief waar je eigenlijk, ja, de rente die je daar nu krijgt is gewoon meer dan twee keer zo hoog als op de bank. En, uh, en eigenlijk ook, hè, want ik heb ook wel eens hele vermogende klanten die ja, best wel wat miljoenen hebben. Ja, die luxeproblemen lopen te klagen. Ja, ik heb al een ton garant per bank. Uh, ja. Maar dit ook, dit is weer met die vermogensscheiding eigenlijk veiliger. Je kan beter, ja. hè, laat ik zo zelf, volgens mij kan je beter een miljoen hebben in dit fonds. Dat ik een miljoen qua veiligheid en dat ik een miljoen heb op de spaarrekening bij ING. Ja, helemaal mee eens. Ja, dit, is, dit is heel belangrijk. Hier geldt precies hetzelfde als wat we eerder over hadden bij de andere fondsen. Je hebt die vermogenscheiding. Ja, dat, dat, de, de waarde van dat fonds is gewoon gedekt door allerlei beleggingen, die deposito's en kortlopende obligaties, waar ik het over had. Dus je kunt je geld niet kwijtraken. Als Meesman failliet gaat, ben je ook bij dit fonds geen cent kwijt. Ja. En dus ja, je kan daar uh, honderden miljoenen, miljard als je wil inleggen. Dat want, is onbeperkt. En onderliggend zijn het ook weer de. Want dit is ook een Amundi-fonds, hè? Ja, ook weer een Amundi-fonds. Ja. Banken daar weer in, zeg maar toch? Nou ja, ja, nou ja, dat fonds belegt dus in deposito's en kortlopende ja. obligaties. Ja. En die deposito's zijn veelal bij banken, inderdaad. Maar die obligaties zijn banken, maar ook andere soort instellingen. Dat kunnen ook gewoon bedrijven zijn. Dat zijn heel kortlopende ja, schuldpapieren, heet dat dan in ja, ja, ja. het jargon. Maar gewoon zeg maar obligaties, kortlopende leningen waar ze in beleggen. Heel kort, van een paar dagen, van één dag zelfs, tot uh, misschien maximaal een paar maanden. En dat, ja, die, dat soort obligaties of dat soort leningen worden uitgegeven door. Ja, banken, maar ook verzekeraars, maar ook gewoon andere bedrijven, Philips, Shell, Unilever. Bedrijven hebben gewoon continu behoefte aan cash ja. en lenen daarvoor geld. En daar, dat soort dingen wordt in, in belegd. En dus heel praktisch, stel ik heb 10.000 euro, ik maak een, een rekening aan bij jullie. Ik stop dat in het rentefonds, mm -hmm. 10.000 gaat naar jullie toe. Jullie stoppen het eigenlijk weer in Amundi. Precies. En die geven het dan door aan ja, die depositos of ja. de participatie daarvan in die, in die onderliggende posters van banken. Ja. Stel zo'n bank gaat fiet. Nou, er zijn, okay, er zijn een paar dingen. Um, dat kan gebeuren, maar voordat ik dat daarop inga, even. Die, uh, fonds, dat fonds waar wij in beleggen van Amundi. Ja. Uh, en überhaupt voor dit. Uh, het is niet zo dat wij als we ook in een ander fonds zouden beleggen. We hebben voor het meestal rentefonds gezegd. We beleggen alleen in onderliggende geldmarktfondsen, zoals het heten, ja. Die aan de Europese regelgeving voldoen. Dus er is Europese regelgeving op het gebied van geldmarktfondsen. En die is heel streng. Er zijn heel veel eisen die aan worden gesteld, waaronder. Hoe kredietwaardig is die instelling? En je moet allemaal risicomanagement dingen, risicobeheerzaken ja. geregeld hebben. Maar wat, wat dat betekent, is dat de, de fondsen waar we in beleggen, waaronder dat van Amundi, inderdaad, die belegd, uh, geld wordt gezet in de posters bij een bank. Maar die mag alleen dat doen bij banken met een bepaalde kredietwaardigheid. Dus dat, de kans dat dat misgaat, is gewoon heel erg klein. En ik weet van Amundi bijvoorbeeld, die doet dit al sinds 19. Geldmarktfondsen beheer al sinds 1988. Hm. En in al die jaren hebben ze nooit één euro misgelopen door een wanbetaling ergens. Okay. Dus het is super, super veilig. Hè? Dus in, in theorie kan het, maar in de praktijk gebeurt het eigenlijk ja, ja. gewoon nooit. Vanwege al die eisen die de wetgever ook stelt aan wat je wel en niet mag doen. Er zijn heel veel eisen. Veel meer nog dan bij andere fondsen. Want deze worden juist okay. in de markt gezet als super veilig. Maar mocht het toch gebeuren een keer, ja, dan denk ik ben je een deel van je geld kwijt. Maar daarom dat ze ook spreiden. je ja, ja. dus zit er niet in één deposter, maar in heel veel. Dus... Maar nogmaals, de kans dat dat gebeurt is gewoon vrijwel nul. Hetzelfde met de wereldwijd, ja. totaal, totaal, dat dat naar nul gaat is ook nul eigenlijk. Ja, precies. Dat is sowieso nul. Ja, en ik vond in die webinar wel een hele leuke, dat was wel een eye-opener voor mij. Dan zei je, had je een, een PowerPoint-slide was dat met jouw risico's afdekken, doe je met verzekeringen, ja. kortlopend rentefonds, langlopend, op lange horizon beleggen, toch? Ja, dat is even wat ik noem financiële planning, ja. hè? in een notendop, echt heel kort, ja. Als je eigenlijk begin je, je moet eerst in leven moet je, eigenlijk je risico's afdekken. De grote risico's zijn dingen die je niet kan dragen. En wij hebben Nederlanders hebben verzekeringen voor alles. Ja. Veel te veel. Ja. Maar dingen die je niet kan betalen, niet kan dragen, daar moet je verzekering voor afsluiten. Vervolgens moet je een potje opbouwen voor korte termijn. Hè. Dat, dat moet gewoon veilig zijn. Dat moet een spaarrekening of zo'n rentefonds. Alternatief daarvoor, dat is daar ideaal voor. Waar je altijd bij kan. En nul, heel laag risico. Zo goed als nul risico. En dat is voor geld wat je op korte termijn nodig denkt te kunnen hebben of nodig te hebben en alles wat lange termijn is, ja, daar moet je voor gaan beleggen. Dat is natuurlijk veel beter dan sparen. En zo zou iedereen eigenlijk zijn financiën in moeten richten. Ja. Zorg dat je risico's afgedekt zijn. Maak een potje voor de korte termijn gewoon heel veilig spaargeld of renteronds. En de rest beleggen in aandelen wereldwijd totaal. Duidelijk. <laughs> en uh, uh, wel een belangrijk ding volgens mij. Dat staat ook gewoon heel duidelijk op jullie website. Ja. We zitten natuurlijk met het vermogensbelastingstelsel, hè, box ja. 3. Uh, dit kan zich wel klassificeren. Dat weten we natuurlijk nog niet. Als een overige bezit. Dus wordt het zwaarder belast dan een bank? Nou nee, nee dat is het zo. Dat is ook zo. Het, dat is, het is nu zo ja, omdat ja. er obligaties zitten, toch? Omdat het, nou ja, het is een geldmarktfonds. En ja. dat wordt als een belegging gezien. Dus ja. je hebt in box 3 maak ze onderscheid tussen banktegoeden en, en uh, overige bezittingen ja. En daar vallen alle beleggingen op. Dus dit rentefonds valt onder die. Dat is al zeker, onder die. Overige bezittingen. Dus die wordt zwaarder belast dan de spaarrekening. Ja. Dus dat is dan weer een nadeel van dit fonds. Ja. Biedt wel een, hoger, een stuk hoger rente, maar er gaat ook meer belasting af straks. Ja. Dat is één. Maar, en dat is denk ik belangrijk om te zeggen. Eén, twee dingen zou ik ook willen zeggen. Ook al gaat de belasting eraf. Hè, dus even, even proberen concreet te zijn. Ja, ja. Uh, laten we zeggen, de rente uh, of van het rentefonds nu is zeg maar 3,9 voorkosten. Nou, na kosten, laten we zeggen, hou je 3,6, 3,7 ongeveer over. Laten we zeggen 3,6. We ronden het af naar beneden. Mm -hmm. 3,6 procent en volgens het, oh, die overbruggingswet die er nu ligt, dat is de ja. tijdelijke wetgeving voor box 3, gaat er uh, vervolgend jaar is de tarief 2,2 procent voor, uh, dit, correct. Dus 3,6 min 2,2, hou je 1,4 over rendement. Nou, dan gaat er aardig wat af, maar ja. kijk je dan naar je spaarrekening bij ING, om maar een bank te noemen, hè, het gaat niet om ING. Anderhalf procent is daar, dan zit je iets hoger. Maar daar gaat ook 0,7 procent volgend jaar rente ongeveer af. We weten het nog niet precies, want dat moet nog vastgesteld worden. Maar, dus daar hou je 0,8 over. Dus 0,8 hou je over met je spaarrekening. 1,4 met dit product, uh, met rentefonds. Dus je houdt ook na die hoge belasting best wel wat meer over. Dat is één. Het tweede wat ik over zou willen zeggen. En dat is dat de, dat belastingstelsel, dat, die belastingheffing waar we het nu over hebben in box 3. Uh, gaat vrijwel zeker sneuvelen volgend jaar. De, ja. de Hoge Raad heeft al gezegd. Nee, ik moet anders zeggen. De Advocaat-Generaal, dat is de adviseur van de Hoge Raad. heeft al gezegd. Klopt niet, het deugt niet. Je maakt met beleggingen nu precies dezelfde fout. die je eerder met spaargeld hebt gedaan. Dat moet anders. Dat het, begin volgend jaar. gaat de Hoge Raad daar zelf een uitspraak over doen. Nou, we. vrijwel zeker nemen ze dat over. Ik weet ook. het ministerie van Financiën. is al hard aan nadenken. over alternatief. want ze moeten iets anders. Dus het gaat vrijwel zeker veranderen. Wat het wordt. weten we niet. Maar vrijwel zeker wordt het ook iets wat. ...gunstiger is voor beleggingen, want ja. dat is juist het probleem nu. Het is, beleggingen worden veel te zwaar belast, volgens ja. ons, uh, dit huidige systeem. Duidelijk. Ja, kijk, zelf uh, vind ik uh, het, het rentefonds heel interessant voor mijn bv. Ja, zakelijk dat geld. Zo. Heb ik sowieso natuurlijk geen box 3 probleem. Ja. En dan, ja, nu heb ik dat geld ook in de holding staan. Dat staat gewoon bij je spaarrekening. En volgens mij, ik weet niet, jij zegt anderhalf procent, maar... Ja. Ik weet niet of dat zakelijk ook zo is zelfs, maar dat in ieder geval heel het, weinig. Heel niet, ja. weinig. En dan denk ik van, nou, waarom zet ik het niet gewoon in een rentefonds? Kan ja. ik er altijd bij als ik belasting moet betalen, et cetera. En dan heb ik ook geen Box3-probleem. Ja, nou misschien ja, helemaal gelijk. Om daarop aan te vullen, er zijn drie groepen mensen voor wie dit hele, deze discussie over Box3 niet geldt. Eén is mensen wiens vermogen binnen de vrijstelling valt. Hè? Dus die ja. 57.000 per persoon, als je met z'n bent, 114.000. Ja. Nou, als je vermogen minder is dan dat, dan betaal je die belasting sowieso niet. Dus is het rentefonds al sowieso veel aantrekkelijker, want je betaalt geen belasting. De tweede groep is wat je zegt, BV's, hè? dus rechtspersonen, die betalen geen inkomstenbelasting, dus uh, daar geldt het ook niet voor. Dus daar is het sowieso. En de derde groep is mensen met een pensioenrekening bij Meesman, want die wordt in box 1 belast. Ja. Die betalen geen box 3 belasting, dus iedereen bij Meesman die een pensioenrekening heeft en veiligheid zoekt, ja, dan kan je ook dit, 3,9... ik drie en dit fonds ook kiezen natuurlijk. Ja, ja kan ook. Ja. ja, het kan ook. We zetten het neer als een actief voor sparen, dat is het ook, maar je kan ook bij je beleggingsrekening gewoon uh, uh, in beleggen. Ja, ja, inderdaad, ja. pensioenfonds, natuurlijk box 3 vrij. ja. Oké, okay, duidelijk. En uh, nou, je zei het net heel kort qua kosten, want hoe zit het qua kosten in elkaar dan? De, kosten, de jaarlijkse kosten van dit fonds zijn 0,35% yeah. uh, in totaal. Uh, en bij dit fonds, dat is interessant, dat is het enige fonds, daar zit geen transactiekosten aan. Okay. Dus in- en uitstappen is gratis. Hmm. En dat is anders dan de andere fondsen. En dat is ook juist omdat we het als een soort spaaralternatief neerzetten. Hè? Spaarrekening kost je ook niks om in en uit te stappen. Dus dat zeggen we hier hetzelfde. En is het wekelijks ook uh, waar je. Ja. Een keer, ja. keer per week, keer geld keer per week, per week, week krijg je geld. Ja, en dan duurt het natuurlijk altijd als je zegt: ik heb geld nodig, nou, dan verkoop je gewoon je participaties in dat fonds. En dan heb je het eind van de volgende week mee. Hè? Dus het duurt ook wel een paar dagen voordat het op je rekening zit. Dus het is wel iets langer dan de spaarrekening. Precies. Dat is dus zeker. Een nadeel, lang. Ja, dus je, ja, klopt, ja. dat is een nadeel. Als je het wil het is niet geschikt om te gebruiken als zeg maar ik moet even snel mijn betaalrekening af. Nee, nee, nee. Daar moet je niet voor gebruiken. Ja, dus je moet eigenlijk je moet gewoon toch een beetje ja. van wat langere termijn zien. Dat is eigenlijk privé hè, voor echte korte termijn dingen gewoon op je spaarrekening een klein buffertje houden. Ja. Uh, bijvoorbeeld voor een maand of zo en de rest uh, uh, doe je dan uh, wat ja. je dan iets ja. langer nodig hebt ja. op de rentefonds. Ja duidelijk en hoe kijk je dan naar, uh, bijvoorbeeld als je gaat sparen in uh, buiten de EU buiten de EU ik bedoel buiten Nederland in de EU dan zie je wat hogere spaarrenten ja, ja nou je hebt de raisen dat is bekend een soort ja. vergelijkingssite. Ja, die, of bemiddelaar moet ik zeggen ik weet niet precies uh, ja de, de rentes in ne als je historisch ook kijkt Nederland heeft relatief lage rentes ja. hè, historisch vergeleken met andere landen dat komt omdat wij financieel altijd heel degelijk beleid hebben gevoerd uh, lage rente is heel leuk als je moet lenen <laughs> maar is een nadeel als je wil sparen ja. dus uh, ja er zijn in andere landen hogere rentes te krijgen dus dat is ook iets wat je kan doen. Je kan natuurlijk zeggen, ik ga kijken naar een spaarrekening in een ander land. Ja. Nou, er zijn sites die je daarbij die je ja, makkelijk ja. maken. Ja, uh, dat kan. Dat is ook een alternatief. Um, die rentes daar liggen ook meestal niet op 3,9 procent. Wel hoger dan in Nederland, maar ja. zelden dat ze zo hoog zijn als 3,9. Maar goed, dat geldt dan wel weer als spaarrekening. Dus fiscaal, cool. belastingtechnisch ietsje gunst, uh, gunstiger. Ja. Voor zover dat dus blijft bestaan, die regels. Dus dat is ook een alternatief. Ja, daar kan je naar kijken. Ik ja, weet ja. niet ver... Je zit dat in de praktijk. zien we uit onderzoek van de Nederlandse bank. Laatst, dat mensen inderdaad meer in het buitenland gaan kijken. Maar nog steeds is het maar een heel klein percentage. Hè. de meeste mensen blijven toch gewoon zitten. Ja. Gewoon uit ja, gewoonte, luiigheid. wat je toch noemen wilt. Ja, het is ja. gedoe hè. dat willen mensen niet. En ik denk dat mensen ook wel een beetje geschrokken zijn. natuurlijk van ooit IJslave en die IJsland. IJslandse bank. toen het misging. Dat heeft toch wel mensen een beetje huiverig gemaakt om ja. uh, over de grens te kijken. Ja, wat ik dus. Ik, ik heb een race in wel uh, gedaan recent. Een jaar vastgezet. En dat is op zich gewoon een redelijk uh, leuk bedrag. 4, 4, rente 4,5. Okay, als je het vastzet, krijg je misschien maar, wel meer. Wel in een land met bronbelasting, foutje van mij. <laughs> uh, dus daar moet je echt goed op letten hoor. Ja, die, ja, al die landen ja. hebben bronbelasting, komen we toch wel even wat bij kijken, Stiekem. Ja. En als je een variabele rekening hebt, dan gaat het volgens mij richting de 3, 3,25 uit mijn hoofd. Alleen, jij ja, hebt een ton garant natuurlijk per rekening ja. wel. Uh, en waar ik ook achter ben gekomen, dat vind ik ook wel een nadeel. Het kan weer niet zakelijk. Oké. Okay. Dus Racing niet. kan niet zakelen, dat kan bij jullie dus wel, En dat vind ik ja. wel weer een heel groot voordeel. Ja. ja. Um, Oké. Okay. Dus dat eigenlijk, ja, het zijn voor- en na. Dus iedereen moet gewoon zijn casus afwegen, zeg maar. Ja. En dan kiezen voor een fonds zoals jullie dat hebben, of gewoon op de spaarrekening Nederland, of misschien toch in de EU, ja. op een ander land, als casusafhankelijk. Ja. Oké, okay. uh, zijn er nog dingen dat je zegt? Ja, dat wil ik even nog aanhalen voor de rentefonds. Um, nou, nee, volgens mij hebben we het wel gehad. De meeste de belangrijkste dingen. Ja. Oké. Okay. Nou, we hebben net de fondsen gehad, hè? de vier fondsen van Meesman. We gaan nu kijken naar de producten, oftewel de rekeningen. Je kan dus een rekening kiezen: beleggen, kind beleggen, pensioen beleggen. En daar kan je dus een fonds aan koppelen. Dus kijk ook zeker de vorige hoofdstukken terug als je dan een bepaald fonds wil kiezen. Nou, we gaan het nu hebben over het eerste fonds, het beleggen. Um, Hendrik, kan je iets vertellen over het, ja, het beleggen, zeg maar, bij jullie? Dat is denk ik, ja, het allereerste fonds dat jullie hadden, toch? Dus toen wij begonnen in 2005, hadden we maar één rekening. Dat was gewoon een beleggingsrekening. Ja. Dat was het. Meer heb je niet. Dus uh, je kon alleen dat, zeg maar een box 3. Uh, dus dat hebben we na het al 18 jaar. En dat is ja, gewoon een, ja, ja, een rekening. Het is niet meer dan gewoon een achtcijferig nummertje. Nee, nee. Waar alles onder geadministreerd wordt. Ja. En that's it. En je kan het doen vanuit privé en vanuit zakelijk? Ja, toch? je kan zakelijk en privé. Nou, kind, eh, op naam van een. En je kan en of. Hè? Dus je kan op één rekening op naam van één persoon of op twee personen kan ook nog. Dat, dat zijn dan je zegt, yo, ik doe het met mijn partners ja, samen. Ja, dat zie je ook heel veel. Hè? dat dat ook gebeurt Huishouden die dicht gaan. Uh... Ja, het maakt verder fiscaal niet veel uit uh, wat je doet. Maar... Ja. maar het kan dus ook met een BV, hè? Ja, een BV kan ook. Ja. En, en uh, stichting, uh, eigenlijk de meeste rechtsvormen. Oké, okay, en um, ja, waarom zou ik er toch voor kiezen om voor Meesman te gaan in combinatie met een Fonds Aandelen Wereldwoord bij het totaal met die drie noorden trustfondsen onderliggen. Of waarom zou ik niet gewoon kiezen? Joh, ik doe het lekker zelf bij de IG of welke bank. dan ook ben ik net iets goedkoper uit. Ja, nou, ja, wat je zegt inderdaad klopt. Hè. Dus als je zegt ik kan die fondsen, hè, die bestaan inmiddels een tijdje, en ook ja. bij de banken kun je ze nu eh, krijgen, diezelfde noorden trustfondsen. Kijk, wij eh, en dus dat kun je doen inderdaad. Als je het helemaal zelf uitzoekt, ben je inderdaad, zoals je zegt, iets goedkoper uit. Wij zien onze toegevoer in een aantal dingen. Eén is, um, en dat denk ik heel belangrijk, is dat die, die fondsen waar wij in beleggen, die veranderen soms. Hè? Okay. We hadden het eerder al over, vroeger belegden we bij Vanguard, op een gegeven moment zijn we overgestapt naar Northern Trust. We hebben dat eigenlijk als eerste partij gedaan in Nederland, toen de dividendbelasting zijn gaan terugvorderen. Toen kwam iedereen erachteraan. Um, dus dat zijn de dingen. Wij zijn natuurlijk een specialist die kijkt naar wat er allemaal te koop is in de wereld. Wij kijken naar welke fondsen kunnen we nou het beste wat, wat levert uiteindelijk het beste rendement op voor onze klanten. En dat veranderen we zo soms. Heel niet vaak, maar zo nu en dan. Dus dat is iets wat je zelf dan niet hoeft te doen als je natuurlijk belegt bij ons. Dat is denk ik een belangrijk deel van onze toegevoegde waarde. Ook bij de obligaties gaan we nu weer veranderen, want het toch iets anders wordt. We, nee, een rentefonds is nieuw. Dus ja, wij, wij, wij zijn toch een partij die kennis heeft, die we denken dat kunnen we inzetten om het, uh, steeds de propositie weer iets beter te maken voor onze klant. Ja, en dat is dat, uh, dat, dus moeilijk om dat zelf te doen, laat ik het zo zeggen. Dus dat is één belangrijk ding. Ik denk een ander belangrijk ding is dat je bij ons een uh, service krijgt. Hè? We hebben een klantenservice die enorm hoog gewaardeerd wordt door onze klanten. Je kan ons bellen, mailen, whatever. We organiseren vaak events uh, uh, waar mensen komen. En dan vinden ze gewoon heel fijn dat er uh, mensen zitten, een gezicht achter ja. is. Ze kunnen vragen stellen. Dat is toch anders dan een zelf dienstverlening van een bank ja. of een broker, waar je eigenlijk uh, uh, veel minder service krijgt. En ik denk een derde punt, als ik het even zo drie punten mag samenvatten. Uh, wat wij merken is dat heel veel klanten ook gewoon bij ons zitten om het soort organisatie dat wij zijn. Ik zei het in het begin al even. Hè, wij hebben dit bedrijf echt opgericht niet om aandeelhouders rijk te maken, maar om datgene te doen wat het beste is voor de klant. Want dat is gewoon ons zo enorm aan ergerde wat niet goed ging in die financiële sector en nog steeds niet goed gaat. Dus dat, is een, ja, dat brengt bepaalde dingen met zich mee. Dat wij hè, keuzes maken, maar altijd hè, heel open en eerlijk proberen te zijn over kosten, over risico's, over dingen die veranderen, zoals nu met die nieuwsbrief. Dus het feit dat wij ja toch altijd dat dat belang van die klant zo hoog in het vaandel hebben staan, ja dat is iets wat heel veel mensen alleen al om die reden bij wijze van spreken van ons uh, voor ons kiezen. Oké, okay, duidelijk. En uh, soms hoor ik wel eens mensen die dan toch zelf beleg kiezen en dan twee van de drie fondsen kopen. Dus bijvoorbeeld Northern Trust, Emerging Market en Northern Trust World en niet uh, Small Caps. Zeg maar. Wat vind je daarvan? Nou ja, ja, ik, ik uh, zeg ze ja. Als je als je wat ik net zei eerder al passief beleggen betekent in alles beleggen, gewoon ja. wereldwijd in alles. Dus hoe verder jij daar vandaan komt, hoe minder passief je belegt. Dus ik zou het nooit doen. Ik zou zeggen: beleg ja, zo breed mogelijk spreid in alles. Dat is het beste wat je kunt doen. En ook dat is, dat is echt zuiver passief beleggen. En dat is wat de meeste mensen, in ieder geval bij ons, willen. Dus beleg in alles. En ik zou het ook niet doen, omdat ik, dat ja, is eenvoudig reden dat op een lange termijn. De afgelopen vijf à tien jaar is dat vaak niet het geval geweest, maar op een langere termijn wel. Zeker small caps. Kleine bedrijven leveren gewoon meer op dan grote bedrijven. Dus het heeft er ook gewoon toegevoegd aan in die zin. En de merger markets ook op lange termijn. Meer rendement dan de, op, dan de ontwikkelde landen. Dus ook voor je rendement is dat uiteindelijk goed. Okay. In ieder geval historisch geweest. Oké, okay, niet doen dus? Huh? Nee, niet doen. Nee, gewoon in alles beleggen. Ja, ja, ja. zo zag ik zelf ook in. Um, en nog één stapje terug eigenlijk. Wat je voor, uh, je vooraan gaf. Je gaf aan dat je, jullie verhuisd zijn eigenlijk. Voor je het ook zegt, vanuit Vanguard naar Noordertrust. Uh, dat, is volgens mij, dat is één keer gebeurd, denk ik, hè? Ja. sinds 2005, toch? Ja. Klopt. Voor de rest nooit. Voor de hebben, hebben, hebben jullie zeg maar, een soort onderzoeksafdeling of een soort research- en development-afdeling binnen jullie bedrijf die dat allemaal in de gaten houdt? Want jullie, zijn niet, niet, jullie hebben niet heel veel man personeel. Toch? Nee, nee, niet zoveel. Nee, we zijn vrij klein. We zijn super efficiënt. Hè. Dat horen we ook van iedereen. Ze, als ze bij ons komen, zenden, werken 15, 16 man. Uh, niet geloven dat je dat kunt runnen allemaal met 16 man, maar dat kunnen we. Want door één, door één wat we in het begin al zeiden, alles zo eenvoudig mogelijk ja, te houden. Eenvoudig. En daarom ook nu weer dat we. We gaan twee fondsen ook sluiten. Hè? We hebben Europese aandeelfondsen te gaan sluiten. We willen het simpel houden. Uh, om deze reden: om het gewoon goedkoper. Uh, kosten laag te kunnen houden en efficiënt te kunnen houden. Dus dat doen we zeker. Dus we hebben niet een hele research afdeling. Ik ben vooral de primair persoon verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Okay. Dus ik hou me daar heel erg geweest. Nou, ik heb daar natuurlijk al heel veel jaren ervaring mee. Ja. praat met heel veel mensen. Lees heel veel. Maar we hebben ook wel. Ik praat gewoon ja, met heel veel mensen. We hebben ook wel uh, ja, andere mensen. één of twee mensen binnen de organisatie waar ik ook mee praat, natuurlijk. Je hebt wel iets minder kennis en ervaring dan ik, maar ik kan toch goed met ze praten, weten wel het een en ander. En ik praat ook heel veel met mensen buiten de organisatie, die gewoon heel veel weten. Dus we houden het allemaal heel goed in de gaten. Okay. En dat, dat kan prima met een paar man hoor. Duidelijk. En kan je bij, bij jullie ook beleggen vanuit het buitenland? Dus stel ik uh, woon in uh, een ander EU-land. Ja. Misschien zelfs nog verder, een ander land, uh, in Wat ja. Indonesië bijvoorbeeld. In nee, land. dus de regel nu is, vroeger was dat uh, heel makkelijker, maar met alle... Toegenomen regelgeving, wet en regelgeving, vooral op gebied van dat witwassen en zo. Ja. Um, is het nu zo dat je bij ons kan beleggen als je in een EU-land woont en belastingplichtig bent? Dat is de voorwaarde. Dus je ja. moet wonen en belastingplichtig zijn in een EU-land, dan kan je een rekening openen. Maar Indonesië kan dus helaas niet meer. Dat vroeger kon dat wel, maar dat kan tegenwoordig okay. niet meer. Het moet EU zijn. En voor je pensioenbeleggingsrekening gaat het niet op, denk ik. Ofwel? Want dan zit je, hmm, als je. Weet ik niet precies. Ja, want... Je bedoelt om eentje te openen? Nee, ja. volgens mij gaat geldt hetzelfde. Ja, maar ik denk dan: stel, kijk, het mooie van een pensioenbeleggingsrekening, natuurlijk gaan we straks ook over hebben, is dat je het mag aftrekken van je inkomen. Ja. Dat je wat voordeel hebt in box 1. Maar als je geen inkomen hebt in Nederland, kan je het ook niet aftrekken. Ja, ehm. Um... Goeie vraag, ik weet het, ik zeg het niet precies. Nee. Hoe dat dan zit. Stel dat je zit in Spanje. Je betaalt daar belastingen, dan kan je ja. wel pensioen beleggen, maar ik kan het niet aftrekken daar. Nee, nee niet in ieder geval niet in Nederland. Maar misschien dat het daar kan, ik weet het niet. Ja, okay. ik, nee, ik weet het niet okay. precies. Dat zal ik even naar moeten vragen. Oké, okay, duidelijk. Uh, maar het kan dus gewoon vanuit buitenland, vanuit een EU-land. Ja. Een EU-land, dat is het enige, de eis. Ja. Zeg maar. en dus, ja. Oké, okay. duidelijk. Sta er nog, wacht even. Ik, het schiet me nu te binnen. Volgens mij is de naad zo dat je pensioenrekening, voor pensioenrekening moet je inderdaad wonen en belastingplicht zijn in Nederland. Ja. Dat geldt alleen voor Nederland en voor de gewone rebergingsrekening. En kindrekening uh, geldt de EU-regel. Ja, okay. Dat is het volgens mij. Dat nou, ja, lijkt me op zich ook logisch. Ja. Ik weet het zelf ook even niet hoor. Maar, um, ik heb een keer namelijk aan een Belg gesproken, die wilde toen ook. Uh, oh, die wilde ook. VBRL... Nee, wat was dat nou ja? Nee, dat ging wel. Belg kan volgens mij wel via de Giro leggen, dacht ik? Ik weet het niet. Hoe was het nou ook weer? Nou, Ik weet het. Maak even niet uit. Dat uh, is geen toegevoegde waarde stukje. Um, in ieder geval bij jullie uh, kan het dus gewoon vanuit buiten als het maar EU-land is. Ja. Oké, okay, duidelijk. Uh, en uh, nog een laatste over het beleggingsstuk Wat mij betreft is het is heel liquide. Hè? Elke vrijdag ja. wordt het verhandeld, zeg maar. Maar het is anders dan een pensioenbeleggingsrekening. Als je het stort, dat het vaststaat. Tot een bepaald moment dat je het uit laat keren of veranderen. regels. beleggingsrekening uh, kan je gewoon altijd bij. Ja. Uh, je zit nergens aan vast. Ja, duidelijk. Je altijd bij je geld. Oké, okay, duidelijk. Dat was wat mij betreft het laatste stukje. Op het belegging. heb je nog een toevoegingen? Um... Nou, geloof ik geloof niet niet. Wij zeggen altijd, ja, de keuze een beetje tussen de beleggingsrekening en de pensioenrekening. De beleggingsrekening is flexibiliteit en vrijheid. Ja. Je kan ermee doen wat je wil, wanneer je wil. En pensioenrekening, ja daar heb je dat niet, want je geld staat vast. Maar je hebt fiscaal voordeel. Ja. Ja, dat is een beetje de afweging die je moet maken. Duidelijk. Oké, okay. dan kunnen we gelijk een stapje maken hè, naar de pensioenbeleggingsrekening. Ja. Uh, want dit is iets uh, waar... Ja. Waar jullie wat later mee waren ja, toch ja klopt 2022 2021 nee, 2022 uh, uh, mei vorig jaar ja ja mei 20, 2022, 2022 ja, toch klopt ja heel goed dat, <laughs> ja niet normaal ik hou het allemaal bij hè? <laughs> uh, is daar een reden voor dat het wat later was nou ja um, het is ja niet echt nee het is uh, toen wij begonnen zou ik zeggen 2005 hadden we het niet um, het was toen was het ook wel anders in, en wij waren toen al kleiner en vonden het administratief wat lastiger om die pensioenrekening te administreren en toen hebben we er nog wel eens over nagedacht. Ja, niet, het is niet eens heel bewust geweest dat we toen niet gedaan hebben. Het is gewoon niet van gekomen, zou ik bijna zeggen. Wat jammer is, hadden we zeker eerder moeten doen. Dus dat. En uh, op een gegeven moment hebben we gewoon gezegd: nu moet het gewoon. En dan hebben we het ook gedaan. En toen was het ook helemaal niet zoveel werk. Dus het was een beetje, ja, ik weet niet. Ik kan, ja, gewoon denk uh, met anderen dat we, omdat we wat kleiner waren, prioriteit aan wat andere dingen hadden gegeven in het begin. Ja. En uh, ja, achteraf hadden we dat, denk ik uh, ja, het beter anders kunnen doen. Oké. Okay. En is het qua administratielast is het dus wel meer dan een normale beleggingsrekening, voor jullie ook. Nou, ietsje meer. Nou, niet echt. We moeten natuurlijk rekening blokkeren, dus dat is het eigenlijk. Als de opbouwfase van die pensioenrekening is natuurlijk niet zo moeilijk. Mm -hmm. Het is bij de uitkeringsfase dat wordt het natuurlijk wel een ander verhaal. Dat hebben we ook niet. Dus dat komen we misschien nog op. Ja, zeker. Maar bij de opbouwfase. nee, is niet, Er komt wel iets meer bij kijken hoor. Het is administratief, er komt er wel meer bij kijken dan een simpele recht toe recht aan beleggingsrekening. Ja. Maar normaal voor de opbouwfase valt het wel mee. En uh, ja, kijk, deze bestaat nog niet heel lang. Hè? Wat is het nu? Anderhalf jaar ongeveer. Ja. Is het goed? Ja. Uh, zie je een enorme toevlucht, ook die kant op? Ja, ja enorm. En heel veel mensen vooral die uh, overhevelen. <laughs> ik zal geen noemen, paard, maar... namen noemen. Maar die vertellen, maar... <laughs> noemen ze maar. <laughs> nee, nee. <laughs> nou, ja, gewoon, het zijn vooral de grote banken. Hè? Dat zien we ja. veel. Uh, bij bankspaarrekeningen daar die aan onze kant op komen. Uh, maar ja, nee, enorm. Ik, ik ben even vergeten, maar het groei is echt heel hard. Ik heb de cijfers heb ik die niet. Nee. Maar um, nee, gaat supergoed. Oké, okay. ja. En uh, ja, kijk, je hebt natuurlijk concurrenten. Je hebt bijvoorbeeld Bright Pension, uh, Brand ja. UD. Dat is een um, Bright Pension ben ik niet zo fan van. Die lagere rendementen, omdat je weinig keuzevrijheid hebt. Brenner UD, uh, uh, ja, Die hebben wat meer keuzevrijheid. Um, beetje een beetje de inhoudelijke uh, fonds bij hun, zeg maar qua kost, et cetera. Kan je dat is die, die vergelijk UD? maken, ja. Nou, Brand UD is natuurlijk best te vergelijken met wat wij doen. Hè? Dus, ja. Ja, die zijn een paar jaar na ons begonnen. Hebben eigenlijk een beetje dezelfde soort beleggingsoplossing, dezelfde soort oplossing een beetje gekozen. Maar, um, voor, ja. voor jullie begonnen, toch? Ja, qua nee, nou, pensioenbeleggen. Ja, qua ja, pensioenbeleggen wel, ja. ja nee, zo, wij zijn in 2005, we zijn in ja, 2008. Nee, Pensioenbeleggen waren ze natuurlijk veel eerder mee. Ja, ja klopt. Maar de, uh, um, uh, dus de, de beleggingsoplossingen uiteindelijk zijn best vergelijkbaar. Ik weet ja. niet, ze hebben meer fondsen, veel meer fondsen. Ja, klopt. En meer, misschien ook meer rekening. Ik weet het, ik zeg niet precies. Het enige wat ik wel weet, is dat uit onderzoeken, vergelijkingen. Wij wel, zeker wat pensioenbeleggen betreft, voordeliger eruit komen. Kosten zijn een stuk lager dan bij Brand New Day, weet ik. Ja, ja, Je hebt bij hun inderdaad meerdere portefeuilles, meerdere fondsen, en ja, ze zeggen zelf dat bij sommige uh, portefeuilles dat de kosten net weer wat lager zijn dan ten opzichte van jullie. Maar als je kijkt naar zeer offensief fonds, dat jullie toch weer wat uh, dat, dat goedkoper zijn, zeg maar. Het nadeel is bij Brennan D, en dan ga ik volgende week ook gewoon vragen: ja, ik mis gewoon die transparantie een beetje, zeg maar, die bij jullie er wel is. Je hebt gewoon ja. die vaste kosten per jaar. En je hebt die transactiekosten klaar. Okay. En bij hun is dan weer wat vaste kosten, zeg maar. En dan kan je eventueel, als je bepaald vermogen hebt, ook weer switchen naar een ZZP-pensioenrekening. Dus als je bij hun een vermogen hebt, heb je beleggingsrekening van, ja, een pensioenbeleggingsrekening van 31.500 euro, dan heb je een kantelpunt. Dan moet je overgaan naar een andere pensioenbeleggingsrekening. Dan heb je wat vaste kosten voor terug, alleen dan ja, vervallen weer andere kosten. ja. ja ik vind ik, ja, ik, 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 ik dan ik mis dan de eenvoud ja, weet je en ja, ik snapte niet exact wat zij doen nee. maar ik weet dat dan wel uh, en qua kosten zit het gewoon net wat anders in elkaar en dat, ja. Ja, dat merk ik de laatste tijd wel Dan denk ik van ja waarom waarom moet dat nou weer zo moeilijk zijn maak ja. het gewoon lekker eenvoudig joh. Ook voor ja die... dat nou ja, goed je weet dat is bij ons altijd heel belangrijk al eenvoud in alles is wat wij nastreven en dat is soms moeilijk in met ja, de alle wetgeving maar het is best uh, ja je kan altijd dingen eenvoudiger maken en, ja. um, nou, Je zei net al iets, iets uh, wat ik best wel belangrijk vind. Bij jullie kan je de opbouw, opbouwfase uh, voorzien, zeg maar. Hè? Dus het, het storten, ja. het opbouwen, het laten renderen. Op een gegeven moment is het zo bij een pensioenbeleggingsrekening, dat is anders ten opzichte van een normale beleggingsrekening, je moet het laten uitkeren. En dan ga je over naar een lijfrente uitkeren ja. voor een bepaald aantal jaar. Die voorziening hebben jullie niet. Klopt. Waarom niet? Nou, ook dat is vooral een operationele kwestie. Hè? Um, ja. Daar komt echt wel wat andere dingen bij kijken, zowel operationeel als juridisch. Dan de opbouw wordt een stuk, stukje ingewikkelder. Hm. En toen zeggen, zeg, we zijn hier vorig jaar dus mee begonnen, uh, we zeggen we gaan beginnen nu met die opbouwfase. En we gaan TCT kijken of we ook in de uitkeringsfase iets kunnen doen. We hebben het niet. Het zal ook zeker niet op korte termijn zijn. Nee. Maar het zou best kunnen dat we op termijn ook daar uh, een product voor uh, gaan ontwikkelen. Okay. Weet ik niet. Maar daar zijn we nu niet actief mee bezig. Dat is ja. iets wat op het lijstje staat om op de te, uh, termijn eens te bekijken. Maar ja... Um, het maakt ook niet uit. uit bij kijken. Nee, daarom, je kan het zo meenemen naar een andere partij. Sommige, me omdat, ja, dus sommige mensen denken van, ja, als ik daar ophoud, dan moet ik daar ook uit laten nee, dat keren. Dat, uh, maar je kan gewoon het switchen, zeg ja. maar. Je kan zelfs tijdens de opbouwfase switchen ja. natuurlijk. Maar als je het laat uitkeren... Je moet het echt zien als twee verschillende fasen. Ook voor de, voor de kijker. En je hebt de opbouwfase. Ja. Bij Meesman bijvoorbeeld. Stel ik wil het uit laten keren. Ja. Dan kan ik alsnog de switch maken naar welke partij dan ook. Een Brand UD of een, uh, een regiobank of welke. Je hebt meerdere partijen. Ja. Ik gebruik zelf wel eens daarvoor. Laat ik als een klant zien: de Money Wise Live-rente tool. Ken je dit vallen? Nee, ken ik niet. Het is gewoon een soort independent, weet je, waar je zelf zeker ja, je kan gelijk ja, ja, ja. zeggen: ik heb dit staan aan Bank spaarvermogen bij Meesman. En ik wil het op dit moment laten uitkeren in weet ik voor x aantal jaar. En dan gaan zij zoeken naar nou, daar krijg je de hoogste rente. Ja, ja. En dan okay. met de voorwaarden bij een hele leuke tools. Okay. En dan kan je die ja, switch man. dus ook maken. Ja. Uh, maar wellicht dus in de toekomst dat die er wel gaat komen. Ja, uh, we, we zullen, gaan er zeker naar kijken. Ja. En dan moet even, ja, we moeten we even kijken met al andere dingen die we doen of wanneer. Maar um, ja, of het er komt. Ja, ik kan nog niet met zekerheid zeggen, maar het staat zeker op de agenda. Okay. En uh, als je mag kiezen, pensioen beleggen of normaal beleggen. Wat zou je dan eerder kiezen, denken? Omdat je een pensioenbeleg staat wat vaster. Maar je hebt wel ja. natuurlijk he, geen vermogensbelasting. Je mag het aftrekken van jouw inkomen. Waardoor je pak een beetje 40, 50 cent terugkrijgt. Ja. van je inkomen. En beleg heb je weer meer vrijheid. Ja. Dat is altijd een leuk. Ja, nee, klopt. Dat is precies de afweging. Hè? Ja. Uh, dus dat, ik denk, ja, ik denk, je kunt denk ik niet zeggen: de een is beter dan de ander. Het hangt van je omstandigheden af. En hoe, hoe je als persoon in elkaar zit. Kijk, ik zelf kies voor beleggen gewoon niet pensioenrekening. Omdat ik die vrijheid en flexibiliteit hou. Ik heb ook uh, heel weinig pensioen opgebouwd. Dus ik moet het van mijn bedrijf hebben. Dus ik moet ook dat buffertje gewoon op kunnen, over kunnen beschikken, vind ik. Dus ik uh, ja, kies daarvoor. Ik, ik, het idee van dat je geld va vaststaat voor de rest van je leven. dat vind ik niet zo comfortabel. Dat is niet voor mij, laat ik het zo zeggen. Okay. Maar ik denk wel dat ik het ga doen trouwens voor een stukje hoor. Je had me wel getriggerd. <laughs> maar dus, uh, dat wel. Maar gos, het gros zal ik toch gewoon in box 3 houden. Gewoon een lekker rekening. Okay. Omdat dat gewoon bij mij past. Ja. Maar goed, anderen kiezen het, uh, het tegenovergestelde. En. Uh, je moet natuurlijk ook voor, voor die vrijheid moet je een beetje discipline hebben. Hè? Mensen die dat moeite mee hebben om als dat geld staat er niet aan te komen, terwijl het eigenlijk voor later bedoeld is, ja het kan natuurlijk ook gunstig zijn dat het geld vaststaat. Dus dan ja. kies je voor een pensioenrekening. Dus ja, ik, ik vind dat het gewoon heel erg afhangt van de persoon en de omstandigheden. Ja, ja. ja ik, 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 ik doe precies andersom. Eigenlijk, ik doe maximaal ja. pensioenbeleggen. Want ja. ik heb eigenlijk twee dingen uh, wat ik heel belangrijk vind. Ik wil zo min mogelijk belasting betalen. Gewoon, dat vind ik gewoon. Dat is gewoon mijn streef, zeg, een beetje mijn hobby. En, en ja, ik wil die vermogensbeheerders weg hebben, zeg maar. Dat ja. is een uh, andere ja. punt. Dat zijn eigenlijk de twee dingen waar ik altijd mee bezig ja. ben. Ja. Uh, nou, die vermogensbeheerders weg hebben, nou, dan doen jullie heel goed aan mee natuurlijk. Ja. Uh, en dat, en ja, dat belasting gewoon zo laag mogelijk krijgen, dat is gewoon een soort hobby van mij. Ja. Dat vind ik gewoon helemaal geweldig. Uh, dus ik doe juist maximaal pensioenbeleggen. Ja. Dus ja, ja. ik nee, heb veel uh, ik snap het voordeel. Alleen ja, het staat wel vast, zeg maar. Maar het is een persoonlijke afweging, inderdaad. Ja. Uh, Kijk, ik wil ik ook wel even aanvullen. Kijk, je hebt nu een DGA-slaas natuurlijk. Dan betaal je inkomstenbelasting over, box 1 belasting over. Als ik in jouw schoenen zou staan, hè, zou pensioenbeleggen heel interessant kunnen zijn ja, ja, natuurlijk. Zo. Omdat je die is kan, kan verlagen, minder gaat betalen. Box 3 vrij. En le het leuke is, kijk, als later, als jij als DGA stopt zeg maar, ooit ga je een keer stoppen. Dan heb jij bijna geen box 1 inkomen. Ja, een AW-je en misschien een beetje werkgeverspensioen uit het verleden. Het zal niet heel veel zijn. Dus nee, nee. dat je zo'n laag box 1 inkomen hebt, misschien is dat 15.000 euro bruto per jaar. Of misschien 20.000. En dan is het juist heel interessant om pensioenbeleggingen dan uit te ja. laten keren. Want of alles in de allerlaatste schijf, En als wij naar, naar ons pensioen, en naar de AW-leeftijd, is die 19% tot 38.000 euro. Ja. Dus dat is een hele interessante. Nou, ja, nee, ik, snap, dus het, ik denk... snap het. Financieel is het absoluut ja. aantrekkelijker. Ja, ja. Daar ben je mee eens. Ja. Oké, okay. nee, ik ga het ook doen. Ah, top. <laughs> Goed aan <het> horen. <laughs> Voor een stukje. <laughs> uh, uh, even denken. Je zei het net al, dat vind ik trouwens wel leuk. Uh, je merkt dus, kijk jullie zijn relatief laat met de pensioenbeleggingsrekening, anderen waren eerder, maar ja. je merkt dus dat mensen overstappen naar jullie. Ja. Hoe gaat dat in zijn werking? Stel ik zit nu bij, nou ik zit bij Brendel, maar stel ja. ik zit bij Brendel van een ander fonds en ik zeg, ja weet je wat, ja. klinkt heel goed dat verhaal, ik wil naar Meesman. Ja, daar is een, uh, een standaard afspraak voor in Nederland, hè, om je vermogen bij, van één product naar een ander over te hevelen bij een andere partij. Je pensioenpotje zeg maar. Um, en daar hebben wij, ja, dat, je gaat gewoon naar de partij waar je nu zit en zegt ik wil mijn geld uh, opnemen en ik wil dat door, doorzetten bij, of voortzetten bij Meesman. En dan krijg je meestal een formulier, wij krijgen formulieren binnen, die moet je invullen en ondertekenen. En dan regelen de partijen het onderling. Dus jij moet als klant gewoon het formulier invullen. En vervolgens wordt het onderling tussen de partijen geregeld. Dus de partij waar je weggaat, die stuurt dat formulier naar ons toe... En die zorgt er ook voor dat het geld overgemaakt wordt. Of dat wij dat doen, dan weet ik eigenlijk niet helemaal precies wie daar het initiatief in neemt. Maar in ieder geval, het komt om neer dat de klant helemaal ontlast wordt. Die hoeft alleen maar dat formulier okay. in te vullen. En vervolgens regelen de twee partijen onderling dat alles overgaat en daar wordt voortgezet. Dus het is heel makkelijk voor jezelf okay. om te doen als klant. Dus als ik zeg maar van Meesman bijvoorbeeld naar UD, gaan. of van BrennUD naar Meesman, dan neem ik contact op met degene waar ik nu zit. En ja. dan zeg ik joh, ik wil toch over naar Meesman even in mijn geval dan. Dan krijg ik een formulier van UD, die Ja. Voer ik in. En dan gaat hij terug naar Brendade en zij regelen de rest. Ja, sorry. Je kan ook overigens met ons contact opnemen. Okay. Ook als je naar ons toe wil, en uh, leggen wij het je uit en kunnen we je helpen daarbij. Ja. Dus, dan krijg je gewoon dus, dus je kan met beide partijen in principe contact opnemen in instantie. Beide werken gewoon altijd mee aan dat soort overdrachten. Okay. En dan zou je bij, als het goed is bij iedereen dezelfde uitleg, min of meer moeten krijgen ja, ja. van hoe het werkt. En dat kan, je, kan eigenlijk gewoon altijd tijdens de opbouwfase. Hè? Ja. ja. Zijn die precies. kosten aan verbonden? Uh, nee, ik geloof het niet. Dat zeg ik nou wel. Nou, ik weet bijvoorbeeld... Ja, er zijn wel kosten aan verbonden. Sorry. Ja, er zijn wel wat kosten. Maar dat is juist waar wij nou, de kosten bij ons. Ik weet niet precies hoe hoog ze zijn, maar ze zijn wel heel laag. Ja. Want daar kwamen we laatst uit een onderzoek uit. Dat is volgens mij een van de laagste, niet de laag, maar in ieder geval één heel laag. Wat die kosten betreft van dat overdragen. Maar okay. ik, ik heb ze niet paraat. Ik nee, weet ik, het niet precies. Ik, ik, Want ik heb natuurlijk zelf bij Brenn dat weet ik bij Brenn Ik weet niet om zeker, maar volgens mij was het rond de 199 euro wat je betaalt om over te stappen. Alleen dan hebben ze van die overstap en dan is het weer gratis zeggen dat iets of niet? Nee, weet ik niet. Nee, weet ik maar je weet niet, niet. wat de kosten bij jullie zijn. Nee, ik vond... ja, het zal Stom, vast op de website zou staan, het toch? Zou moeten weten. Ja, het staat er zeker. Ah, oké. Okay. Eh, voor mij is kijken. het 70 euro. Hoeveel? Ik dacht 70. Oké. Okay. Maar dan weet ik niet helemaal zeker. Nee, ik weet dus nee, ook niet 100% om... zeker van je... idee, voordat ik straks ja, eh, ja. volgende ja, ja. week klappen ja, krijg. Ja. <laughs> Kijk vooral op de website, maar er zijn dus kosten aan verbonden. Laat ja, er zijn wel wat kosten, ja. En je weet niet toevallig want dat er periodes zijn, soms hebben ze dan van die overstap Dat zie ik wel eens terug bij verschillende abonnementen en dan is het gratis. Ja, volgens mij hebben wij dat niet. maar ik weet niet. Nee. Oké, okay, maakt niet uit. Uh, duidelijk. En hoe zit dit? Uh, want ik kreeg ook een vraag vanuit een van mijn volgers. Uh, ja, dit, ga, nou, die gaat, uh, dit is ook gewoon EU-gebonden. Ja, daar hebben we het natuurlijk net over gehad. Hè? Wat als je bij een EU-land zit? Ja, uh, dan kan dat allemaal. Ja, maar, niet met een pensioenrekening. Maar, maar wat, wat ik nu naartoe wil is... Maar dat kan natuurlijk nu nog niet bij jullie. De uitkeringsfase. Ja. Dat kan ook nog eens. Als je bijvoorbeeld in een, een ja. land zit buiten de EU. Dan kan je het ook weer niet uit laten keren. Ook niet altijd. Dat moet je weer in ja. een EU-land zitten. Ja, maar dat, ja, ik weet dus niet hoe dat precies zit. Want ik, we hebben dat gewoon nog niet, dat product top. Uh, nou, nog een vraag die ik wel even wil stellen. Die krijg ik ook van een van de volgers. Die krijg ik heel vaak trouwens, hoor. Ja, Thijs is allemaal leuk, hè? Die dat pensioen belegt, Want ik ben daar heel vol lof over. Want ja, scheelt heel veel belasting. Ja. En wat als nou die belastingregels gaan uh, wijzigen? Ben je een beetje, Kijk, ik ben wat ouder dan ik natuurlijk, dus de life van vroeger, hè, ja. Die zijn best wel vaak. gewijzigd Ja, ja, ja andere ja, ja. regimes, et cetera. Ja, ja. Uh, ben je daar een beetje in thuis? Uh... Een beetje, okay. ja, een beetje wel. En je weet, het is vaak gewijzigd. Ik echt. weet, ja, klopt, ja. Uh, dus, hoe, ja, we, ja. hoe kijk je naar de toekomst? Hoe het kan er zo te zijn dat de, de, de overheid zegt, ja, over twintig jaar, weet je je mag niet meer aftrekken van box 1? Ja, nou ja, dan ga je een box 3 beleggen. Zo simpel is het, denk ja. ik dan. kijken, ons maakt het niet zoveel uit, het nee, maakt niks uit of je een box 1 of box 3 bij ons belegt. Kijk, um, de regels wat je zegt. We bestaan al 18 jaar. In die tijd hebben we, box 1 doen we nog niet zo lang, maar box 3 doen we al 18 jaar. Daar zijn ook wel wat regels in veranderd. Ja. En we hebben, ja, god, dat heb je gewoon een passie systeem een beetje aan. Dat, zijn, dat is tot, tot, voor ons tot nu toe nog nooit ingrijpend geweest. Dat is ja. vrij makkelijk te doen. Ja, box 1 hebben we nu ook gedaan. Dat bleek allemaal wel mee te vallen. Het is, tenzij ze het hele systeem op een manier heel ingewikkeld gaan maken. Ja. Ik hoop in godsnaam van niet. Maar. Uh, ja, dan zou het misschien een keer wat ingrijpender kunnen zijn, maar ja. ik zie daar geen ja, probleem mee. Ja, de regels wijzigen regelmatig. Dat ja. werkt nou eenmaal zo, de belastingregels. Dus pas je vooral je systemen daarop aan, je informatievoorziening. Ja, dat ja. eigenlijk standaard werkt, tenzij het echt een keer iets heel ja. dramatisch zou gebeuren. Um, en nogmaals, of of, als, als de regels veranderen, waardoor box 1 ineens veel aantrekkelijker of veel minder aantrekkelijk wordt, ja, dan ga je naar box 3 en dan doe je het ja. op een andere manier. Maakt ons niet uit, vindt u? niet. Nee. ja. Ja, mijn financiële leraar die zei altijd: Joh, Nederland heeft het mooiste belastingstelsel wat er is. Het is zo complex en verandert elk jaar. Dus je hebt altijd werk. Ja, ja, ja. <laughs> ja, nou nou ja natuurlijk. Ik heb, ik heb een zus die in Amerika woont. Ja? Over een complex gesproken. echt, Daar word je helemaal gek. Daar is nog veel meer niemand in Amerika kan zijn eigen, eigen belastingaangifte doen. Zo ah, ingewikkeld is het. Bizar. Hè? Veel, ja, het is veel, ik, wat ik, ik ken het niet ja, in detail. Ja. Maar wat ik altijd hoor van mensen in Amerika is nog veel ingewikkelder. Hm. Ja. ja, bizar. Dus, wat ik heel vaak ja. hoor van klanten, van, ja, Thijs, ik kan het pensioenbeleggen wel gaan doen, maar dan kunnen ze die regels wijzigen in box 1. Ik zeg, ja, maar ja. wat hebben ze een paar, een paar jaar geleden gedaan in box 3 dan? Hebben ze ook de regels ja, gewijzigd? Ja, ja. We hadden sinds 2001 natuurlijk ja. 20 jaar lang een bepaald box 3 stelsel, dat is nu gewijzigd, overbruggingswet, gaat straks weer wijzigen. Ja. Ik zeg, ook het box 3 beleggen kan wijzigen, je weet het nooit. Alles kan wijzigen. Wat ik ja. zeg eigenlijk, hè, als je ervan uitgaat dat de overheid veel dingen wijst of onbetrouwbaar is, hoe je het ook wil noemen, uh, en je wil je maximaal uh, spreiden of, of uh, beleggen tegen de toekomst, beleggen in alle drie de boxen. Ja. Dan heb je later, als je, je staat veel sterker, zeg maar, als je later een pensioeninkomstenbron hebt, ja. bijvoorbeeld vanuit uh, box 1, pensioenbeleggen, box 3, wat beleggingen die je verkoopt, en eventueel box 2, als je op de zaken van dividend uitkeert. Ja. Dan heb je vanuit alle drie de boxen, heb je inkomstenbronnen. Als dat jouw pensioen is, je bestaat er drie, drie, uh, ja. drie ja. Lager. Het risico een beetje. Zeker, dus ja. dan kan je ja. spreiden ja. 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 Is tegen, tegen de, de belastingdienst, ja. zeg maar. Ja. Ja. Uh, uh, en het is ook zo volgens mij, maar goed, dat weet jij waarschijnlijk beter dan ik. Maar wat ik me herinner van vroeger, na het wel als de regels veranderen, wel, maar zelden met terugwerkende kracht. Yeah. Dus als je eenmaal zegt, nou, ik doe het nu, dan, dan voor wat je al gedaan hebt, blijven de Correct. oude regels meestal gelden. Ja. En dan gelden nieuwe regels alleen voor wat je vanaf dat moment doet. Correct, ja, dat dus zie je met die lijverhandels, al die oude lijverhandels, ja. al die regels. Kloppen nog steeds. en begin bij een nieuwe en zeg ik ja, daar werkt toch zo? Ik zeg Nee, was vroeger werkte ja. die zo. Nu werkt het weer op deze ja, manier. Ja. Ja. Maakt ook alweer een stuk complex. Want ik denk ja. dat die live misschien wel vier keer zijn gewijzigd of zo in de afgelopen jaren, eh, 50 jaar misschien. Ja. Ik weet niet hoeveel. Ja. Dat is echt bizar. Uh. Ja. Um, als je kijkt naar de koststructuur, eigenlijk zelden als normaal belegd toch? Ja. Geen enkel verschil, het ligt gewoon aan het fonds nee. dat je kiest. Precies. Oké, okay, duidelijk. Um, Eén ding die ik nog even wil benoemen voor de mensen: ik zei het net al, het leuke bij pensioenbeleg is: hetgeen wat je stort, mag je in mindering brengen op jouw box 1 e inkomen. Dus stel je hebt een DGA-slaas van 60.000 euro, dan moet je dan normaal even heel makkelijk 30% over betalen, 30, 40% belasting. Um, stel je stort dan 10.000 euro naar een pensioenbeleggingsrekening, bijvoorbeeld die van Meesman, dan mag je die in mindering brengen op die 60.000 en over die 50.000 ga je dan dat belastingtrief betalen, over dat stukje erboven niet meer. Daar zit het voordeel in. Plus het is box 3 vrij, 2,2% vermogensbelasting scheelt dat dan zeg maar? zolang dit stelsel werkt. Laat je het uitkeren later, dan wordt het weer belast. Het is een soort uitgesteld inkomen in de toekomst. En dan wordt het belast tegen een ander tarief. Nou, als je weinig box 1 inkomen hebt tegen die tijd, dus he, alleen een AOW'tje en een klein beetje werkgeverspensioen, dan word je dus belast tegen 19%. He, terwijl je het nu mag aftrekken tegen nou, dat zegt 40%. Dat is een groot voordeel. Uh, maar, één heel belangrijk ding, alles wat je stort staat vast. Ja, dan moet je goed beseffen, je kan het niet zomaar eruit halen en dan heb je een boete van 20% die erbij komt kijken. En plus nog wat andere gekkigheden. Uh, maar hetgeen wat je wilt gestorten, dan moet je altijd uitrekenen. Ga nu niet denken van, oh dat klinkt interessant, ga pensioenbelegsrekenen open en hup, aandelen wereldwijd. En ik stop er even 30.000 euro in. Het kan zomaar zijn dat je op pensioen gaat. Dat heet met de fiscale term je jaarruimte. Niet genoeg, dus je moet dat uitrekenen. Uh, ga daar alsjeblieft ook even goed naar kijken. Uh, Google dat even op jaarruimte uitrekenen. Uh, er zijn bepaalde tools voor wat je mag storten. Je mag niet zomaar alles storten. Dat wil ik echt even meegeven. Dat is heel belangrijk. Ik zie dit in de praktijk wel eens fout gaan. Namelijk dat ze zomaar wat storten. Omdat ze denken de regels zijn hetzelfde. Maar een pensioenbeleggingsrekening werkt anders. Het is gelimiteerd wat je mag storten. Dat moet uitgerekt worden. Dus dat we ook als laatste even meegeven voor het pensioenbeleggen. Uh, heb jij nog dingen die je zegt van, nou, dat wil ik ook nog aangeven, um, op beleggen? Nee, ik geloof het niet. We hebben het uh, aardig ook, duidelijk. Uh, duidelijk behandeld. Top. Dan gaan we nu uh, naar uh, het laatste, de laatste rekeningsoort bij jullie. Kind beleggen. Kindbeleggen, beleggen. Ja. Hetgeen wat ik ook bij jullie doe. Ja, ja. Ik zou zeggen, uh, ja. ik vertel er wat over. Ik weet niet wanneer het ontstaan is eigenlijk. Um, ja, ik zei, even denken volgens mij vanaf het begin al helemaal. Alleen heette het toen nog niet zo. Okay. Dus toen hadden we gewoon een beleggingsrekening. En dan kon je openen ja, op één persoon, twee personen of op een minderjarig kind. Uh, ja. Alleen noemde het nog geen kindrekening. Dus het, volgens mij kan dat al vanaf 2005. Ja. Dus uh, dat kon er altijd al. Alleen de regels daarin zijn wel ook veranderd. Hè. Dus de, vooral fiscaal in verband met wat heet dan fiscaal witwassen bijvoorbeeld en fiscaliteit. Uh, mag, uh, ja, je moet het allemaal wat duidelijker afbaken en uh, wat meer uh, voorwaarden aanstellen. Ja. Maar uh, nee, dus het kan al een hele tijd. Wordt het veel gedaan bij jullie? Ja, best wel veel. Ik geloof nou, de indruk die ik heb, het is, een, het is een klein deel van het geheel hoor. Maar ja. Uh, wat ik al zei in het begin, er zijn gewoon mensen die al heel vroeg ermee beginnen. Als kinderen geboren zijn, al snel beginnen. En ze dus zien het best wel uh, wat gedaan wordt. Um, ik ik geloof wel, wat, de indruk die ik krijg, is dat er veel partijen gestopt zijn met kindrekeningen. Dat, omdat het gedoe eromheen te veel vonden. Dus uh, te veel regelgeving en dan uh, weet ik het wat. En dacht van, daar stoppen we mee. Ja. Dus ik kan me herinneren dat er ook fases in het verleden waren dat uh, ja, partijen ermee stopten. En ineens kregen wij een hele bus mensen die naar ons kwamen, daardoor. Dus ik, ik geloof niet dat er heel veel partijen meer zijn die dat doen. Dat, maar goed, ik, ik heb daar niet een onderzoek naar nee. gedaan, hoor, dus ik kan het niet echt benoemen. Dus, uh, maar het loopt gewoon heel. heel ja, het, is, uh, het is van die drie natuurlijk de kleinste wel. Ja. Maar wel, uh, het loopt uh, prima. Ja, zelf doe ik het ook al. Ja. Uh, sinds mijn dochter nou, iets later was, ik denk een half jaar, een jaar later of zo. Ik weet echt niet precies. Um, en uh, kijk, er zijn natuurlijk twee manieren van kind beleggen. Je kan het doen op je eigen naam. Ja. En op de naam van het kind. Weet je daar wat van? Af? Uh... Nou, de, deze uitleg hadden we heel lang op onze website ook staan. Dus dat we zeiden ook okay. dat beide mogelijk waren. Hè? Op de naam van je kind. Ja, heeft, uh, uh, maar goed, jij weet waarschijnlijk beter waarschijnlijk niet. Maar op de naam van je kind. Het voordeel daarvan is natuurlijk dat het geld geschonken is. Hè? Dus je ja, kan je gebruik maken van die schenkvrijstelling. nadeel is dat als je 18 wordt. Kan hij erover beschikken? Het ja. alternatief is inderdaad. Je laat het op je eigen naam staan. Dan heb je eigenlijk het tegenovergestelde. Ja, jij, uh, jij kan nog steeds bepalen wat ermee gebeurt. Ook als het kind 18 wordt. Alleen, uh, ja, je hebt niks geschonken. Ja. Dus het blijft op jouw naam staan. Dan uh, maak je geen gebruik van die schenkvrijstelling elk Correct. jaar bijvoorbeeld. Ja, want ik zie het ook in de praktijk best wel vaak fout gaan. Dan heb ik ondernemers bij de 1 op 1. Mm. En dan um, ja, leggen ze voor hun kind op hun eigen naam. En ik zeg, oh, hoe lang ga je dat doen dan? Ja. En wat wordt het eindvermogen? En ik zeg, maar, wat ga je dan op dat moment doen? Ja. Als dat kind 20 is of weet ik het hoe oud. Ja, ja dan ga ik het dan geven. Ja. Ik zeg, maar weet je wel dat in 2023 de schenkvrijstelling 6.035 euro is? En in 2024 gaat hij mogen naar 6.628 euro. Uh, dus hij gaat wel iets omhoog, want het verleden was het iets lager. Elk jaar ja. gaat hij een klein beetje omhoog. Kan je niet helemaal zwart-wit zeggen? Ik zeg: joh, als je daar overheen gaat, dan moet je wel 10% schenkbelasting gaan betalen. Dus als je denkt: Nou, ik heb een ton op het 20ste. en ik geef dat even aan mijn kind tegen die tijd, hè, want ik heb het op mijn eigen naam belegd. Ja, dan gaat er 6.000 euro af. Ja. En over die andere 94.000 mag je dan 9.400 euro schenkbelasting gaan betalen. Ik zeg: Dat is zonde. Ik zeg: Wat je beter kan doen, maar dat is ook een naderlehand. maak er rekening aan op naam van je kind. En doe dan die 6.035. En die, die schenkvrijstelling stort daar jaarlijks naartoe. Beleg je het op naam van je kind. Qua vermogensbelasting, box 3, blijft tot de 18e gewoon bij jou natuurlijk opgeteld worden. Maar na je 18e ga je wel je box 3 gelijk omlaag zien gaan met hoeveel geld er ook op staat. Het nadeel is wel, dat zei je net al heel leuk, ja, als het kind 18 is, zij mogen wel beslissen wat ermee gebeurt. Dus als ze denken van nou, 18, hé, hey, papa heeft mooi een tonnetje van mij belegd daar. Ik heb wel zin in zo'n mooie Porsche, ja, weet je wel. Die koop ik even, ik heb ja. net mijn rijbewijs gehad, ja. Dat zou kunnen, en Dan zou ja. aan kunnen komen. Ja. Zijn daar mogelijkheden voor dat jij weet dat ze dat toch niet kunnen dan? Nou, ja, de voor de hand liggende is denk ik dat je onder bewind geschenkt. Dat kan niet bij Meesman, zeg ik er meteen bij. Dat hebben we in het verleden wel eens gedaan, maar daar zijn we mee gestopt. Waarom? Uh, ja, ook om exact de reden weet ik niet meer. Het had met de okay. regelgeving te maken. Ik denk uh, ja, een nieuwe regelgeving waardoor de, ik denk dat de administratieve lasten de omheen gewoon te veel ja. werden. En het gebeurde zelden. Maar het kan wel na het wel. Maar ja, dat is eigenlijk de enige optie die ik zo eentje kan bedenken. Misschien zijn er andere manieren. Hoor. Uh, ik was dus uh, recent twee weken geleden bij de notaris. Toen had ik het er even over voor iets anders. Hoor. Toen vroeg ik dit van een notaris. Hij zei: ja, Je hebt dus bewindvoeringsrekeningen. Daar ben ik er even ingedoken. Hij okay. ja, kon er heel weinig vinden bij raadbank eentje. Maar ja, een spaarrent van eenmaal niks. Van de, echt ja, heel laag. Mm -hmm. En daar kon je dan voor bewindvoering aan koppelen of zo. Okay. Uh, dat weet ik. Uh, ja. voor de rest, ja, ben je op een gegeven moment denk ik gewoon, uh, ja, als jouw kind 18 plus wordt, ja, dan is het gewoon hun vermogen. en ik uh, hoorde ook in een andere podcast dat je zei van, ja, dan moeten we ook bekend maken aan het kind, ja. toch? ja. ja ik ja. dacht van, ja, weet je, ik dacht heel praktisch, van, nou, laat ik gewoon uh, niks zeggen. Ja, gewoon niks zeggen. Ja. en die belastingaangifte die doe nee, ik nee. wel voor, hè? nee, 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 nee dat mag niet meer. Maar jullie ja. moeten dus zodra maar even heel praktisch, zodra je ja. dochter 18 wordt en er staat een ton op de kindbeleidrijk, ja. moeten jullie echt bekend maken. Hey, Julia, zo heet mijn dochter, er staat uh, ja. dit vermogen? Toch? Ja, als zij niks. Wij moeten dan zeggen. Hey, je bent 18 geworden, deze rekening is nu van jou. We moeten ook haar e-mailadres bijvoorbeeld. We moeten communiceren met haar voortaan, dan niet okay. meer met de ouders. Dus dat zijn, ja, dat zijn gewoon dingen die uh, vastleggen. Ja. En als zij dankt. Uh, inloggevers die blijven wel gewoon gelijk, zeg maar. Bijvoorbeeld Als ik die ja. niet zou geven, zouden ze ook niet kunnen inloggen. Zij, kan ze ook niet aankomen? Ja. Even heel praktisch. Zien, ja, dat ik zit even na te denken of dat dan mag. Dat weet ik ja, wettelijk dat weet mag, ik dat niet. mag dat misschien niet. Want als ze ja. zeggen, ik wil het hebben, ik ben 18 ja. plus, dan. Het zou best kunnen dat, dat wij ook vragen dat je inloggegevens wijzigt. Dat weet ik niet. Ja. Ja. precies. Ja, ik zit heel praktisch daar. Ja. Ja. Deze vraag ja. krijg ik zo vaak namelijk. Goed. Ja, is zegt, ja straks is mijn kind is 18 en uh, misschien verslaafd aan de drugs of zo. Ja, ja, dan wil ik niet dat ze nog eens uh, nee, een ton precies. krijgt. Ja, ja. ja, kijk, het alternatief is, heb ik met de notaris ook over gehad. Alleen hier moet je goed bij stilstaan. Van ouder op kind, als je schenkt, is die vrijstelling 6.035. En is de eerste anderhalve ton ongeveer belast tegen 10%, alles daarboven 20%. Maar voor kind op oh, ouder ja, is die schenkvrijheid geen 6035, maar 2418 euro in, in 2023. Volgend jaar gaat het iets omhoog. Maar dan is die eerste anderhalve ton belast tegen 30% en alles daarboven tegen 40%. Dat is de hoogste tarief die er is. Okay. Dus dat is niet gelijk aan elkaar. Dus heel praktisch. Ik heb hem zitten berekenen. Als ik beleg bij jullie uh, 500 per maand, hè, dan zit ik op die 6000 per jaar ongeveer tegen een bepaald reddement. Nou, dan kan ze echt wel uh, leuk geld hebben op haar 20 uh, bijvoorbeeld. Ja. Gaat over richting de 2 ton. Als ik die 2 ton op dat moment dan, uh, of stel, nou even anders, stel ze is 17. Hè, ze doen net nog nee, geen 18, dus ik mag nog bepalen. Dan kan ik zeggen: weet je wat, ik ga toch die, 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 nou laat zich anderhalf ton. Die er staat, die ga ik terug overmaken. Want ik zie, ja, mijn kind, ik zie er nooit meer. Ze is, uh, ze is verslaafd, et cetera. Ja, dat kan. Dan zeg je, ja, dan wil ik ook niet ja, die ander, ja, ander, to anderhalf ton overmaken. Dan kan je dus, hè, met de notatie ik over gehad, die anderhalf ton terug overmaken. Ja. Maar dan is er ja, wel een staat... schenking van ja. kind op ouder. Ja. ja, dan moet je dus over die anderhalf ton, ja, dan moet je dan 30% eigenlijk, over die andere de kleine vrijstelling, of die 2000 euro 2400 euro, maar dan ben je dus al 45.000 euro schenkbelasting kwijt en heb je dus 105.000 euro op jouw eigen rekening staan. Ja, ja, ja. Dat is het nadeel, zeg ik dan altijd. Ik zeg, ja. maar ja, we gaan er vanuit dat het niet, niet gebeurt. Ik zeg, het andere nadeel is als je alles op eigen naam doet en je tegen die tijd dan even anderhalf ton geschenkt, ja, dan weet je zeker dat je 10% moet gaan betalen ja. aan 15.000 euro. Dus ja. 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 Ik ben groot ja. voorstander van op naam van het kind en dan, uh, ja, gaan we hopen dat het goed gaat met het kind. Voeding ja. goed doen, ja. toch? Ja. ja, ik zit even denken nu je het over hebt of je niet. Op, stel dat je op dat het kind als 17 is en alsnog denkt van, hé, hey, het gaat, gaat mis, dat je dan niet misschien alsnog bewindvoering kan instellen op zo'n rekening. Ik weet het niet. weet ik ook niet? Voor uh, ze 18 zijn, weet ik niet. Maar dat, dat durf ik ook niet nee, te, ja. te ja. zeggen. Moet ik moet voor de ene keer binnenkort weer naar het zou Ik wel wel even vragen aan <laughs> hem of dat dat kan, dat je zo'n nog denk. erop kan nou. doen. Want dat zou een mooie oplossing zijn natuurlijk. Deze wel bewindvoering tot 25 jaar en daarna hè, mogen ze het zelf ja. weten. Ja. Uh, maar ik wist dus ook niet dat jullie het aan moesten geven wettelijk gezien. Ik zat heel anders te denken en ik had dat laatst ook over. Kijk, stel mijn kind, die, gaat op de, die heeft op de 17 een leuk baantje bij de Albertijn. Die verdient 12.000 euro per jaar. 1.000 euro per maand. Ja, dat is zowat netto vanwege alle kortingen die je krijgt in box 1. En dan op een gegeven moment wordt ze 18 en dan moet ze de belastingaangifte gaan doen. En ineens denkt ze, huh, hoe kan ik nou. Stel, ik heb dan ja. twee ton voor haar belegd, dat ja, 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 wordt haar geld ja, ja, ja. en zij moet vermogensbelasting gaan betalen. Zij ja. dus zegt, papa, hoe kan dat? Ik ja. verdien maar niks en ik moet 4.000, 5.000 euro ja. aan belasting gaan betalen, 2,2% van 2 ja. ja. ton. Ja. Ja. En dan zei, ja, ja, ik heb voor je belegd. Ja. <laughs> zo, ja. zo zat ik te denken dan, hè, als mijn kind tegen ja. die 18 is. Maar toen hoorde ik dus in een andere podcast, hij zei van, nee, wij moeten dat wettelijk echt uh, gaan benoemen. Ja. Wist ik niet, dat is wel een uh, goeie. Ja. Um, hoe kijk jij naar het kind beleggen? Want dat doe je ook voor je zoons? Ja, ja. Vanaf jongs of aan ook gelijk? Of ja. Uh, ja Oké. Okay. Ja. En uh, nou, die zijn nu allemaal 18-plus geworden. Dus ja, de, je, de jongste is net 18 geworden. Ah, Oké. Okay. Ja. Dus zij hebben nu het beschikking over het geld. En heb je dan een bepaalde ja. les meegegeven? Nee, ja, goed, tuurlijk. Maar goed, dan hoop je dat ze het doen. Dan moet je maar hopen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, maar tot nu toe gaat het goed. Want kijk, ja, gelukkig maar. Kijk, de horizon, denken heel veel mensen, ja, is van 0 tot 18. Maar dat vind ik niet helemaal waar. Want stel, ik beleg ja. voor mijn dochter en uh, zij wordt 18 en dan staat anderhalf ton op die rekening. Wat heeft ze aan anderhalf ton op de 18e? Misschien wil ze een rijwijs. Nou, dan haal ik een paar duizend euro af. Ja. Zo denk ik dan. Hè? Ja. Uh, maar het grosse moda blijft. Gewoon lekker doorbelegd. Totdat ja, ze precies. misschien een keer een eigen ja. woning kopen op de 25e. Dus die horizon ja. is veel langer. Ja, ja, nou, toch? Is, ja helemaal mee eens. Het is precies ook wat ik ook altijd zeg. Uh, je moet heel goed nadenken wat ja, feitelijk je horizon is. En onze eh, kinderen ook. Ik heb gezegd, ik ga dat potje... Ik heb die rekening voor jullie geopend. Ik stort daarop. Tot de dag dat jij zelf gaat werken... Op het moment dat je zelf gaat werken, kom je zelf inkomen en dan moet je het van mij overnemen. Ja. Dus dan ga jij storten dan stop ik ermee, dan stort jij. En wat mij betreft gaat dit gewoon door tot uh, je met pensioen gaat spreken. Maar je moet zelf natuurlijk kijken, ja. als je op een gegeven moment huis wil kopen, je wil er wat van gebruiken, prima, snap ik dat. Maar misschien ook niet, misschien dat dat niet nodig is, of weet ik het wel om welke reden. En dan kan het zijn dat dat geld nog 40 jaar daar gaat staan. Nou, dan ben je heel blij dat je zo jong begonnen bent. Dat rente prent -rent effect waar ik net over had, ja. nou, dat gaat enorm worden later. Als je het zo... ja. Dus ik zie het echt als het gewoon een soort basis van je financiële planning. Het is het potje wat je tot in lengte der jaren gaat laten groeien. En als je een keer iets nodig hebt, prima hou je ervan vanaf. Maar blijf. Mijn idee is, ik stort tot jij zelf kan storten. En dan ga je het zelf doen. Ja. En blijf het doen. Dat is het belangrijkste wat ik ze dan meegeef. Ik ga worden. dat doen? Ja, dan heb je een enorm lange horizon. Ja. En dan ga je later heel blij mee zijn. Ja, ja. Ik... Zeker. zeker. Ik kreeg ook de vraag: hè, hoe, kijken, <laughs> hoe je zou kijken naar een strategie vanuit perspectief nalaten. Ja, kijk, nalatenschap heb je hier niet in de zin van. Uh, want je schenkt eigenlijk al, je, ja, eigenlijk doe je al elk jaar iets nalaten aan de kinderen. Ja. In elk geval naar de drie zoons, Want je doet elk jaar doe je al iets schenken. Ja. Dat is al een vorm van nalaten. Kijk, de meeste mensen, zie ik ook in de praktijk, of, of, die hebben ouders die best wel koppig zijn. Die hebben heel veel geld. Maar ja, schenken naar de kinderen dat doen ze echt niet hoor. Ja, nee. Terwijl ze misschien het nooit meer opkrijgen. Okay. Ik heb een situatie gezien. Dan was het pensioeninkomen zo hoog. Ja, nou, de vaste last, zeg maar, die kregen ze al niet eens op daarvan. Hè. Dus elke maand hielden ze nog over. Terwijl ze ook nog vermogen tonnen op de rekening hadden. Ja. Ik zeg, ja, die moeten gewoon vast gaan schenken. Ja. Naar de kinderen, maar ja. ook naar de kleinkinderen ja, ja, gelijk. Precies, ja. Want de kleinkinderen kan je natuurlijk ook schenken. Hè. Die ja, ja. Grootouders, die kunnen natuurlijk ook die 2418 euro per jaar schenken. Hè, 200 euro per maand. Ja. Ik zeg, dat is niks moeilijker. Dat is wel heel makkelijk. Je gaat naar je oma toe. Ja. Hè, waar je spreekt, je zegt, ja. joh, oma, doe even 200 euro per maand automatisch in kasso naar deze. Ja. Eh, rekenen en klaar. Alles is geautomatiseerd natuurlijk. Ja. Dat is het voordeel. Um, maar sommige ja, ouders die, ja, die vinden het toch best wel heel lastig om geld na te laten aan hun kinderen. Omdat ze misschien ja. in het verleden dingen meegemaakt hebben. Gemaakt. Dat is heel krap bij kassa ja, uh, Je weet de historie ja, niet. Ja, ja. Dan zie ik wel eens die ondernemer die ergens zegt: ah, Mijn ouders hebben afbetaald huis, inkomen van hier tot ook een pensioeninkomen. Uh, uitgaven zijn heel laag, want ze zijn wat ouder. Vermogen op de bank. Ja. Maar nalaten, homa, dat doen ze niet. Sorry. Ja, nee, dat klopt. Ja, nee, ik, ik, ik kom dat ook tegen hoor. Ja. zeker. Ja, dus je ziet, uh, ja, er zijn ja. mensen die het makkelijk eh, schenken aan kinderen. En mensen die daar heel veel moeite mee hebben. Ja, ik denk ja. dat schenkt dan alvast ja, een nou, ja, maandelijkse ja, alvast ja, naar zo'n kindbeleggingsrekening. Ja, ja. Uh, ook bij die kindbeleggingsrekening is het een kwestie van aanmaken. Kies je fonds, welke verhouding dan ook. Hè, als je eventueel ja. meerdere fondsen, obligaties of verantwoorde ja. toekomst. Maar uh, dan gewoon uh, het overmaken en zorg erbij dat je onder die vrijstelling blijft. Want als je over die vrijstelling gaat, dan moet je dus 10% gaan betalen aan schenkbelasting. Dan moet je het ook opgeven bij de belastingdienst. Als je dit doet, dan hoef je het ook niet op te geven bij de belastingdienst. Dus je kan het gewoon instellen. Max 500 per maand hè, ongeveer. Uh, en dan uh, kan je alles in één keer automatiseren en blijven doorlopen. Eigenlijk, ja. Ja. Peanuts, vijf ja. minuten werk, denk ik toch? Want alles kan je bij jullie ook online ja. toch uh, regelen? Ja, je kan, klopt. Je kan alles al naar regeling. Het geld is wel zo bij ons dat het geld wat je overmaakt naar de, me, de meestal de kindrekening moet komen van een bankrekening op naam van het kind. Dat is wel een voorwaarde. Dus dat Correct. is goed om even nog de toe te Inderdaad, lichten. Goeie. Dus je kan niet direct van jouw kin, rekening als ouder dat doen. Nee, nee. Je moet, de, dus je moet in, in, de, ja. in mijn situatie, ik heb bij IG, heb ik een betaalrekening aangemaakt op mijn naam van mijn kind, en ja. Julia in dit geval. En die rekeningnummer die heb ik dus gekoppeld aan jullie beleggingsrekeningnummer. Ja. Dus ik stort een bedrag naar die rekening van, uh, van mijn dochter. Ja. En mijn vriendin doet hetzelfde en jullie pakken dat er eigenlijk weer af er, uh, met kassa. Ja. Automatische kassa inderdaad. Ja. En wij hebben natuurlijk ook gewoon automatische overmaking ja. ingesteld. En het wordt bij jullie belegd ja. in aandelen wereldwijd totaal. Daar zit ik dan in. En dan gaat het weer naar Trus. En zo gaat het hele treintje maar door. Ja. Maar is eigenlijk prachtig ja. en super makkelijk in te stellen. Nul omkijken naar, heerlijk. Ja, dat, he? dat is niet normaal. Ja. Ja. Echt niet normaal. Ja. Ja. Um, Oké, okay. dat was wat mij betreft geval betreft kindbeleg. Het laatste uh, product, fles rekening die jullie hebben. Heb je nog dingen die zich uh, ik wil even toevoegen? Nee hoor, we, nee. we, we hebben heel wat behandeld hè? Ja toch? <laughs> nou, dan gaan we nog naar twee onderdelen. Dat is ja. het uh, kostenstukje en ja. uh, de veiligheden. Uh, kosten. Nou, we hebben het natuurlijk hè, tussendoor al uh, heel vaak veel ja, uh, Misschien kan je toch even kort samenvatten, want het is eigenlijk best wel eenvoudig, bij jullie. Ja, nou het is heel eenvoudig, inderdaad. Uh, kijk, een rekening openen en aanhouden kost niks hè, bij ons. Uh, je betaalt twee kosten bij Meesman. Dat zijn de fondskosten die binnen het fonds in rekening worden gebracht. Dat is die beheervergoeding waar ik het over had. Dat is ja, 0,4% voor aandelen wereldwijd totaal. 0,5% voor de voor, uh, verantwoorde toekomst en voor het obligatiefonds. En 0,35% voor het nieuwe rentefonds. Uh, voor mensen die heel veel vermogen hebben, die dus meer dan een miljoen bij ons beleggen, gaat dat uh, voor aandelen wereldwijd totaal. dit vier naar beneden, naar 0,25 procent. Dus even de echt vermogende. Dus dat is de ene kostenpost. Gewoon de, de, fond, de kosten binnen de fondsen. En nogmaals, die kosten zitten gewoon al verwerkt in de koers van het fonds. in het rendement. Dus als je het rendement inlogt op rekening. en je ziet wat heb ik. die kosten zijn daar allemaal al vanaf. Hè? Dat ja. zit er allemaal in. Dus dat is één kostenpost. En de andere is gewoon de transactiekosten. En die zijn een kwart procent. Voor alle fondsen behalve rentefonds, waar ze nul zijn. En dat is het. En ook daar geldt als je meer dan half miljoen belegt. betaal je geen transactiekosten op geen op van de fondsen. Ja. En uh, that's it. dat is het. Dus geen andere kosten. We hebben geen service fee. We hebben geen vaste kosten. We hebben geen BTW. Uh, ga zo maar door. Dat is allemaal niet. En wat jullie ook heel netjes doen volgens mij. is dat jullie het wekelijks verrekenen. Toch 1 uh, gedeelte 52 qua kosten? Klopt ja, klopt. Ja, ja, ja? Ja, ja, ja. ja, dat is gewoon omdat we wekelijks de, uh, handelen met onze fondsen. Dus wekelijks berekenen we de koers. En dat betekent dus dat het, die, die 0,4% waar ik het over had, bijvoorbeeld, dat is op jaarbasis. Correct. Dus eigenlijk gaan we uh, op, op weekbasis doen we 7,52ste uh, yeah. van... Uh, nee, ik zeg het verkeerd. 1,52ste ja. of 365 ste ja, 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 ja. van, van die 0,4% wordt in rekening gebracht. Dus eh, het is op, jaar, ja. op een hele jaar gezien 0,4. Maar elke week wordt een klein stukje van die 0,4 eigenlijk uh, van het fonds afgetrokken. Dus als ik er een half jaar zou beleggen, dan zou ik eigenlijk 0,2 ja ja, ja. ja, dan sta ja, 0,2. Ja. En uh, nou, je zei het net al even. Dat was eigenlijk ook een vraag die ik wilde stellen. Is eigenlijk het altijd 0,4 procent. Dus to, uh, vaste kosten, jaarlijkse kosten voor de aandelen wereldwijd totaal. Mm -hmm. Een half procent voor verantwoorde toekomst en obligaties. En 0,35 procent voor rentekosten. Ja. Als je, dat, dat is de vraag die ik nu ga stellen. Als je belegd vermogen van alle rekeningen bij elkaar, correct uh, boven die half miljoen uitkomt. Ja. Dan gaat vervallen de transactiekosten van 0,25 procent van uh, de aandelen wereldwijd ja. waar je totaal ook bij die en, rekeningen dan ja. hebt, toch? De, die transactiekosten van 0,25% ja. die vervallen voor alle fondsen. Voor alle fondsen dus ja, gelijk. Dus wereldwijd totaal, voor verantwoorde ah, toekomst, okay. voor obligatiefonds, uh, rentefonds had al geen transactiekosten. Ja. Alles. Dus je betaal, als je meer dan half miljoen in totaal bij Meesman belegt, betaal je geen enkele transactie. En ik mag dan echt, hè, kijk, de rekening, het belegvermogen van mijn kind mag ik dan optellen, plus mijn ja. pensioenbeleggingsrekening, ja. plus mijn BV-rekening, ja. plus mijn privé. Echt alles ja, bij elkaar? Alles bij elkaar. Ook ja. uh, zelfs van mijn paarden. Stel maar ja, een oh, ja, ja. huishouden. Rekening... Huishouden. Dat is één huishouden. Ja, dus als één... Ik als huishouden, dus mijn kind, mijn partner en ik, meer dan een half miljoen beleggen, geen transactiekosten, ja. meer dan 1 miljoen beleggen, dan gaan de aandelen wereldwijd totaal kosten van 0,4 naar 0,25 procent. Klopt. Correct, ja. toch? Ja, correct. En is dat ook weer vanuit die missie joh, die kosten teruggeven, zeg maar. Ja. 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 Duidelijk. Dat is wel heel netjes dat, uh, dat jullie. En dat moet je wel aangeven volgens mij. Dan moet je wel even jullie een mail sturen, toch? Wij weten niet precies hoeveel rekeningen jij hebt natuurlijk. Dus wij moeten die koppelen op een of andere manier om te weten wat heb je dan totaal. Dus dan moet je, als je meerdere rekeningen hebt, moet je even aangeven. Hey, ik heb ook nog een BV-rekening, ook nog een, mijn partner bij wijze spreken. Ja, oké. Okay. Dat kunnen wij niet vanzelf zien. Nee, nee. Ja. Oké, okay, en wat uh, is ook een volgende vraag? Uh, Stel, ik heb meerdere rekeningnummers bij jullie. Nu heb ik bijvoorbeeld privé heb ik ook een bij u. Maar er staat nu niks op. Maar voor mijn dochter, wel met een aparte inlog, twee verschillende inloggen. Mm -hmm. uh, stel, want ik neig dus echt die rentefonds ook aan te schaffen. Met de BV heb ik nog een inlog erbij. Ja. Kan ik dat dan ook nog onder één inlog brengen? Ja, ja kan allemaal onder één inlog. Dus je kan uh, eigenlijk, ja, als jij gezegd, nou ik heb drie rekeningen. Je hebt verschillende, dat vind ik niet handig. Ik wil het onder één doen, dan stuur je ons gewoon een mailtje, even contact opnemen. En dan regelen we dat voor je. En dan kan, dus kan ik al alles wat eigenlijk ja, voor jou aangaat. Dus jou, uh, je kind, uh, be uh, bedrijf, uh, ja. kan je allemaal onder één, uh, één inlog zetten. Uh, en dan kan ik met één ding inloggen en dan heb ik ergens misschien iets van een kopje ofzo waar ik op kan klikken. En dan zie ik de rekeningen ja. en dan kan je switchen heel snel of zo. Ja. Dus kan, kan ik het zo voorstellen in het dashboard? Ja, je ziet als je inlogt, heb je in Mijn Meestman, zoals het heet, beveiligd deel, zie je gewoon een overzicht van al je rekeningen meteen. Dus ah, dan okay. kan je meteen zien wat heb ik. Ah, duidelijk. En uh, ja. Oké, okay, top. Switchen van de een naar de ander. Uh, en uh, nou, als je kijkt hè, naar jullie kosten... Versus uh, andere partijen, denken jullie dat jullie de goedkoopste zijn? Poeh, nou ja, niet in alles altijd. Hè. We zijn, ik weet wat pensioenbeleggen betreft, weet ik dat we heel goedkoop zijn. Er was laatste onderzoek van de Consumentenbond, waar we ook uh, ik geloof ik, de ena goedkoopste waren in Nederland. Mm -hmm. uh, dus daar zijn de kosten echt wel heel laag. Met de beleggingsrekening zijn ze ook laag, maar ja, wat je zelf al zegt, je kan het ook via een bank of een broker soms iets goedkoper, krijgen ja. als je het helemaal zelf alles wil ja. uitzoeken. Maar goed, er zijn zoveel partijen, het ligt er heel erg aan. En iedereen heeft weer andere koststructuur. Dat allemaal te ja, ja. vergelijken is heel ingewikkeld. Heel lastig. Dus ik, dat doen wij ook niet. Hè. We gaan een beetje af op wat we zien dat andere vergelijkers doen. Uh, maar ik weet dat wel dat wij natuurlijk heel ja, concurrerend zijn. Uh, of het altijd alle laagste is, ja, dat weet ik niet. Het ligt een beetje aan de omstandigheden. Maar het is wel de intentie om een van de laagste. Te zeker, zeggen. zeker. Okay. Nou, dat zijn we ook zeker. Ja, ja. Ja. Maar en, en de bedoeling is ook steeds lager uh, naarmate we verder gaan. Ja. Maar we willen ook een beetje service eromheen natuurlijk bieden. Uh, ja, ja. Ja, ik... ik vind de klanten wel heel fijn. Ja, geloof ik. Kijk, dat is ook wat ik, wat ik tegen aanliep. Ja, ik probeer zo goed mogelijk vergelijk te maken. Is het nou beter om de Giro te kiezen? Of Meesman? Of Brennerd? Of via de bank? Maar je wordt er helemaal live van. Dus, jullie ja. is het gewoon vrij eenvoudig. Je hebt twee kostenkosten. -kosten. Ja. Uh, maar bij de Giro moet je rekening houden met dividendelijk bijvoorbeeld. Want dan, dan als, je die, als je een VWL gaat nemen, heb je, je hebt lopende kosten, je hebt transactiekosten. Uh, interne transactiekosten, dan ga je naar de bank. Dan heb je weer vaste kosten, je hebt servicekosten. Dan heb je ja. lopende kosten. Brennud heeft ook weer allemaal kosten. Het ja. nee, is echt niet normaal. Nee, dat gaan gelijk. Ja. En dat maakt je afhankelijk ja, weer. Klopt. En dat wordt vaak bewust gedaan hè, om het mensen moeilijk te maken. Ja. Zeker als de Meestal is het zo hoe eenvoudiger het is, hoe lager de kosten ook zijn. Want die hebben weinig te verbergen. Ja. Als je hoge kosten je wilt verbergen, de manier waarop je dat doet, is allemaal kleine postjes bedenken. Ja, echt, het, en dan uh... worden het mensen geven het gewoon op en denken: het zal wel la maar. Ja. En daar kom, zo kom je ermee weg. Ja, het, nou. Ik vind het niet heel fijn. Ik hou nee, graag ik van ook die, die transparantie. Ja, ja. En dat, ja, dat doen jullie gewoon goed. Dat uh, kan niet anders zeggen. Uh, duidelijk. Uh, nou, dat was eigenlijk over kosten. We hebben het natuurlijk hiervoor okay. ook al heel veel over gehad. Hij de voor zelf. Ja. Andere dingen die je zegt, nou, daar wil ik nog even toevoegen rondom trend, het kostenstukje. Dat um, nee, gaan we ook wel gaan ja. doen. Ik denk de belangrijkste is, ja, uh, wat ik zei, we bestaan al 18 jaar. Geleidelijk gaan de kosten omlaag. En dat zullen we blijven doen tot in de lengte der jaren. Dat is echt nice. Daarvoor dat zijn we op aarde. Zijn weinig bedrijven die dat doen? Ja. He? Ja. En misschien ook als aanvulling, dat vind ik een hele mooie. Jullie hebben een hele mooie kosten Als jullie bij Meesma kijken op, uh, op de website, helemaal onderaan heb je documenten. Een kosten ja. En dan zie je ja. exact, ja, het is vrij eenvoudig nu, maar op één Aviertje ja. past het. Ja. Dat zegt natuurlijk al genoeg, zeg maar. Ja, uh, ja, ja, ja. Ik denk niet dat dat ja. iedereen gaat lukken. Nee, zeker niet. Uh, Oké, okay, dan ga, wil ik nu doorgaan naar ja. de, de veiligheden. Dat is ook altijd een dingetje. Kijk, het gaat om serieus geld, zeker als je ja. lang belegt. Uh, ja, mensen storten een hoop geld naar ja. jullie slechts de onderliggende fondsen. Uh, hoe veilig is Meesman? Wat kan je erover vertellen? Ik weet, ja. ja, en uh, qua er zijn twee dingen. Eén, we hebben het al even gehad: hè? je geld als Meesman failliet gaat, ben je ja. niks kwijt. En dat is één veiligheidsaspect. Prek. Dus, uh, nou, daar hebben we het al over gehad, hoeven we niet verder op in te gaan, denk ik. Hè? Gewoon ja. uh, dat geld is. vermogensscheiding. vermogensscheiding ja. is afgescheiden, dus als wij failliet gaan, kan je geen cent kwijtraken. Dat is één. Uh, maar hier bedoel je waarschijnlijk ook meer de, de it systeem ja, ja. ja. Wat je nou, erover ja. kan zeggen, uiteraard. Ja. Nou, ja, wat ik over, ja, ik, kan niet alles natuurlijk, dat nee. moet je nooit doen. Maar uh, nee, ik, wat ik wel kan zeggen is dat wij. Nou, we al, al 18 jaar bestaan hè. en het ICC-systeem hebben we wat steeds verder uh, doorontwikkelen. Ik vertelde al eventjes dat we zijn nu bezig zijn een soort ja, nieuwe fundament voor ons platform te bouwen. Ja. Wat nog veel uh, degelijker is en, en ook veiliger zal zijn. Maar ja, het is, we werken met professionele uh, deskundige partijen samen. Die hè, dus we het systeem bouwen en ook beveiligen. We laten regelmatig testen ook doen, hè, pentest bijvoorbeeld, dat soort dingen. Oh ja. Dus ja, we hebben nooit ook daar een probleem mee gehad. We hebben nooit een, een issue gehad met ons systeem. Dus ik weet zeker dat het allemaal heel degelijk is. Um, wat ik wel zou zeggen tegen mensen is, uh, je kan als je een rekening, als je voor het inloggen, kun je 2FA, zoals dat heet, ja. twee-factor-authenticatie toepassen bij Meesman. Dat is uh, optioneel, dus, maar ik raad het zeker aan. Dus ja. doe dat. Dat betekent dat je niet alleen gebruiksnaam en wachtwoord, maar ook nog een, ja, een appje nodig hebt die een code genereert om in te kunnen loggen. Dat is natuurlijk al een hele goede beveiliging om zelf te nemen. Dus doe dat vooral als het even kan. En verder, wij zorgen er gewoon voor dat de systemen heel goed beveiligd zijn. Up-to-date zijn, professioneel. En wat ik zeg, we zijn nu bezig met een heel state-of-the-art fundament weer te bouwen. Begin volgend jaar hopen we dat af te ronden. En dan zitten we helemaal superveilig. Het is zo veilig, maar dan nog veiliger. Nog veiliger, ja. Natuurlijk, het is zuur ja. Maar dan is het gewoon iets waar je mee tien jaar weer vooruit kan. Zo niet langer. Echt, uh, dus dat, daar zien we enorm naar uit. Dat geeft ook, ook allerlei mogelijkheden om andere dingen te doen okay. met ons systeem, waar we ook uh, heel erg naar uitzien. Zoals bijvoorbeeld de app. De app, ja. <laughs> Die ik vraag zal wel komen. Veel gestelde vraag die ik ook bij ja. mij volgens ja. keer neerkomt. er nou een app? Ja, ja, nee, nou, Ligt ja. er gelijk maar toe? Ja, nou ja, de app hebben we al een tijdje geleden gezegd, dat gaat eraan komen. En wat ik zei, we wouden, die, waar, daar zijn we aan mee begonnen, die app. Maar toen hebben we gerealiseerd dat de, de, eigenlijk de, wat ik net zei, dat, 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 dat systeem wat wij nu gebruiken, het zijn verschillende systemen, die gebaseerd ja, uh, zijn op een Onderliggend fundament, wat enigszins niet meer helemaal up-to-date is. Daar heb ik gezegd: nee, we gaan het toch anders doen. We gaan eerst dat fundament waar ik net over echt vernieuwen. Gewoon heel zorgen dat er een gewoon heel state-of-the-art fundament zit waar je van alles veel meer mee kan straks. En dan bouwen we de app, want anders moeten we die app straks weer opnieuw gaan bouwen. Dus dat heeft wel toe geleid dat de app wat langer heeft geduurd. Excuses daarvoor voor degene die misschien al klant zijn bij meesman. Maar, uh, maar uh, uh, je kan ook prima... Op, we hebben een responsive website. Dus die werkt op zich best goed op je mobiel. Uh, meestal zijn Veel mensen zijn daar heel tevreden over. Maar een app werkt net iets beter. Dus dat, ja. dat gaat er komen. Maar we hebben gekozen om het, het goed te doen. Maar dan helaas duurt het dan wel iets langer. Slim. Maar het komt volgend jaar. Kom, ja, slim. Goed om te horen. En nog even terug voor de veiligheid. Hè. Kijk, ik heb bij jullie een inlog. En een wachtwoord. Twee uh, f ASA aan. Ja. Stel even heel doemdenken. Iemand weet mijn inlog. Weet mijn wachtwoord. 2FA heeft hij ook nog eens goed, dus komt op mijn rekening. Ja. Hij denkt, oh, dan zat een paar duizend euro. Nou, die ga ik even overmaken naar mezelf. Maar die vlieg gaat ook niet op, want het moet altijd naar de tegenrekening, toch? Precies. Dat... Dus als, Stel, hij doet een verkooporde van die paar duizend euro. Dan komt het alsnog omheen. mij, denk ik, de volgende dag denk ik, huh? Wat komt nou die paar ja, duizend precies, euro voor het aan mijn ja, rekening? Nou. Toch? Ja, precies. Dat, dat is de volgende stok, stok achter de deur. Hè? Ja. Dus stel dat iemand inderdaad toch bij je rekening kan, omdat hij ja. alles heeft. Wat onwaarschijnlijk is, maar stel dat toch. Ja, er is. Je, als je rekening hebt bij Meesman, dan moet je een tegenrekening opgeven. En die moet op dezelfde naam staan als jouw naam. Hè? Als de Meesman beleggingsrekening Dus je kunt alleen maar. Wat die persoon dan kan doen, die kan inderdaad zeggen. Nou, ik verkoop alles. Ja. Maar het kan alleen maar naar jouw eigen bankrekening. Ja, ja. Hij kan dat onmogelijk overmaken naar zijn eigen bankrekening. Dus dat geld komt altijd bij jou weer terecht. En dat is inderdaad. Ja, dat is even vervelend. En dan zeg je inderdaad. Ja, ja. Hé, hey, waar komt dit vandaan? En dan ga je kijken. Maar hij kan het geld kan niet uh, verdwijnen op die manier. Nee, nee, nee. Hij kan ook niet. Uh, oh, ik ben nu ingelogd. Weet je wat? Ik stuur mijn paspoort op en zeg. Hey, dat nee. uh, uh, een, André, nog wat of zo. Hey, dat klopt nee. niet. Dat is geen tijd. Ze gaan we nee. niet doen, nee. toch? Dus nee, nee, zo dat kan helemaal iets, niet. Zeg maar. dat, dat gaat veel veiliger. Dat, dat is een dat super proces bij ja, ons. Als je die tegenrekening wil wijzigen, moet je dat ons doorgeven. Dat gaat allemaal met handtekening op je paspoorten. En we bellen altijd nog. We willen de persoon persoonlijk ah, nee. spreken om te checken dat dit echt de bedoeling is. Dus dat, uh, nee, dat kan helemaal niet. Dat is niet een automatisch proces helemaal. Ja. Bewust. Bouwen we daar wat uh, veiligheid in. Wat veiligheid in ja. Ja, ja, ja. En is het toch iets van mogelijk dat mensen aan mijn geld kunnen komen bij jullie? Nee. nee ja. Het is heel veilig natuurlijk hè. Enfin, ja, ik, ik, ik ja, geen maar... idee hoor. Het is gewoon een open vraag die ik stel. Hij staat die ook ja, niet meer lijken. Ja, hoe kan je eraan komen? Ik zou niet weten, ja. En kunnen mensen dan nee. uh, kijk, die stichting waar dat al het geld staat, zeg maar, die is ook weer onder toezicht volgens mij, van bedrijven en mensen. Uh, daar kunnen mensen ook niet zomaar bij, natuurlijk, en overmaken en uh, want dat wordt allemaal gecontroleerd, neem ik aan, toch? De, de Stichting zelf? Dus die geld... De bankrekening van de bankrekening van de Stichting, ja, de van de stichting ja. waar het geld staat, zeg maar ook. Ja, nee, de fondsen hebben een bankrekening. Ja. En dat is een rekening bij ABN Amro, waar alle stortingen en zo ja. overheen gaan. Uh, ja, die, wordt, die, sticht, die bankrekening staat op naam van die Stichting. Ja. En er zijn uh, die Stichting, daar kunnen alleen mensen bij die een bepaalde behoefte hebben. Hè? Dat is gewoon in het systeem van ABN Amro is gewoon geregeld wie. Nou, er zijn verschillende mensen die bepaalde bevoegdheden hebben. Dat zijn één of twee mensen van Meesman. Okay. En één of twee mensen van het administratiekantoor waar we mee werken. We hebben een ambassadeur die dingen voor ons doet. Ja. Groot bedrijf in Amsterdam. En die hebben dat. En uh, gewoon per persoon is gewoon vastgelegd. welke. Uh, wat je wel en niet mag. Ja, zeg maar ja. in dat systeem. En dat ligt gewoon heel strak vast. En dat, uh, zo werkt het bij alle. Uh, uh, okay. financiële instellingen. Dus nou, ik vond een hebben... heel beperkt aantal mensen. die okay. daarbij kunnen. Dus een... En alles werkt. Dat is ook wel misschien nog goed om te zeggen. Ja. Dan geldt het. wat heet het vier ogen principe. Dat is ook wettelijk trouwens verplicht. He, dus je mag geld overmaken en dat soort dingen kan alleen maar vier ogen, dus twee mensen minimaal met uh, handtekeningen erbij. En wij hebben het ook nog zo ingericht dat uh, dat ook nog afhangt van het, hoe groot het bedrag is. Dus bij kleine bedragen kunnen twee mensen ervoor tekenen, maar zo gauw het bepaald drempel boven gaat zijn het drie mensen. Wordt het nog meer zijn het vier mensen. Ah, ja. Dus het is echt heel secuur. Dus zij denken op een zondagochtend, nou, ik ik even een miljoen verkopen en stichten. Zelfs ik kan dat niet. <laughs> ik kan <lacht> geen <lacht> geld overboeken van uh, duidelijk, duidelijk, duidelijk. Maar uh, ik vond ook op jullie website, ook over jullie veiligheid, dat is best wel transparant. Je hebt een heel mooi overzichtje van. Ik zou ook zeggen tegen mensen, ga kijken kijk op de uh, Meesman website, hè, hoe dat ook helemaal werkt met die entiteiten en ja. hoe jullie dat uh, doen, die stromen. Ziet echt heel goed uit. Uh, nou, dan heb ik nog een vraag. Jullie hebben natuurlijk ook een vergunning. Ja. Nederlands Bankvergunning, AFM-vergunning. Ja. Wat doen zij precies? Poeh, um, ja, je hebt twee toezichthouders in Nederland, de AFM en de Nederlandse Bank. Uh, heel simpel gezegd, of ja, de AFM doet wat heet gedragstoezicht. En de Nederlandse bank doet wat heet prudentieel toezicht. Dat allemaal moeilijk woorden. Yeah. Laten we even beginnen met de Nederlandse bank. Want daar hebben wij eigenlijk het minst mee te maken. De Nederlandse bank doet prudentieel toezicht. En eigenlijk betekent dat gewoon zij kijken of wij eigenlijk wel financieel gezond zijn. Daar komt het op neer. Dus uh, ze kijken, ja, wij moeten elk kwartaal bepaalde rapportages invullen. En ja, daar doen zij bepaalde berekeningen. Je moet, uh, er zijn ook de gelden, er zijn wat heet eigen vermogenseisen, Dus wij moeten een bepaald bedrag aan eigen vermogen altijd aanhouden. Waardoor je natuurlijk altijd een buffer hebt en zo. Dus er zijn heel veel eisen. Nou, er zijn enorm veel wetten en regelingen van de financiële sector. Maar ook over de financiële uh, gezondheid van je bedrijf. Nou, en dat houdt de Nederlandse Bank dan allemaal in elkaar. Het is vooral veel informatievoorziening. Ja. En eigenlijk hoor je niks van ze. Tenzij er iets is. Maar ja, dat is eigenlijk nooit. Dus, nee. dus uh, dat valt allemaal wel mee. Behalve dat je veel informatie moet aanleveren. AFM is gedragstoezicht. Dat gaat over heel andere dingen. Dat gaat over eigenlijk al het andere. Dus we hebben voor 90% van de tijd met de AFM te maken. En 10% de Nederlandse Bank. En de AFM, ja. Dat is, die zorgen ervoor dat je klanten netjes informeert, dat al je documenten goed zitten. Dat je ook aan de achterkant je risicobeheer op orde hebt. Dat je beleggingsbeleid, de scheiding van functies, dat soort dingen. Allemaal van dat soort dingen, daar houden zij dan toezicht op. Nou, daar moeten we heel veel voor doen, heel veel documenten invullen. Maar het is ook vooral namelijk, voornamelijk informatievoorziening. Veel, een paar keer per jaar hebben ze ja, van die standaard onderzoek of vragenlijsten die ze toesturen, die je moet invullen. En ja, dat is, je, dat, dat, dat is gewoon onderdeel van het zijn van een financiële instelling. Voor alle financiële instellingen is dit hetzelfde. Hè? De, iedereen wordt gelijk behandeld. Soms worden voor bepaalde specifieke onderzoeken, halen ze bepaalde bedrijven eruit, gaan ze specifiek wat dieper erop in. Ja, en dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat hebben wij ook allemaal. Oké, okay, jullie hebben nooit problemen gehad met de AFM of Nederlands nee, Bank. Maar... Okay. Goed om te horen. Uh, ja, wat mij betreft hebben we dan het veiligheidsstukje ook al afgesloten. En ze zeggen van, joh, dit is misschien nog handig om te benoemen. Um, nee. Veilig, nou, het allerbelangrijkste is inderdaad die, uh, die vermogensscheiding. Dat is natuurlijk verre ja, het is... belangrijkste. Ja. Daardoor je geld, die weet dat het altijd veilig staat. Ja. IT is op orde. Ja, toezicht. Er is heel veel toe. Misschien nog wat ik ook nog kan melden. is, We hebben het nu over de twee toezichthouders gehad: AFM en Nederlandse Bank. <coughs> maar er zijn nog eigenlijk twee partijen die toezicht houden. Uh, dat is: uh, we hebben een bewaarder, zoals dat heet. Dat is ook wettelijk verplicht. Je moet als beleggingsfonds een bewaarder hebben. Dat is een onafhankelijke partij. Dat zit in Amsterdam. Die doet dit. En die controleert ook. Elke week, bij elke koers, alle cashstromen, de kast, het geld dat er in en uit gaat, de toekenning van participaties, al, eigenlijk alles wordt dus elke week gecontroleerd door weer een andere partij. Dus Meesman controleert het, onze administrateur controleert het, de bewaarder controleert het en om de zoveel tijd doet ook nog een accountant of een toezichthouder het. En dat is de vierde partij, ik noem net al de accountant, dus ook onze cijfers worden door de accountant gecontroleerd zowel de jaarrekening van de fondsen als van ons beheer BV, BV, BV moet door een onafhankelijk accountant gecontroleerd worden. Dus dat gebeurt ook nog eens. Dus er zijn eigenlijk vier partijen, vier vijf partijen die toezicht en controlefuncties uitvoeren bij Meesman. Veiliger dan dit kan gewoon niet. Nee, nee. Het gaat veel meer. Ik zou niet weten wat je nog meer. Nee, nee. Goed om te horen. Goed ja, om te horen. Ja. wat mij betreft sluit een stukje veiligheid af. En dan heb ik eigenlijk nog een een, een laatste vraag. Mm -hmm. uh, hoe ziet de toekomst van Meesman eruit? En misschien ook nou. jouw toekomst. Ik hoorde iets over een boek, een nieuw boek. Uh, ja, ja, ik ja goed. Ik Vrij ik vragen heen. Ja, nou, um, boek ben ik er al een tijdje mee bezig. Dat duurt wat langer, want we het gewoon ongelooflijk druk hebben. Dus, uh, maar goed, dat gaat er wel een keer komen. Uh, de toekomst van Meesman. Ja, wij, uh, zou ik zeggen, we hebben een enorme uh, groei maken we door de afgelopen jaren. En we hopen dat zeker door te zetten. En um, we hebben, uh, we hebben nu, net een best, nu net met dat rentefonds en die samenvoerende obligatiefonds, hebben we eigenlijk ons, ons fondsassortiment weer helemaal op orde. Hè? Ja. Dus gewoon van uh, ja, dit, hier kunnen we uh, heel lang mee vooruit. Uh, dus daar, daar, daar zal niet veel in wijzigen. We hebben een pensioenrekening, we hebben een beleggingsrekening. Ook daar zal niet zoveel in wijzigen. Wat we ook nog doen, tegenwoordig ook vrij recent hebben geïnteresseerd, is iets dat heet flexpensioen. Dat is voor werkgevers. Dus bedrijven die niet een hele pensioenregeling willen optuigen voor hun klanten. Die uh, kunnen ook gewoon beleggingsrekeningen, individuele beleggingsre Of pensioenrekeningen, pardon, openen voor hun, hun medewerkers. Niet klanten, hun medewerkers. En die kunnen dat ook doen bij Meesman. En dat is een enorme groeimarkt. Daar hebben we ook ontzettend veel belangstelling voor. Dus dat is ook iets wat enorm groeit. Dus daar zullen wij vooral in de komende jaren ons op gaan richten. Wat voor groeimarkten zitten we allemaal nog? En proberen ja, uh, nog meer mensen te laten profiteren van onze mooie manier van beleggen. Oké, okay, dus dat flexpensioen. Hè? Ik, ik ben dus ook een werkgever, maar ik heb, ja. uh, uh, ik heb een heel klein bedrijf, dat ik ook lekker zou houden. Uh, dus ik kan zeggen, voor werknemers kan ik een flexpensioen bij ja. jullie aanvragen. Ja. En waarom zou zo'n, uh, zo denk ik dan, en waarom zou diegene niet gewoon zelf gaan pensioen beleggen? Keer ik net wat meer loon uit, gaat, gaat hij lekker zelf pensioen Ja, dat beleggen? kan ook, maar dat is eigenlijk wat flexpensioen eigenlijk is. Eigenlijk is dat precies wat het is. Het is als werkgever, die zegt tegen je werknemer, het is belangrijk dat je pensioen opbouwt. Op deze manier kun je dat goed doen, heel eenvoudig. En ik als werkgever draag daar wat aan bij. En dan kun je op verschillende manieren invulling aan geven. Dat is eigenlijk wat het is. Maar is het een uh, pijler 2 of pijler 3 systeem? Weet je toevallig van het pensioenstelsel? Het is een pijler 3. Pijler 3 systeem? Drie, ja, het is pijler 3. Ja. Het is een individuele rekening. Dus iedereen ah, heeft okay. zijn eigen rekening. Die kan hij ook meenemen daarna. Ah. He, dus het is gewoon uh, Maar het is gewoon een manier waarop de werkgever ook een bijdrage kan uh, okay. leveren daaraan. Oké, okay. nou, duidelijk. Ja? Ja. Uh, boek. Ja, het boek uh, wordt aan gewerkt. Ik, uh, ik durf een soort geen datadelijk toch? Ja, ja. Index beleggen boek. Nou, dat boek, dat, dat boek is destijds door mijn uh, compion, ja. hè, Jaak Wintermans, geschreven. Uh, ja, ik ga, um, uh, we zijn ook bezig met een, een aantal boek. Wat wat, wat uh, uh, update zeg maar daarvan, maar ook wel iets uh, korter en iets anders ingericht. Maar hetzelfde verhaal natuurlijk. Dat verandert eigenlijk niks aan. Maar wel iets op een andere manier, zeg maar, uh, ingestoken. Okay. Maar heel leuk. Ja. Dus, uh, maar het grote probleem is tijd vinden. <laughs> zeg je niet, ik, ik zeg het al heel lang. Ik durf er eigenlijk bijna niet meer over te spreken. Uh, okay. Want het is iets wat al heel lang uh, boven mijn hoofd hangt. Van uh, ik moet dat doen. En zo nu en dan doe ik er wat aan. Maar ja. om echt tijd te vinden om het even goed te doen. is uh, ja, Het is gewoon heel moeilijk. En uh, afsluiten dan, en ik kap er echt mee. Uh, zeg je van joh, wacht tot dat boek of zeg, koop gewoon lekker indexbeleid. Nee, nee, het schittert een eenvoud van een wat überhaupt een aanrader is. Gewoon die kopen. Ja, gewoon kopen. Ja, ja. Zeker. Zolang uh, dat nieuwe boek in is, gewoon kopen. Dat gewoon boek is gewoon ook deed. Nou ja, nee, de cijfers zijn, sommige cijfers zijn natuurlijk een beetje out of date. Okay. Want het is uit 2009 al, hè? Ja. Dus is al. Dus het is al 14 jaar oud. Maar sommige cijfers zijn nou Maar het verhaal is exact ja, hetzelfde. Ja. Het blijft precies. Uh, daar verandert niks aan. Dus okay. uh, het is nog steeds. We krijgen ja, we verkopen elke dag die boeken nog. Ja, duidelijk, en cool. we krijgen hele goede feedback. Ja, ze echt. Nog steeds, goed. Moet. Ik vind het beste ja. beleggingsboek wat er is in de Nederlandse taal, zeg maar. Helemaal mees. <laughs> Geloof ik. Ja, leuk. leuk okay. om te horen. Uh, heb je nog iets toe te voegen aan heel deze lange podcast? Nee, ik het ontzettend leuk om te, te doen. Ja, ik vond het echt heel leuk om te doen. We hebben goed veel langer gepraat dan ik dacht. <laughs> maar dat is heel leuk. En uh, het laat toch zien. Kennelijk was het toch een goed gesprek. En. Dus ik vond het leuk om te doen en uh, ik wens je veel succes met je business. Jullie ook heel veel succes, super dat je er was. Ja, Dank je wel.